Hallo en welkom in aflevering 350. We zijn 350 afleveringen ver met de podcast. En allereerst wil ik jullie, de luisteraar en de kijkers van de podcast, bedanken om dat te doen. Jullie zijn met best veel, meer dan ik ooit had gedacht. En ik ben super dankbaar dat jullie luisteren, kijken. Dat vind ik heel gaaf. Speciaal voor de 350ste heb ik wat bijzonders gedaan. Niet zo extreem als de 300ste, want daar had ik te veel werk aan. Maar ik heb nu een 13 gasten waar we mee praten. Ik ga ze even opnoemen. Dat is Aldo, Alex, Amelie, Basiel, Björn, Philippe, Jade, Jaros, Jens Mechaniek, Sven de Ridder, Mark van Peel, Alexander de Rijke. Dus een hoop leuke gasten komen aan bod. Een paar luisteraars. Ook wil ik de Jaros bedanken die de begeleidende tekening heeft gemaakt. En alle andere mensen die ook tekeningen hebben gemaakt en photoshops. Super cool. Ik vind dat echt heel erg gaaf. En nogmaals, bedankt om te luisteren. Hier gaan we dan. Aflevering 350. Focust. Michael van Peel. Ja, fucking van Peel. Welkom in aflevering 350 van de Focust. Ja, wat een jubileum. Ja, we grijpen alles aan om weer wat flauwekul te doen. Profiteur. Maar ja. Michael van Peel was aanwezig in de allereerste, denk ik. Pilot. In de piloot. Is die piloot nu ooit uitgezonden? Ja, dat weet ik niet meer. Altijd onder embargo. Wat ik wel weet, is dat jij de eerste, ik denk easy 150 afleveringen, de titeltune, de begintune was. Uh-huh. En de daarvoor... Jingle. De jingle. Jij was de jingle. Ik was de jingle. En voilà, vandaar. Maar sowieso is het altijd fijn om je te zien. Mark van Peel is terug on the road. Bitches. En met de voorstelling Welcome to the Rebellion. Yes. Ah, ik heb geen affiche hier. Geen probleem. En ik heb die vorige week in de Arenberg gezien. Nou, een try-out gezien. Ik heb een try-out in de Joker gezien. En vorige week in de Arenberg een eerste wat langere try-out. En dat is een zeer leuke voorstelling. Nou, merci. Ik ben er dan aan het... Ja. Michelangelo, ergens zit een mopje in, ik moet alleen het overtollige marmer nog weg. Ja, het marmerruis, het ruismarmer. Marmerruis. Maar het is een combinatie tussen de Van Peel die we kennen van de oudejaars, maar ook wat persoonlijkere verhalen. Ja, misschien, ja. Ik weet het niet, ik heb het niet... Dat is altijd, de analyse komt altijd na het schrijven, hè. Ja, ja, ja. Je begint met shit te schrijven achteraf. Oh ja, daar ging het over. Maar dus als je eraan begint te schrijven, dan is dat niet... Dan is dat, heb je... Want ja, je moet die titel, die moest je kiezen. Dus ja. Schrijf je daar dan naartoe? Of maakt dat geen hol uit? En het zou antwoord B moeten zijn. Ja. Daar heb ik altijd ook veel discussies over met collegie. Ja. Nee, de mensen geven geen hol om die titel natuurlijk, maar in uw kop willen we dat klopt. Ja. Alles klopt. Maar eigenlijk moet je in het begin gewoon beginnen schrijven en amuseren. En achteraf groeit dat verhaal er wel in. En in het ergste geval geven we er een draai aan. Want inderdaad, de titel normaal is een jaar op voorhand. En nu met corona is het 3 jaar op voorhand. Want het is al dateerd van voor de Rona. Ja, ja, ja. En, maar het goede van Michael van Peel is natuurlijk wel dat meestal bij de eindejaarsconferentie was jij zo 1 à 2 jaar op de tijd vooruit met je tijdsgeest en je wereldbeeld. Dus ja. Als we dat dan wat vertragen, komt het precies op het juiste moment. Wie weet, ja, precies. Ja. Klopt, alleen dat er natuurlijk de laatste 2 jaar nog een stroomversnelling is gebeurd. Dus, ja. Maar vreemd genoeg werd zowel de titel als de inhoud alleen maar relevanter. Ja. Ja. Het idee van verzet en opstand leeft nu nog breder in een samenleving en nog meer op niveaus waar je totaal niet zag komen. Eigenlijk. En het gaat ook een beetje over dat we en jij zelf wel en geen rebel zijn tegelijk. Hè? Ja, ja, ik dacht er nog van wel eigenlijk toen ik aan de show begon. Ik heb ook speciaal voor jou mijn Rebel Alliance t-shirt. Alright. Ja, dat is natuurlijk het andere ding. Het is, het is fucking Star Wars. Ja, Star Wars! Ja, het is Star Wars. Dat en achter jou hangt geleden... ook een Star Wars poster. Ben jij een grote Star Wars fan? Ja, toch wel eigenlijk, van in het begin. Maar, enfin, begin. Ik was nog... Ik ben... Ik
Dat is net geboren toen eigenlijk. Ja, yes, op je de begeleidende tekstje van je voorstelling zegt... Toen Michael van Peel uitkwam, was Star Wars 1 jaar oud. Zo was het, ja, precies. Dus jij bent van 78. Ja, klopt. Ja, toen kwam ik uit in première. Toen ging jij in première uit de VJ van je ma. En Star Wars toen, was toen 1 jaar oud. Ja, precies. Ja. Toen was de hype net begonnen. Maar nee, ja, zeker van vroeger. En zelfs, ik was al zo verblind door fandom, dat toen de episode 1, 2 en 3 uitkwam, vond je goed. Oké, dan ben je wel heel verblind. Toen werkte ik in de UGC. Ik werkte in de UGC toen, in de cinema in Antwerpen. Is dat echt? Ja, dus die trailer van episode 3 heb ik kapot gezien, want die werd 24 uur niet, maar 8 uur dat ik werkte. Ja, elke dag meermaals, ja. En dan af en toe in de zaal gaan kijken. Dus einde en begin. En wat was jouw job? Moest jij kaartjes scheuren of wat moest je doen? Kaartjes scheuren was nog een stap hoger. Ik moest popcorn scheppen. Oh ja, nee, dat hebben we elkaar nooit gezien, want ik lust geen popcorn. Nee, snoep verkopen. Ah, snoep, nee. Ja. Snoepje ging er wel eens in, ja. Veel duur snoep. Dus kwamen mensen met zo'n zak van 2 kilo af en dan zei ik €3000. En dan zeiden ze... Ah, laat! Dat. Laat dan maar. Heel de eerste verdieping van de UGC platgelegd. Ik heb de plonge generaal laten springen door mezelf te kort sluiten op de 320 drijfstroom van de popcornmachine, dames en heren. Ik was aan het schrapen met zo'n aluminium ding, die bodem eruit aan het schrapen. Dat is degoutant. Ja, ja. Ik moet ergens contact hebben gemaakt met een verwarmingselement. Want het laatste wat ik me herinner was... Vroom, en je bent oud gegaan? Ja, ik ging oud en ik werd wakker in het donker met de noodverlichting aan. Heel verdiept. Blinde paniek, alle films kapot, alles. Met mijn kop in die popcornbak, zo werd ik wakker. Echt, ja, ik ben... Een paar seconden, het zal niet lang geweest zijn, maar een paar seconden wel weg geweest. Oh my goodness. Want dat is drijfstroom, hè? Dat is niet gewoon 220. Nee, ja, dat is de heavy stuff. Dat is een beetje zoals een batterij van een auto. Nou, dat is 12 volt. Dus deze Ik ken het echt. Oké, elektriciteit, niet... Ik weet, zoals Rick van Geel zegt, een plus, een min en nog een stukje. En nog iets. En een draadje ertussen. Geen idee. En nog een extra draadje. En van Peel ertussen, dat is Maar dus toen zijn mijn midichlorians wel gestegen, denk ik. Ik heb wel de force gevoeld. Ja, toen kreeg je de force. Ja. Maar dus voor deze show, als research, heb ik heel de Star Wars saga nog eens opnieuw bekeken. Van begin tot einde. Belangrijk voor de research. Super belangrijk voor de research. En toen viel me wel op hoe hard die sukken, man. Die in 2, 3. Ja, natuurlijk. Goed. En ik ben echt een hardcore fan. Maar ik dacht oh my god. Meen je dit nou? Echt? Ik werd boos ook. Dus je was eigenlijk toen verblind door je fandom, toen je dat voor de eerste keer omdat er eindelijk terug een film uitkwam. Ja, ja, I know. Ik was ook toen. En, dus die Jar Jar Binks, daar keek ik doorheen. Ik dacht van, ja... En nu kan je er niet meer omheen kijken. Holy fuck, man! Echt, een soort genocide start halverwege die film. Jesus Christ! En ook die Anakin, hoe vervelend. Rotjong, drie fucking films lang, man. En dat is op zich, zeker die oudere versies, op zich geen slechte acteur. Maar die heeft dat zo slecht onder controle gehouden door die George Lucas. Dat die man, want dat echt op geen klote trekt. Nee, dat is absoluut waar. Ik ben ook op de set geweest, hè, op Tatooine zelf. Ja, jij bent dat is even mijn grootste jaloersheden. Dat jij bent in Tatooine geweest op de farm van Luke Skywalker, daar ben jij geweest. Exact, En de homestead, hè, Lars Homestead, daar ben ik geweest. Per ongeluk ook toevallig. Ik was gewoon met de Vespa beland in Tunesië, in de noordelijke Sahara. Je was niet per ongeluk met de Vespa. Maar ik pak die overzetboot van Sicilië naar Tunis. Ja. Right? Dus van het eiland naar Noord-Afrika, ik was er nog nooit geweest. En ergens op die boot kom ik, waarschijnlijk een Duitser tegen, typisch Duitsers. En die vertelt van, ja, ergens in de woestijn ligt nog een oude set van Star Wars. Ik dacht, hè, wat? Maar ja, ik had geen internet natuurlijk, Google niet, totaal niet. Maar amper wifi toen ook. En welk jaar was dit? Toch al... 10, 12? 12 jaar geleden, denk ik, minstens, zoiets. Ja, ja. Dus 2010, ja. Zoiets, ja. Misschien zelfs nog vlak ervoor. En, dus ja, maar ik had gewoon gehoord, want het is daar in Tozer, vlakbij het begin van de Sahara. Dus ik kwam daartoe en dan de weg gevraagd. Ja, weet er iemand hier iets van? De weg naar Star Wars? Ja! De weg naar Star Wars. Kunt u mij de weg naar Star Wars vertellen, meneer? Ja, trouwens, ook al die namen komen ook vandaar. Tatooine komt van Tetouan, dat is dan eigenlijk Marokko dan. Maar dus in Noord, in de Maghreb,
Al die namen komen er vandaan. Dat wist ik niet. All right. Ook Serenus in Tunesië komen er nu niet op. Maar de... Star Wars weetjes die ik nog niet wist. Nice. Ja, precies. Ja, dat komt daarvan. En dus ja, ik, op een moment zei er iemand, ja, dan moet je hier gewoon 5 kilometer rechtdoor en dan zie je een T-splitsing, dan moet je rechts en dan is het nog 20 kilometer off-road. En ik dacht, hè, wat? En ik vond zo'n weg, denk ik, ja, dit zal hem zijn. En dan ben ik die blijven volgen en uiteindelijk kwam ik op een verlaten stuk woestijn, waar dan nog die oude bolstructuren, die woningen stonden en die cafés van episode 4. Dat was de max. En ik was er ook, omdat ik veel te laat was, natuurlijk, ging de zon net onder. Dus ik had mijn eigen soort binary sunset benaderd. Ja, wel bij één zon, helaas. Ja, maar er was één niemand. Maand. Er was niemand. Er was maar hoe kan dat nu? En er was dus geen soort van toeristische ding. Toen nog zo. Niet, want dat was... dat moet je geweest zijn, wel na dat 1, 2 en 3 uitkwam. Ja, maar, ja, tuurlijk, want die zijn al 20 jaar oud ook inmiddels, ja. Maar die gaan daar natuurlijk niet over, hè. Nee. De latere films waar het er terug wordt gerefereerd. Ja, die eerste speelt ook wel op dat Queen af, maar... Ja. Ik weet niet waarom, maar toen was er niemand. De grote Star Wars hype, waar we dat mensen de plekken gingen bezoeken, is pas gekomen toen episode 7, 8 en 9 uitkwamen. Ja. Toen begonnen mensen echt locaties te bezoeken. Dan werd dat een ding, gelijk Game of Thrones, we gaan de locaties bezoeken. Toen... Ja, misschien ook omdat de mensen die toen heel jong waren, dan een leeftijd hadden dat ze die reizen konden betalen of zo. Ik weet het niet. Nostalgie, cap, dat kan ook wel. Maar nee, ik was er helemaal alleen. Een verkoper van kraaltjes liep daar nog rond. En ik denk dat er wel bussen waren af en toe, maar ja, toch. Maar ik was echt verlaten. Ik liep door die filmset en was echt, fuck. Dat is wel echt gaaf. Laser soort. Maar heb je daar foto's getrokken? Ja. Die staan nog op mijn... Gaan die in je boek? Staan op mijn Facebook. In mijn boek staan er inderdaad een. Van Peel tot Evenaar, denk ik. Ja. Nee, wacht. In die boek niet. Nee, die boek niet, want die gaat over die reis naar Dakar. Ander stuk van Afrika. Ah, dat was een andere reis. Op mijn MySpace staan er... Op je MySpace. Op mijn Facebookpagina ook volgens mij. Is een mapje met een Vespa-trip daarheen. Sowieso. En staat die zo'n soort robot waterding staat ook daar? Robot waterding? Ja, er staat zo'n soort paal, zou normaal gezien ook staan. Ja. Zo'n soort robot. Ja, al wel ja. Ah ja. Die watervangers, ja. Ja, dus oh my goodness. Ja, dat is die zo'n... De set. Dit is ik met mijn Vespa in die set. Oh my god, hey, dat is zo gaaf. Ja, ik was echt totaal, what the fuck. En hier is de sunset. Oh my god. Dat is gewoon die foto van de film. Dat is gewoon exact. Star. Ja, maar dat is echt daar. Daar hebben ze gewoon nog een zonnetje bij getekend. Yep. Trouwens, wat daar ook is opgenomen, blijkbaar, is die English Patient. Ah ja. Is op Tatooine opgenomen, dus. Zo, oh, dat ze helemaal naar een andere planeet zijn gevlogen voor een English Patient. I know, right? Nee, maar dat was, ik weet wel dat ik daar stond van, want dat was echt, of 20 kilometer of 10 kilometer off-road, maar dat ging niet vooruit. De zon ging onder, dat was stress. Maar toen ik eraan kwam, was dat wel... Wow. Ja, en dan moest je natuurlijk ook nog op tijd terug geraken, want ben je daar kunnen blijven slapen, of moest je dan terug ergens anders nog naartoe? Ja, nee, ik was dus veel te lang blijven hangen, die zonsondergang ermee gemaakt. Ah ja, heb je in het donker moeten rijden? Ja, toen in het donker op die weg terug, helemaal in paniek. Sprongen van die beesten over de weg te kruipen, van die slangen en spinnen ineens. Oh nee! Oh. Bijna doodervaring gehad, omdat ik bijna een aanrijding had met een dromedaris, man. Dat is niet waar. Was echt grijlig. Het was puur pikken donker. Ja, het is woestijn, tuurlijk, die verlichting. En ik zie zo in de verte in mijn voorlicht zo'n schim, denk wat is deze? En vlak ervoor, ineens zo, waar, 2 meter hoog, wat? En dan dromen daar is, ik ben broek volgescheten, dat beest zijn broek volgescheten. Ja. Dat was spannend. Dat was echt zonder van, what the fuck? Zo, toen begreep ik ook Star Wars zien en sterven, dat is een beetje... I know. Op een tantan bekend nog. Dat is ook misschien wat een tantan. Maar, dat is een andere planeet. Ja, klopt. Iets kouder ook. Maar fuck joh, dat was verschieten. Toen begreep ik ook waarom die borden erover al staan. Dat opgepast dromedarissen. Dromedarissen? Overstekende dromedarissen? Ja, maar dat is dan zo'n borden. Maar je denkt, ja, maar ik zie die beesten beter dan die borden. Wat is deze? Maar s'nachts niet natuurlijk. Nee, natuurlijk niet. Maar ja, s'nachts zie je dat bord ook... Ja, s'nachts, ja goed. En je lichten het wel.
Ja, maar dan... Amai, dus dat was wel... Dat was een avontuur! Dat was een avontuur, maar dat was niet de reden waarom ik daar was. Dat was gewoon van even kijken. Maar dat bleek wel de highlight achteraf. Gaaf, zeg. Hey, maar dus ja, grote fan. Ben je ook een verzamelaar zelf? Achter je hangt een affiche. Heb je figures of toestanden? Heel weinig, omdat mijn broer had ooit zo'n at-at. Echt? Ja, gaaf. Gemaakt. Maar ik ben zo, in tegenstelling tot jij, of ook Alex en Andries, ik durf niet te beginnen aan een verzameling, want dan, ik heb dat zien mislopen wat er gebeurt. Ja, daar zei hij, ja. Alles hebben. Dus ik heb één Darth Vader figurine gekregen van Sam. Ja. Powels, de designer. Die ook een affiche Sam heeft. Powels, de designer van de affiche en een grote Star Wars fan. Ja, en de verzamelaar. Van Wampas, die verzamelt Wampas, die maakt ook art van Wampas. Daar hangt een art van hem in een soort street art van een Wampa, een Joker Wampa hangt er in de Joker. Zijn kerstkaartje was ook weer een Wampa. Wampa, het Instagram. Tourstrap trouwens... Wampa op Instagram. Instagram. Even meenemen, want dat was ik inderdaad vergeten. Echt, want die heeft de stats voor mij ook deze gemaakt. Een Batman Wampa. Een Batman Wampa, mijn favoriete superhelden combinaties in één. Gaaf. Er hangt er een in de Joker ook. Daar hangt een Joker Wampa in de Joker, ja, absoluut. Zo is het. Ja, zeer knap gemaakt door Sam Pauls. En die verzamelt Wampa, die verzamelt het ene figure. Er staat er bij mij, boven hier, achter mij, staat er ene. Die verzamelt hij, en ik denk dat hij er door over de 200 heeft al. Dus, ja. Maar goed, dus dat is echt een verzamelaar, net als ik. Maar ik verzamel ook verschillende, maar jij dan minder. En ook, ik durf er niet aan te beginnen. Ik voel mijn eigen losgeen dan. Ik heb wel ook nog deze, Comic Tag & Bink. Ah ja, super. Dat gaan ook twee achtergrondfiguren uit de sagereeks die continu blijven opduiken. Dus dat is wel heel leuk. Ja, dat is heel funny. Ja, dat is heel goed. Tag & Bink. In bijna elke... opname van mijn NDR-conferentie zit ergens een Death Star verstopt in de DVD-reeks. Er zit altijd een Star Wars-referentie zit erin. Ja, en nu is het natuurlijk overduidelijk, want je staat op de affiche in cosplay eigenlijk. Cosplay! Als een X-Wing Fighter of een Wing Fighter. Yes, Gold Leader en Blue Leader. Gold Leader, Blue Leader. Die trouwens afkomstig zijn van de monteur van mijn vorige NDR-conferences. Ach. Die nog een grotere Star Wars gek is dan Sam zelf. Is dat waar? Ik heb van hem, dat is zijn persoonlijke kostuum. Die heeft thuis ook een R2-unit staan. Helemaal nagebouwd. Die alles... Is die ook lid van de... Want er is een hele leuke fanclub ook, hè? Van de... 501-leader? Ja, zoiets. Whatever. Daar weet ik de naam niet van. Maar dus, holy shit. Dus jij bent omringd door Star Wars zelf en omringd door Star Wars fans. Per ongeluk, ja. Wij doen trouwens, als je zin hebt om mee te doen, wij doen in de Joker... in mei, natuurlijk 3, 10 en 17 mei wellicht iets, doen wij een Star Wars quiz. Dus een pubquiz, maar dan over Star Wars. Dus bij deze ben je uitgenodigd om hem ofwel mee te maken, ofwel mee te komen spelen. Alright, cool. Hoeveel tanden heeft een Wampa? Geen idee. Hangt er vanaf of je net op zijn bek hebt geslagen of niet? Ik weet niet. Oh, wat een slechte grap. Okay. Deze zit niet in de voorstelling, dames en heren. De grappen in de voorstelling zijn van een iets hoger niveau. Er zit bijzonder weinig Star Wars in de voorstelling. Nee, ja. Maar goed, als je al zoveel op de affiche en in de poster en de flyer... Ja. Dan heb je die... Maar goed, het gaat wel over rebellie en over de tijdsgeest en dit en dat. Ja. En eigenlijk is alleen maar de affiche Star Wars natuurlijk. Maar toch, toch leuk om je hobby en je passie... In bij elkaar te kunnen brengen. Ja. Vaak, toch? In mijn werk. In je werk. In je oeuvre. Bunny ears, werk. Fiscaal aftrekbaar dus, dames en heren. Ah, voilà. Dat is heel mooi. Dat is heel belangrijk. All right. Wanneer ga je première met je voorstelling? April in de Arenberg. Ja. April in de Arenberg. Dus voor die tijd nog een avant-première in de Joker. Hè? Dat hoort zo. Deel ik je nu mede, dus dat wist je nog niet. Maar dat wist ik niet. Bizar. Nee. Mooi. Maar je weet wel dat ik je sowieso voor elkaar span. Dus voor die tijd doen we nog een avant-première in de Joker. Ik kijk er heel erg naar uit. en we zullen zo een datum kiezen. En dat komt heel goed. Ik zie je op de quiz. Oké. Okay. Lieve vriend, bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan, Fokke. Proficiat met je 349ste aflevering. Nee, dit is 350. Ah, whatever. 50. Oké, dankjewel. Dag. Fokkast. Ja, de bientjes. Ja, dag luisteraars. En kijkers. En kijkers. Welkom in aflevering 350. Spannend, goed gedaan. Spannend. Proficiat. Dankjewel. Ik had niet gedacht dat ik ooit 350 van iets zou hebben gedaan. Ja, en als ik het had geweten dat we dat gingen opnemen vandaag, dan had ik zeker een klein presentje mee. Maar... Ah ja, maar wat denk je dan zo wel? Ja, aan? Een chocolaatje of iets. Een chocolaatje, dat mag niet meer, heb je net verteld. Ja, dat is wel. Ja. Een wafeltje of... Een wafeltje. Een knabbeltje. Een knabbeltje. Ja. Hoe is het met jou? Goed. We spreken vandaag, het is 19 januari. Ja. We weten nog altijd niet of Hubo's Comedy Club doorgaat, wanneer, wat er gaat gebeuren. Normaal gezien is de finale 2 februari, hè, verplaatst van 15 december, maar nu 2 februari. Hopelijk gaat het door, we weten het nog niet, we zullen het zien. Mensen die het nu horen weten het misschien wel al. Ja. Misschien ben je al de winnaar, misschien ben je al de verliezer, we weten het niet. Ik hoop het. Dat je de winnaar bent. Dat ik de winnaar ben. Ah ja, oké, okay, ja. Goed, want iets waar je naartoe aan het leven bent, hè, Hubo's Comedy Club. Normaal gezien, je hebt de finale halverwege november gedaan. Zou die finale, de finale zou in december zijn, dan wordt dan verplaatst naar 2 februari. Ja. Hoe werkt dat dan met je energie om je focus? Eigenlijk is dat heel spijtig, want je doet die voorronde, dan die halve finale en je zit in zo'n rush. Ja. Die adrenaline als ze je naam roepen, van, dat mag ook mee naar de finale. Je zit in zo'n rush en je bereidt je kaart voor op dat moment. Ja, door corona komt dat moment er dan niet. Ja. En ja, nu zit het zo'n beetje in een ding van al mijn vrienden en familie die een ticket hebben gekocht. Van ja, ga ik door, ga ik het niet door? Ja, ja, ja. Met een vriend van ja, wanneer moet ik verlof vragen voor te kunnen komen zien? Ja. En ik ben zo'n beetje van, dat is ook mijn eigen schuld of mijn eigen keuze. Ik kies dan actualiteit vaak als mopje. Ja, je hebt mopjes over de actualiteit. Voilà, en bij Vincent en Karel ligt dat iets anders. Want ze weten waarschijnlijk nu al welke set dat ze gaan doen in de finale en... Van begin tot eind, keer van buiten. Ja. Maar ik ga een beetje moeten afwachten om te zien van, is het nu inderdaad in 2 februari? Ja. Of gaan ze het nog eens verzetten? Want dan kan ik een dan zou het kunnen dat je bepaalde jokes die je hebt, dat die een beetje oud aanvoelen. Ja, moet ik die weer laten vallen. Ja. En maar hopen dat er iets ergs gebeurt. Want ja, we mogen het misschien al een beetje verklappen. Je gaat eindejaars doen. Ja. Cool, hè? Ik weet eigenlijk niet of we het mogen verklappen, maar we doen het gewoon. Ja, wat gaan ze doen? Ja, deze kleine primeur. Maar een kleine primeur? Godverdomme, mijn eigen podcast heb ik mee bedacht. 50, kan je dat zeggen? Nee, dus Bert Gabriels heeft dat een paar jaar gedaan. Er zijn nog mensen die het doen, maar Bert Gabriels heeft hashtag eindejaars. Die gaat dat dit jaar niet doen. En die heeft eigenlijk jou gevraagd of jij dat niet ziet zitten. Ook omdat je materiaal doet over de actualiteit. Ja. Is dat iets, want tegen mij heb je al gezegd dat heel veel van je materiaal gaat over actualiteit. Een beetje per ongeluk. Dat niet een bewuste keuze is. Nee, absoluut niet. Dat is, ik dacht eerst dat ik nooit stand-up comedian ging worden. Ja. En dan dacht ik dat ik zeker nooit, toen ik dan wel stand-up comedy deed, iets met actualiteit ging doen. Maar ja, soms kan het gewoon niet anders. Ik weet ook niet wat dat komt. Nee, ja, ik vind het grappig. Het is grappig. Nee, want je wou eigenlijk... Ik bedoel, je twee voorbeelden waren Xander de Rijken en Bart Kanaars. Die allebei... Ja, Xander natuurlijk wel over film en tv. Maar voor de rest doet hij het niet over politiek of andere... Nee. Wat er in de krant staat, bij wijze van spreken. En toch is dat hetgeen waar jij dan toch vaak naartoe grijpt. Ja. Maar nu... Nu moet je er naartoe grijpen. Ja. Dus het is toch ook weer iets anders. Inderdaad. Maar nu denk ik ook... Want voor die set van Hummels denk ik van... Oké, dat moet super relevante actueel zijn dat daarin komt. Ja. Maar bij een eindejaars is het natuurlijk anders. Omdat het gaat over de actualiteit van het hele jaar. Ja, en een soort gevoel van het jaar. Voilà. Hoort er misschien ook in. Dus dan hoop ik dat mensen in december, als ik iets vertel van januari... Dat dat wel nog wat belletjes doorrinkelen. Ja. En nu wil je... Nu voor je finale set wil je een beetje kort op de bal. Hoop ik echt waar, ja. Dat publiek vindt dat ook enorm. Die vallen dan altijd uit de lucht van... Allee, ineens. Zeg oh, je hebt het daarover. Het is godverdorie gisteren gebeurd. Is dat zo, als je een set moet spelen, dat je dan denkt... Ah,
gisteren dat of dit is nu aan de hand. Misschien probeer ik het toch in te fietsen. Absoluut. Ik heb ooit met Xander en Rijken in Middelkerke gespeeld. Ja. Of in Onstuinkerke, ik weet niet. Het was aan de zee. En die een dag, een uur voordat ik opging, kwam uit dat Valerie de Bozer en Wouters uit elkaar waren. En ik kwam op met mijn gitaar en ik begon te zingen. Want ze was enkele verlangen. Ze was niet meer dan dat. Fokke, ik stond precies in het Sportpaleis. Crowd in place. Die dacht, amai, dat hij dat zo rap iets mee gedaan heeft. Is dat, ja, dat is dat ook zo. Op. Dat ja. heb ik gewoon gedaan. Dat is leuk. Dat vind ik heel dus leuk. Dat inspireert jou. Heeft je altijd wel geïnspireerd. Ja, ja. Maar hoe komt het nu tot bij jij? Je bent volgens mij geen krant te lezen. Dat is weer gewoon wat er... Jawel, ik probeer de krant wel te lezen en het nieuws te kijken ook. Maar vaak doe ik dat niet, omdat ik er eigenlijk heel ongelukkig van word. Ja, ja. Maar nu zal dat wel moeten. Nu heb je geen keus. Nu heb ik geen keus. Bloedende kindjes in. Bloedende kindjes. Zien en die dingen. Ja, maar ja, goed. En misschien kun je het ook wel eens focussen op wat wel goed nieuws was of zo. Ja, ja, inderdaad. Ik bedoel, met die dat is het interessante. Ja, precies. Dat zijn positieve dingen. Positieve dingen. En dat is ook het interessante van, we hebben al een oude vent gehad, we hebben wat minder oude vent gehad, we hebben al een we hebben allerlei mensen die de nieuws benaderen, maar nog nooit vanuit een vrouwelijk standpunt in België. Dus het gaat vooral over tv-familie en story gaan. Over kleren en zo. De dag allemaal, wat we met z'n aan hadden. Maar hoe kan dat nu? Dat kun je toch niet geloven dat die zo gekleed was? Weten jullie nog? Dat kleed van Kim Kardashian? Weet je dat ik daar echt fantastisch zou vinden als je dat echt zou doen? Dat mensen in de zaal zitten en denken, wat was het jaaroverzicht? En hij zegt, dat is mijn jaaroverzicht. Mijn jaaroverzicht? Sorry ze. Ik heb dat ooit tegen Van Pil gezegd. Dat zal 15 of 16 geweest zijn of zo. 15 zeker. 2015. Dat had hij zijn conferentie gedaan. Dat was fantastisch. Dat Van Pil is fantastisch. Maar ik zeg, ja, dat was niet mijn jaar. Mijn jaar, dat jaar, was de eerste de nieuwe Star Wars film. Dat was mijn jaar was Star Wars. Alles wat voor mij belangrijk was van dat jaar, was niet de economie en niet de politiek. Dat was, er is weer een goede Star Wars film gemaakt. Kennen we elkaar nog niet in 2015. Nee, dat kennen we elkaar nog niet. Afgestudeerd. Nee, ja, toen was ik al een beetje Star Wars fan. Ja. Maar snap je, dus iedereen heeft zijn eigen... Als ik dan een oudejaars, godzijdank, doe ik het niet. Maar dan zou ik zeggen, jongens... Wat was dat met... Han Solo is dood! Zodat er ergens een tsunami gebeurt, duizenden doden. Ik zeg, fuck die mensen! Han Solo is dood! Hoe noemt ze weer naar Dutchess? Wat was dat met Prinses Leia? Ja, die is dan echt gestorven natuurlijk daarna. Ja, dat is juist. Ja, Carrie Fisher. Ja. Maar, ja, dus iedereen heeft zijn eigen belangrijkheid. Nu, die van mij is heel triviaal. Maar ik zou het ook wel een beetje grappig vinden als jouw belangrijkheid is inderdaad. Zeg, wat had die nu aan? Allee, ik zeg niet dat er bij ons aan de keukentafel nooit over gehaald wordt. Natuurlijk wel, dat bij iedereen. Voilà. Maar of het ook belangrijk genoeg is voor het podium, is dat natuurlijk wel een ander. Ik ga erover nadenken, Fokke, we gaan het zien. We gaan het allemaal zien in december. Ik ben heel erg benieuwd. Dat vind ik echt gaaf. Maar goed, ondertussen moet je nog eventjes rustig Humus Comedy Cup winnen. Ja. Of iets anders. Want een ander ding wat de mensen nu ook niet zien is je komt nu regelmatig in de Indiana Media. Ja, inderdaad. Wat ook fijn is, omdat ik sowieso dan op de redactie veel met de actualiteit bezig ben. Ja, precies. En dat ik dan dat kan meenemen in mijn materialen. Kijk hoe. Ja. Dus iemand als Lucas, ja, die zijn actua is voor de ideale wereld. En voor de rest heeft hij het over eten en diëten. Ja. Nee, maar over van alles, maar eerder observatieve zaken. Ja. Dan actueel zaken, terwijl bij jou loopt dat veel meer door elkaar heen. Ja, dat is wel waar. Dat is wel waar. Maar dat betekent ook dat je op een gegeven moment moet denken, oei shit, ga ik dit nu hier doen of ga ik dat nu daar doen? Maar ik kan het altijd wel eens op podium proberen. Als mensen ermee lachen, dan weet ik dat ze het in DIW ook kunnen gebruiken. Of andersom. En, want je schrijft er ook, je speelt niet alleen mee in de filmpjes, je schrijft er ook aan mee. Ja. Allee, of probeer ik toch... Vind je dat lastig om zo sketches en dingen te schrijven? In het begin wel, omdat ik
omdat je dat nog nooit had gedaan en dat ook een omgeving is waar ik nog niet bekend mee was, dat is ook ineens op een bureau. En, ja, ja, natuurlijk. En zo'n middag is hier naar de rechter en ik wist niet waar dat was. Mijn boterhammen zo alleen op die bureau opging. Nee, dat weet je. Keizielig. Alleen maar die mensen zijn wel super lief. Maar nu, nu de kinderen wat beter kennen, ben ik wat meer op mijn gemak, natuurlijk ook meer mijn mening zeggen en mee aan de scènekers te schrijven en ideeën op te werken. En hoe is Van der Wal als baas? Is dat een moeilijke baas? Totaal niet. Niet? Die, een beetje, ja, wel streng, omdat hij wil dat het een goed programma is. Maar die zal alleen in mijn beleving de positieve dingen extra benadrukken in plaats van de negatieve dingen af te breken. Ah. Als er dan een brainstorm is... Goeie baas! Ah, wel, als het dan een brainstorm is, dan zegt hij van ah, dat en dat en dat idee, dat heeft echt wel iets, dat zou ik uitwerken. Ja. Dat en dat idee is misschien niet voor nu, maar misschien wel voor een andere keer. Okay. Maar je zegt dus niet van, maar ja, je had echt geen input van dat. Ik zou iets zou nooit zeggen. Toch weer op geen zak, hè? Ik zou hem nooit zeggen. Dus dat is wel goed. Ja, absoluut. En ook dat hem van begin tot eind alles meevolgt. Ja, dus hij speelt zelf niet in de filmpjes, maar zelfs de filmpjes, daar is hij bij betrokken. Ja, je zit altijd op de redactie. Goed. Je kunt er altijd iets aan vragen. Maar ja, jullie, er zijn twee keer uitgezonden zeker? Ja. Maar die redactie loopt gewoon door. Ja, maandag is redactie, dinsdag ook redactie en draaidag. Woensdag redactie, donderdag redactie en draaidag. Dus vandaag was de redactie. Ja, het is woensdag en dan, filmpjes bedacht en dan morgen worden die opgenomen. Alright, oké. Okay. En misschien als er een nieuwtje is en dingen komt, Merel. Ah, die in de slimste mens zat. Ja. Dat is wel heel tof. Ja, ik denk het ook. Ik ben wel blij. Allee, dus je kunt ook cool zo waar mensen ontmoeten. Wat ben je ook dan s'avonds bij de opnames? Ja. Ja. Alleen meestal volgen we met de redactie de opnames vanuit een bureau, allee, vanuit de zetel boven. Ja, een soort green room. Voilà. Zeg maar. Ja. Maar als je zelf in de studio moet zijn... Of, en ben je ook al sidekick geweest? Ja, één keer. Ja, ik heb het niet gezien. Oh, dat... Sorry? Dat kwetste me niet. Ja, dat dacht ik al. Dat ik, niet, ik had er moeten liegen, hè. Ik zei, ja, dat was keigoed toen je sidekick was. Dat was cool. Wat ik aan? Iets heel mooi. Je hebt altijd iets moois aan. Oh, dank je. Graag gedaan. Ik wil wel nog, want ik wil een kleine oproep doen. Oké. Okay. Heeft er even niks mee te maken, maar gisteren stap ik dus, want ik heb nog altijd geen rijbewijs, ik ga dus met de trein naar Vilvoorde. Ja. En ik stap uit de auto. Ja. Mijn moedertje zet me dan af bij het station. En ik stap uit de auto en ik kom op de trein en ik denk, waar is mijn muts? Mijn muts is weg. Je muts verloren? Ja, dus die lag op mijn schoot en ik was uitgestapt. Dus die lag waarschijnlijk op de grond op het station. Dus ik hoopte dat die, want dat zijn heel lange dagen bij de ideale wereld, dat die er dan om 11 uur, toen ik aankwam met een trein, nog ging liggen. Ja, ze lag er niet mee. Nee, ja, wel een verrassing. Ja, maar deze ochtend, om 7:30, ben ik naar het loket gegaan om te vragen van, is hier van de volgende voorwerp? Voilà. En er was iemand en die had de muts binnengebracht in het kantoortje van Noorderkempen. En die persoon, als je luistert, zou ik heel graag willen bedanken. Dus heb je muts terug? Ja. Oh, want, my goodness. Ja, en dat is ook... Was dat ook welke muts is? Heb je dat is exact dezelfde. Van die stof, van die grijze, grijze stof van sociaal. Paars is dat. Lila. Is dat paars? Lila. Maar ja, maakt niet uit. Dus, ja. Maar dat wil ik dus bedoelen. Dat bedoel ik dus eigenlijk... Dat lijkt ondertussen al wat grijs, maar ik die langer heb. Dus als ik die muts opnieuw had gekocht, had dat niet meer gemaakt. Had je niet gematcht. Want dan had dat te paars geweest en had ik ook een nieuwe sjaal moeten kopen. Maar zo goed dat de wereld is. Echt, hè? Ja. Ongelooflijk. Dus iemand heeft de muntjes haar muts in station Noorderkempen. Noorderkempen. Als je dit bent en als je dit hoort, stuur maar een mailtje naar Fokke en dan krijg je een verrassing. Nou, fokkast@gmail.com. Ja. Dat is het mailadres van deze podcast. Kun je ook andere dingen sturen. Naaktfoto's van Peter van der Verre bijvoorbeeld. Nee, dat is niet waar. Maar wel, als je iemand weet wie de vinder van de muts was, die wordt rijkelijk beloond. Een lila muts. Met op zijn minst een gratis kaart, maar misschien nog wel andere. Wie weet. Maar niet, ik zou het wel heel lelijk vinden als je hierover liegt. Ja, maar je moet ook zeggen, want dan kun je misschien wel checken, wanneer je hem juist hebt binnengebracht. Ah, ja, dat is goed. Want jij weet dat. Ik weet het. Ja, en ook, je hebt wel gezegd dat de 19e is vandaag, dus met een beetje rekenwerk. Ja, ja. Misschien een beschrijving geven van hoe de man in het loketje van Noorderkempen eruit ziet. Want dat is altijd dezelfde. En welke parfumlucht aan de muts ging. Ja, hè? Dat is ook een goeie. Ja, ik heb heel veel Sherlock Holmes gelezen, dus ik ben een speurder, hoor.
All right. Voilà, we hebben het nuttige aan het aangename gekoppeld. Jij gaat hier zo meteen de open mic presenteren. Ja. Hoe voelt dat om vroeger hier de open mic te moeten spelen en nu de presentator te zijn? Kei tof. De MC. Ja? Kei leuk, want mijn vriend Thomas was er de vorige keer bij de open mic. Ja, je was erbij. En die zei zo, ik vind dat kei raar. Dan komen er zo mensen die dat eigenlijk ouder zijn dan nu. Komen zo volwassen mannen aan u vragen tips voor hoe dat ze comedy moeten maken. Ja. En ik ben dan zo veel jonger en... Ja, maar dat gaat niet over je leeftijd. Ik bedoel, er zijn mensen die beginnen op hun 40 met comedy. Er zijn mensen die beginnen op hun 15 met comedy. Dat kan allemaal. Ja, dat is waar. En het gaat meer over de kilometers die je gemaakt hebt dan over de leeftijd. Dat is waar. Maar zo in het normale leven heeft leeftijd wel iets te maken met zo'n maturiteit. Maar bij mij, in de comedy... Nee, hoe lang doe je het nu? Vanaf mijn 20, 3 jaar. 3 jaar. Voilà. Ja, dat is toch al 3 jaar. Ja. En die zijn nog maar net begonnen meestal. Ja. Dus ja, dat heb jij 3 jaar meer ervaring dan hun. Ja, en dan vind ik dat wel cool dat die mensen nu komen vragen. Dat is cool. Half finalist van Humans Comedy Club. Ja. Ja, want de finalistentour is ook al begonnen. Ja. Maar we weten nog niet wie er gewonnen heeft. Nee, en het erge was dat Karel corona had op de eerste. Ja. Dus dat Seppe Tormans moest zeggen van... Het zou kunnen dat je vandaag de winnaar gezien hebt. Het zou ook kunnen dat je net ongeluk had en dat Karel de Rijken wint. Ja. En ja, die zien nu niet. Dus dan zit je een andere keer moeten terugkomen. Die gewoon een leuke line-up show. Ja. Want dat was Rick van Geel meegegaan, geloof ik. Ja, dat was wel heel fijn. Anders weet die ook in de halve finale stond. En dus het is een hartstikke leuke avond. Dat was heel fijn. Ja, absoluut. Alright. Nou ja, ik kijk eruit naar uit. Ik ben heel benieuwd naar de finale van Humans. Ik ben heel benieuwd naar... Ja, eindejaarsconferentie. Ja, ik ook. Want ja, dat is je eerste avondvullende show. Ja, eigenlijk wel, ja. Super spannend. Heel erg gaaf. We gaan het zien. Mensen komen zien, hè. Ja, kennis op kop elkaar. Misschien kennen mij alleen van deze podcast en we hebben nooit gezien. De kans is groot, maar komt die zien. Kom gewoon eens kijken. Dat gaat plezant, maar dat gaat toch echt leuk zijn. Dat gaat leuk zijn, dat garanderen we. We geven een lach. Ik heb een hele lage drempel. Ik heb een heel breed... Dit klinkt heel hoerig, heel sletterig. Ik heb een hele lage drempel. Iedereen kan bij mij zo binnen. Iedereen doet alles. Nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Je bent al heel gelukkig met je vriend. Ik heb een breed... Wat nu weer? Op publiek. Veel mensen vinden mij grappig, denk ik. Ja. Dus ben je nu oud, ben je nu jong, ben je iets ertussenin? Kom gewoon kijken naar mijn eindejaars. Je kunt jezelf keigoed verkopen, jarenbintjes. Arm of rijk, voor mij maakt het niet uit. Arm of rijk, voor mij blijft het gelijk. Oh, dat is goed. Dat wou ik zeggen, maar... We gaan ergens eind... April ga je zo je eerste einde maand of einde dingetje proberen. Zo om de twee maanden al zo'n dingen proberen. De Joker agenda in de gaten. En het komt helemaal goed. Ja. Ja, de beetjes. Bedankt. Graag gedaan. Fokkast. Ik zit tegenover Filip Joos en Bjorn Heijmans. Heren, welkom. Dag Fokke. Ja, dag Fokke. Dag Filip. Hij heeft me net dag gezegd Bjorn. Dat ik geen Björn mag zeggen. En toen zeg ik weer Björn. Dat is toch ongelooflijk? In mijn hoofd is dat... Maar het is Björn. Met een O. Zonder umlaut. Zonder umlaut. Inderdaad. Ja. Oké. Okay. Sorry, mijn excuses. Geen probleem. Heren... Fokke, ik moet eerst iets zeggen. Ja? Ik heb je niet gefeliciteerd met je 300ste, herinner ik me. Dus ik wil je nu al feliciteren met je 350. Voilà. Dank u wel. Het is inderdaad de 350ste aflevering. Voilà. En dan heb ik er graag luisteraars bij. En Bjorn heeft mij gestuurd dat ik van hem de film Barney's Version moest kijken. Omdat dat een goede film is, jouw favoriete boek. En toevallig ook het favoriete boek van Filip Joos. Man, het kan Kijk. Ook wat mooi. Laten we gewoon jullie eerst eens vertellen over... Bjorn, had je eerst het boek gelezen of eerst de film gezien? Ja, absoluut. Hè. Ik ben iemand die van verhalen houdt, maar in eerste instantie wel een lezer is. En dan op basis daarvan probeert de film mee te pakken. En ik had inderdaad ooit het boek, ik herinner het mij nog altijd, ik nam het vast. En dan lees ik zo de eerste paragraaf. En in dit geval, Terry is de aanstoot, de splinter onder mijn vingernagel. Voilà. Kijk, ja, we zijn er. Dus gewoon fantastisch. Ik heb hem hier openstaan, die eerste paragraaf. Ja, ik kan hem 1000 keer lezen en telkens opnieuw weer ervan genieten. Dus gewoon,
Super, super. Dus je was gelijk bevangen in die eerste paragraaf? Ja, absoluut. Dus zo'n een cynische, ja, iets wat zielige dronkaard. Dat weet je in de eerste paragraaf nog niet, maar het ruikt er wel al door. Ja. Het is een man met een verhaal en hij is een beetje kwaad op de wereld. Hè. Laat het ons zo heel eenvoudig stellen. Ja, in de film gespeeld door Paul Giamatti, hè? Ja, inderdaad. Ja, inderdaad. En Philippe, voor jou ook eerst het boek gelezen? Ja, in de FNAC, opgepakt, naar gekeken. Barney Panofsky is een groot verbruiker in vrouwen, drank en sigaren. Ik ben geen groot verbruiker in geen van die drie, maar ik was ook, en ik begon inderdaad er even in te bladeren, meteen gekocht. En het is nog altijd, en het dateert dus, ik denk, van 98, ja. Het is nog altijd mijn lievelingsboek. Het is nog altijd het boek waar... Er zit ook zeer veel humor in. Hè. Hij is bijvoorbeeld iemand die dan die brieven schrijft om de nieuwe man van de vrouw op wie hij nog altijd verliefd is en die bij hem is weggegaan, ja. Om die in discrediet te brengen. Ja. Maar echt, iets wat we eigenlijk allemaal zouden willen doen. Geeft hem een abonnement op, wat is het daar weer, seksspeeltjes en zo. Ja, leveren bij die man. Echt geweldig, ja. Ja, het is een fenomenaal personage. En ik heb alles gelezen van de auteur nadien. Ik ben nu, Salomon Gursky was hier aan het herlezen. En ja, hij was ook een polemist, hè, Mordecai Richler. De schrijver was ook echt een polemist die in Canada heel veel mensen tegen de schenen stopte. Hij is Joods, maar hij werd soms verweten van antisemieten. Enfin, hij had nooit een blad voor de mond. Okay. En, geweldig, dus die schrijver heet Mordecai Richler of zoiets, hè? Mordecai. Mordecai Richler. En dat is een Canadees en blijkbaar wel ook heel populair in Canada. Een belangrijke icoon. En hij is overleden in 2001, zie ik hier op Wikipedia. Op het moment dat ik ben één keer in mijn leven op Wimbledon geweest, Fokke, voor 14 dagen, ten tijde van Kleisters en in, hè? Ja, ja. En toen overleed hij. En ik had het voordeel dat ik ben op met een kostennota van de VRT, alle kranten, alle Engelse kranten, goede kranten gaan halen. En daar had hij echt wel mooie intermoriums. Ja, absoluut. Bjorn, heb jij ook zijn andere werk? Sorry, hij heeft op de shortlist van de Boekerprijs gestaan. En dat is echt een beroemde auteur. Een gevierd schrijver. Ja. Wel, want ik ging net aanvullen, inderdaad, in de Engelstalige wereld. Maar ik heb zo de indruk in het Nederlandstalige gebied niet zo. Hè. Ik weet niet of jij het hebt, Flip, maar als ik zeg van kijk, dit is mijn favoriete boek, dan kijken mensen zo van, ik heb nooit van gehoord. Ja, ik ben wel een soort... Ja, ik ben wel een soort zendeling, dus ik praat er overal over. ik probeer het mensen... Als een soort religie aan de mensen op te drukken. Zo, bijvoorbeeld bij de AA heb je het boek cadeau gedaan aan de heren. Ook, ik heb het cadeau gedaan. Ze hebben mij nog altijd niet verteld of ze het goed vonden, dus ik veronderstel dat ze het altijd niet gelezen hebben. Niet gelezen hebben. Druk, hè, de jongens. Nee, ja, die moeten elke keer een schrijver interviewen en dan moeten ze die boeken lezen. Die hebben heel veel verplichtingen, hè. Maar, Fokke, ik moet daar wel bij vertellen, en Bjorn, dat in Italië bijvoorbeeld, was het wel een enorm literair succes. Ah ja. Dus dat is vreemd. Waarom sloeg het aan in Italië? En de krant La Repubblica, je kan die vergelijken met bij ons De Morgen of De Standaard, die hadden elke week een column van iemand, anoniem, maar die schreef op zijn Barney's over de actualiteit. Dus met... Ja, en dat was echt wel zeer goed. La Versione di Barney. En er zijn ook zeer veel uitgaven, dus in Italië wel. Maar ja, het speelt zich ook af in Italië. Ik wou even inpikken, want het was een vraag inderdaad. Hè. De jonge Barney gaat met zijn vrienden en zijn eerste vrouw dan in Rome. En dat is waarschijnlijk de reden dat het in Rome is, want in het boek zitten ze in Parijs. En ik dacht, misschien heeft het te maken met filmrechten of dergelijke meer, dat goedkoper filmen is. Of dat de populariteit, dat die heel populair... Ja. Maar het is waarschijnlijk wat Flip zegt, dat het in Italië wel een hit is. Ja, het zou en vandaar... kunnen. Ah, dus in het boek, want in de film gaan ze naar Parijs. Zitten ze in Rome, maar in het boek zitten ze dan in Parijs. Parijs. Ah ja. Ja, het is pas onlangs in het Frans vertaald, want ik heb het gekocht voor een vriendin van me. Kijk, dus waarschijnlijk. Ja. Het is echt pas. Dus zou inderdaad. Dat is plausibel. En Rome is gewoon ook mooier. Hè? Je valt even weg, Philippe. Ja, Rome is natuurlijk mooier. Sowieso is Rome mooier dan Parijs. Sowieso. Voilà, wel kapot, maar plaatjes. Wel mooier. Kapot mooi. Heel veel kapot. Hey, want ik heb de film natuurlijk bekeken. Ik heb het boek niet gelezen, want ik ben een soort oermens. Maar vinden we de film.
het boek eer aan doen ook? Ik vind van wel. Ah, ja. Ik vind, oké, okay, ik vind het boek is beter. Ja. Maar dat komt ook omdat het boek echt fantastisch is. Hè? Bedoel, maar ik vind de film op zich echt wel een lovenswaardige adaptatie van een fenomenaal boek. Oké. Okay. Alright. Ja, ik vond de film tof. Ik heb de film met veel plezier gelezen. Ik vind dat, ja, ze hebben natuurlijk wel zeer goed gecast met Paul Giamatti. Mm. Dat is een fantastische acteur en die is een beetje geboren. Dat is een lovable klootzak en dat moet die zijn. En dat is die man ook. Ja. En ik vind dat eigenlijk alle acteurs wel goed doen. Ik vind af en toe de manier waarop ze het verhaal vertellen, ja, ik denk dat in een boek leuker is om te lezen. Het is heel, het volgt allemaal op elkaar op en het gaat af en toe terug in de tijd, maar dan denk ik van, ja, ik denk dat een betere regisseur het iets beter had kunnen maken. Dat snap ik. Dat denk ik ook. Maar de drie vrouwen vind ik ook echt goed. Minnie Driver is fantastisch als de tweede mevrouw Panofsky. Want ze krijgt in het boek geen naam. Hè. Dat is gewoon de tweede mevrouw Panofsky. En in de film, ik heb er speciaal op gelet, wordt ze ook nooit bij naam genoemd. Net, denk ik, om te laten zien, een symbool van zo onbelangrijk is ze voor hem. Ja, hè? Dus als wat op. En wat vond jij van de film, Bjorn? Ja, een beetje wat Flip zegt. Hè. Het is mijn favoriete boek, het is niet mijn favoriete film. Is hij daarom slecht? Nee, uiteraard niet. Hè. Acteerwerk en dergelijke meer zit er best wel goed in. Ik denk dat het ook niet makkelijk is om het leven van een onbekende man filmsgewijs helemaal te gaan capteren, waar dat het boek er wel fantastisch in slaagt. Maar een heel, heel verdienstelijke poging, hoor. Laat dat zeker zijn. Maar bijvoorbeeld de scène, omdat we net over die tweede echtgenote bezig waren, waarin zijn vader voorgesteld wordt aan de toekomstige schoonouders. Ja. In het boek echt grandioos. Mocht ik lessen geven in schrijven, ik zou zeggen, kijk jongens, dit gaan we echt fileren, want het is ongelooflijk. Het is grappig, het is tragisch, het is al wat je maar wilt. Hè. Lees het boek, zou ik zeggen, aan iedereen. Lees boeken, to court, hè. Dan is mijn boek. Dat is voor mij ook wel, ik vind ook wel dat de vader, Dustin Hoffman, die steelt de show voor mij, hoor. Ja, absoluut. Want hij doet het ook wel goed in die scène, dat hij zo, hij besluit dan van, wat was het ook alweer, trouwens, de kip is fantastisch, en dat de schoonmama dan zegt van, het is eigenlijk vis. Dat is een top joke. Gewoon fantastisch. Daar heb ik ook letterlijk hard op gelachen, wat je niet vaak doet als je daar een film zit te kijken. Maar dat heb je bij het boek ook. Af en toe lach je hard op. Ja. En wat zeer opvallend is, dat hij wordt verliefd op zijn derde vrouw, hè, Rosamund Pike in de film. Ja. Op zijn bruiloft met zijn tweede vrouw. En schrijver, dat is Mordecai Richler, de schrijver, zelf ook overkomen. Ah, ja. Dat vind ik ook wel de beste scène van de film, hoor. Want zij is op de trein. En dan gaat hij mee op die trein. Komt hij dan, terwijl eigenlijk is het trouwfeest nog gaande. Maar hij gaat daar weg en hij gaat naar de trein om die vrouw te versieren. En hij zegt, die heeft hij net ontmoet. En hij zegt zoiets van, ik vind je de mooiste en de leukste en ik wil nu bij jou zijn. En hij zegt, en zij zegt, ja, maar je hebt me net ontmoet op je eigen bruiloft. Dat is hem dus in real life overkomen. En ik denk dat, ik kan me dan voorstellen als een vrouw mij de uitslag, want ze geeft hem de ijshockey-uitslag. Hè? Ja. Ze vertelt hem de Montreal Bruins, denk ik. De Montreal Canadiens, sorry. Ja, ze spelen tegen de hebben 2-1 gewonnen. En in tijden dat er nog geen internet was en niemand kan je dat zeggen met een papiertje dat ze je speciaal komt. Ja, dan word je verliefd, hè? Sorry. Als je van sport houdt, wel. Ja. Ja, we zijn al zo simpel aan de haak te slaan. Bedoel, ja. Maar wat beter is in het boek, is het geheugenverlies van Barney, dus van Paul Giamatti in de film, maar dat speelt in het boek eigenlijk, dat zit in de eerste pagina's al. Ah ja. Want je leest, dat is echt een onwaarschijnlijk mooi procedé, je leest eigenlijk de memoires van Barney, dat is het boek, en die worden verbeterd door zijn zoon. Okay. En dus de voetnoten zijn van zijn zoon. En dat begint heel snel, en je hebt niet door waarom, maar dan staat er bijvoorbeeld, papa bedoelt waarschijnlijk het seizoen 89, want in 90 hebben ze helemaal de finale niet gespeeld. En de eerste keer,
wat staat dat hier nu te doen? Bedoel, ja, hoe ja maar, in de maar film, in de film komt er ook wel over van, hè, een beetje een slordig, hij is wel slordig. Ja, hij, ja maar pas op het einde, het laatste half uur, denk ik. Ja. Wat ik ook, wat je ook, omdat Flip, ik vind dat heel belangrijk, in het boekverhaal, zeg maar, zit daar ook daardoor die ondertoon in, die zoon, die heeft het eigenlijk niet voor zijn vader. En in de film wordt dat heel eventjes aangeraakt, als zijn moeder verhuist. Nu als kun je zeggen, als je vader... Dan is hij heel kwaad op mij, ja, absoluut. Ben je er niet blij mee? Ja. Maar in het boek zit dat echt wel daardoor, door die notities, het noemt denk ik zo officieel ook het boek, in het Nederlands, Barney's bekentenissen... Met notities de bekentenissen van Barney. En allee, daar voel je ook wel dat die zoon het niet heeft voor zijn vader. Dat hij eigenlijk gelooft dat zijn vader een moordenaar is. Hè, want we hebben nog niet de drie genres die in één verhaal verweven zitten. Het is ook en een dat thriller, wordt op hè? Het einde... Dat wordt op het einde echt wat letterlijk het boek gelezen, dichtgeslaan, laatste bladzijde. En zonder overdrijven 30 seconden, wat lang is, voor mij uit zitten staren van... Wauw. Ja. Dat is er, spoilers natuurlijk, dat is er dus aan de hand. En hoe dat opgelost wordt, dat is niet... Ja, ik vind het ook mooi dat in de wie in is de film... dader, wie is de vader, soort verhalen. Hij is in de film ook aan het einde van zijn... Hij weet het allemaal niet meer zo goed. Die ziekte is serieus ingeslagen. Ja. En toch heeft hij een soort aha-momentje aan het einde van de film ook... wat er dan eigenlijk gebeurd zou moeten zijn. Met de het overleden personage. En de grap zeggen, is... vermoorde personage. Ik heb het boek ook aan Mark Uitroeven opgedrongen. Ah ja. die het fantastisch vond. En die me mailde van... Flip, één ding, maar dat doet niks af van... En het kan dat twee mensen hetzelfde idee hebben op een ander continent. Maar het einde, dus het moordmysterie, is hetzelfde als bij Mullish twee vrouwen. Dus Harry Mullish... Ja, echt waar. Ik heb dat gekocht, ben dat gaan lezen en dat klopt. Speelt dat verhaal zich dan? Want wat, het einde... Allee, ik weet niet hoe, ik ben een stukje van mijn tong aan het afbijten natuurlijk, om het niet weg te geven. Nee, we mogen het maar niet vertellen. Iets, we mogen ja, niet weggeven. Dat doen we niet in België. Hè? Nee, hè? Dat bestaat bij ons niet. Hè? Nee, wel, dat is... een Arie Nederlander, denk ik, Nederlander maar... nee. Dus, ja. Nee, maar het verhaal speelt zich af in Griekenland, denk ik. Ah, okay. Een Griekse eiland. En is dat boek van Mullish, is dat eerder of later? Ja, eerder. Ah, eerder? Eerder. Maar ik kan me bijna niet voorstellen dat een Canadese Jood daar... Ja. Nee, enfin, dat is gewoon een goed idee, wat toch meer mensen... Voilà, ja, ik hou het op twee mensen die... misschien niet. Een urban legend, hè, Fokke, dat kan, hè. Ah ja, dat ze daar gewoon allebei ergens... Die soort gemeen goed is en allebei gedacht van, hé, hier kan ik iets mee bouwen. Ja. Allee, misschien is het de moment om er even op in te pikken, om te zeggen van, kijk, het is een whodunit ergens, hè, voor een deel. Mm-hmm. Maar het is ook zoveel meer. Hè. Het is comedy, hebben we al even aangehaald. En het is ook drama van de bovenste plank. Ja, het is heel dramatisch, het is heel funny. En je wil ook wel echt weten hoe het afloopt. Dus er zit echt heel veel dingen in. Het is natuurlijk zo, omdat het semi-chronologisch gaat. We vertrekken wel van het nu, maar het is semi-chronologisch. En daardoor zit hij bijvoorbeeld dat verbeteren van die zoon er eigenlijk pas tegen het einde in. Of de relatie met zijn zoon zit er pas tegen het einde in. Het komt er wel duidelijk uit dat hij een betere relatie heeft met zijn dochter dan met zijn zoon. Maar dat is... En ik denk dat als het een ietsje straffer regisseur zou zijn geweest, dat je dat scenario ietsje beter zou kunnen oplossen. Ja. Maar dat haalt niet weg dat het een prima film is, hè? Want iemand heeft dat ook... Sorry, heeft ooit ook de opmerking gemaakt, was over de film, ik weet even niet in het boek, maar inderdaad, het moordmysterie, het whodunit element, heeft schijnbaar geen enkele invloed op Barney in zijn twee andere in zijn leven, in zijn huwelijken. Ja. En nu ik het even, ik ben aan het nadenken. Dat is ook in de film. In de film vooral, in het boek valt het nog wel mee, denk ik. Want daar gaat hij vaak, hoe zou het met hem zijn, en dan gaan we misschien terugkomen. Ja. In de film is dat inderdaad heel duidelijk. Het is heel raar dat die Rosamund, Miriam, dat die verliefd wordt op een man die misschien net een moord heeft gepleegd. Dus daar wordt inderdaad geen enkele vraag over. Dat is inderdaad in de film niet. Ik vind ook wel het mooie, in tegenstelling tot het heel Hollywoodiaanse, hij is ook smoor verliefd. Hè. De vrouw van zijn leven is zijn derde vrouw. Inderdaad gespeeld door Rosamund
Pike, ja. Ja, Pike. Zeer goede actrice. Ik was aan het twijfelen, ja. Maar wat merk je dan, als het zo wat minder gaat, dan zegt ze van, ja, jij zit inderdaad nog altijd op café en je zuipt nog altijd en je gaat nog altijd naar de ijshockeywedstrijd kijken. Mm. En voor de mensen die dat dan niet weten, in Amerika of in Canada, elke 3 dagen is er een ijshockeywedstrijd. Ja, dus het heeft niet zo dat ik heb mijn levensgezellin gevonden en nu ben ik plots de ridder op het witte paard. Nee, hij blijft gewoon zichzelf. Een onhebbelijke. Ja, dat is ook de kritiek die bijvoorbeeld de criticus die ik volg, Mark Kermode, van de film vond. Die vond het personage niet sympathiek genoeg in de film. Ik had dat niet. Ik vond het wel zo. Ik snapte wel zijn. Maar die vond hem niet sympathiek genoeg. En snapte ook niet, hoe kan het dat die vrouwen voor hem vallen? Hoe werkt dat dan? Ja, en ik had dat wel. Ik vind het echt een lovable character. Dus ja, dat is ook maar net. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ik vind hem ook. Hij is echt, hè? Hij is zeer authentiek en inderdaad, ja. Als je dan plots gaat veranderen, moet dat dan? Nee. Ja, nee. Nee, hè? Nee, ik ben ook ongeveer hetzelfde als... Fucking, ik ben ook al 50 jaar dezelfde. Hey, wat natuurlijk interessant is aan de film, is dat er... blijkbaar is dat echt een soort Canadees ding. En zijn er een aantal, en ik kende er niet zoveel, maar ik heb er wel 2 opgemerkt, Canadese prominenten die er ook in komen. Onder andere David Cronenberg, de beroemde regisseur van een aantal zeer straffe films. Die speelt de regisseur van de slechte tv-reeks die ze maken. Ah, oké, dat wist ik niet. En een andere, die ik hier nu zeg... Atom Egoyan, wat ook een goede films. Die is ook een regisseur van het tv-reeks. Dus de eerste is Egoyan en de tweede is David Cronenberg. Dus dat zijn twee belangrijke Canadese regisseurs. Vooral Cronenberg is zeer bekend. Hè. Die heeft Crash gemaakt ook nog voor de Game of Thrones fans. Ik weet niet. De politieagent in het boek, ik zal nog maar eens vermelden, in het boek is Terry McIver de nemesis van Barney, zeg maar die doet in de film niet mee, wordt overgenomen door de politieagent, die zogezegd het boek geschreven heeft dat zijn ondergang zal inluiden. Ja. En dat is in Game of... De naam van de acteur ontsnapt mij. Maar Mark Eddy is dat. Mark Eddy, en die speelt in Game Robert of Thrones. Baratheon, de oorspronkelijke koning. Ja, en die speelt ook in de Full Monty. Dus dat is ook een van die gasten van de Full Monty is dat ook. Zeer leuke acteur en die doet dat ook zeer goed. Dat is een soort, dat zijn echt nemesis, hè, die twee. De ene wil echt de andere ontmaskeren. Achter de tralies. Ja, gaaf. Zijn jullie, jullie zijn blijde, zeer belezen. Ik totaal niet. Ik ben ook achter, ik doe het ook best wel achterstevoren. Als ik een film goed vind, lees ik daarna het boek. Wat zijn voor jullie nog films waarvan je denkt van het film is even goed als het boek of bijna net zo goed? Goh, dat is een moeilijke. Ja, ik zal eentje geven. Ik vond bijvoorbeeld 1984 met John Hurt vond ik zo goed als het boek. Hallo, kijk, er komt nog iemand in beeld. De striplezer. Daar heb ik een aantal strips aan gegeven. Ik heb dan mijn dochter gegeven. Super, cool. Ik vond 1984 bijvoorbeeld zeker die als film even goed als boek, voor mij. Dus wel, toen ik dat Fokke, boek... Ik heb allebei... Ik heb niet gelezen en niet gezien. Nee, ik heb het boek wel gelezen. Yes! Dat heb ik ook. Yes. Voilà. Nee, maar... ik heb 3 boeken gelezen, dat is daar toevallig een van. Maar kennen jullie zo nog andere films of boeken die je denkt van... Ik vond het boek ook leuk? Het eerste wat met... is het omgekeerde verhaal. Wat ik absoluut niet leuk vind, is als er een film of een tv-reeks is, en men gaat dat verboeken. Hè? Dat is waarschijnlijk gewerkt wordt, maar jullie snappen hem wel. Ja. Dat is absoluut not done. Hè? Dat is een genre op zich. En iemand die dat naar het schijnt wel zeer goed gedaan heeft, is Tarantino. Hè? Want die heeft zijn Once Upon a Time in Hollywood een novelization van gemaakt, die naar het schijnt waar zoveel extra heel goed goed is. Ik ziet er mooi uit ook. Ja. Ja, die heeft daar ook echt veel tijd in gestoken. Ja. En dat is natuurlijk ook een filmnerd. Dus die novelizations, dat zijn inderdaad vaak tie-ins van de film. Vroeger waren die noodzakelijk, omdat er toen... Ik heb er een aantal van Doctor Who-afleveringen, omdat dat de enige manier was voor mensen om die Doctor Who-aflevering te hebben. Omdat toen nog geen video's waren. Yeah. Jaren 60, jaren 70 was er nog geen VHS. Dus de manier om dat te bezitten of te herbeleven,
was door een boekje te kopen. Die Target boekjes van Doctor Who zijn bijvoorbeeld zeer leuk. Maar meestal zijn dat hele, ja, een beetje slecht geschreven, commerciële manieren om toch wat geld op nog extra te verdienen op basis daarvan. Ik herinner me wel van Philip Rowe, The Human Stain, de menselijke smet. Ah, ja. Ik denk dat dat verfilmd is en dat is echt wel goed. En een boek over een schrijver, The Ghostwriter van Polanski. Ah ja. En dat is, ik vond dat een geweldige film. Is dat met Ewan McGregor? Ja. Ja, heb ik wel gezien, maar weet ik niets van. McGregor is de ghostwriter. Is de schrijver, ja. Ja. Niet te verwarren met Ghost Whisperer. Nee, ja, inderdaad, de ghostwriter. De ghostwriter, ja. Van Polanski. Natuurlijk een omstreden personage. Ja. Maar oké. Ja, je moet niet goedkeuren wat hij allemaal in... Maar als hij goede films maakt... Ja, dat is waar. Ja, maar sommige mensen vinden het lastig, hè? Film. Ja, nee, dat weet ik. Ja. Ik ben niet de grootste Polanski-fan. En dat gaat niet over zijn ding. Maar ik bedoel, Chinatown kun je niet omheen. En ik vond Frantic ook ongelooflijk goed. Dat is, en dat Dreyfus, nu die film over Dreyfus, was echt goed. Heb ik nooit gezien. Zijn laatste, ja, die vond die echt goed. Een soort kostuumdrama, maar echt wel goed. Ik ga ook vlug even kijken, hè. Wacht even. Hè. Ja. 1 seconde, waar heb ik ze gezet? Zijn ze gevallen? Enfin, ik had die boeken hier... Ja, je had ze net vast. Ja, hier. Oké, kijk. Kijk, ik heb nog... zijn er 1... Ja. 2 en 3 exemplaren. Ik had er ooit 12 gekocht bij de slechte voor. Even kijken. Initieel was dat €2,98. Ach, mooi. Ja. Ja. Die lagen dus echt in de ranch. Dus ik heb er 12 ingeslagen. En dus bijvoorbeeld Mark Uitroeven heeft er één, maar anderen ook. Alex Ladries, vrienden ja. van mij. En ik zou bijna zeggen, als ze het lezen en ik hoor nadien... dat ze het niet goed vonden, dan zijn ze vriend af. Maar nee, zo erg is het niet. Dan moeten ze het boek teruggeven ook. Nee, zo erg is het niet. Ja, teruggeven. En er is één iemand, maar ik durf de naam niet noemen. Het is ook niet super bekend, maar iemand die op de VRT werkt en die ik eigenlijk niet goed kende, maar die mij erover bezig hoorde. Ja. En die daar ook van in de ban geraakte. Dus ik heb daar een boek aan gegeven en ik heb daar nooit meer iets van gehoord. Ai. Dus hij... Mocht hij dit horen... Geef je boek terug. Of je terug. Of je zegt alsnog dat het top is. Voilà. Of geef het door. Hè? Geef het door aan iemand anders. Door. Geef het door. Ik zou eigenlijk kunnen zeggen, kijk, 1 exemplaar aan een luisteraar van de podcast. Nee? Alright, super. Voilà. Jij moet een wedstrijd uitvinden. Jullie zijn daar goed in. Ik zal wel stuur een mailtje naar focast@gmail.com en geef een reden waarom jij het boek moet krijgen. En dan bezorgen we het en jou. En ik selecteer. Nou, voilà. Jij selecteert. Keigoed. Oké. Jij stuurt ze door en ik selecteer. Ja. All right, heren. Barney's Version. Weer een film die we... Ik ben altijd blij als ik opdrachten krijg. Want dat ding lag hier ook. Ik heb trouwens van de schrijver zijn nog andere verfilmingen. En een daarvan zelfs dubbel. Namelijk Fun with Dick and Jane. Is een film uit 1977... Met, dat wil ik hier even opzoeken. Met, hoe heet die? De nieuwe met Jim Carrey. George Segal en Jane Fonda. En dan is dat geremaked, mede door Judd Apatow, met Jim Carrey inderdaad. Dus dat heb ik hier, toen ik deze gekocht heb, en dat heb ik daar opgezocht en dan heb ik die andere ook... besteld, maar ik heb het nog niet herbekeken. Dus dat moet ik ook nog eens zeggen. Is dat naar een boek? Want dat zou een boek ik denk dat het op scenario van hem is. Ik denk dat hij het scenario geschreven heeft. Ja. Gewoon maar een origineel scenario van hem. Ja, voilà. Die Mordecai richten. Voilà. Heren, bedankt om mij Barney's Version te laten bekijken. Misschien wil ik zelfs het boek wel lezen. En een van de luisteraars... Stuur een goed mailtje naar jezelf. Ja, ik zal een mailtje naar mezelf sturen met de juiste overtuiging. En dan kunnen we een luisteraar daar ook blij mee maken. Hartstikke gaaf. Alright, Bjorn en Philippe, enorm bedankt voor het gesprek. Met jij plezier. Fokkast. Sander Rijk, hè? Ja. Welkom in aflevering 350. Alright, oké. Okay. We doen dit al. We doen dit. Jij weet helemaal niet waar je bent en waarom en wie. Nee. Maar dat doen we gewoon, hoor. Podcast 350. Ja.
En daar heb ik jou natuurlijk graag bij, uiteraard. Mm-hmm. En ik dacht dat we gewoon even heel kort... want een podcast is geen podcast als er niet een dooie acteur of weet ik wat in zit. Ja. Dus, en ik denk, ja, het is vandaag 11 december. En Bob Saget is een paar dagen geleden overleden. Ja. Bob Saget, de man die we allemaal kennen van America's Funniest Home Videos. Ja. En Full House. Ik ben grote fan van zijn, of ik was grote fan van zijn podcast. En jij ook. Ja, wel van de man zelf. Ja. Weet je, het straf is, en je voelt het ook, de impact van iemand die zo sterft, is een generatieoverschrijdende aanwezigheid. En dat is niet veel mensen gegund uiteindelijk. Klopt. Want bij mij komt die inderdaad binnen als Danny Tanner uit Full House. Ja. Ik heb als kind heel veel naar fucking Full House gekeken. Ja, denk heel mijn generatie is opgegroeid met al die sitcoms van VT4. Ja. Full House heb ik nooit gezien. Ik heb er een half aflevering gezien in mijn hersenen zijn gesmolten. Daarna. Ja, dat is ja. Vooral die ene gast, die andere gast. Dus je hebt de knappe gast en dan de John goofy. John Stamos. Maar die andere die dan al die dingen nadeed, die impressies... Die haatte ik toen al. Ja, dat was zo. Ik weet niet hoe het nu zit. Ik dacht dat Dave, als ik me niet vergis, speelde Dave Coulier een comedian in Full House. Ja, dat is niet zo goed, want die is niet zo grappig. Was niet zo grappig. Dat is wel belangrijk voor mij. Jammer altijd. Ja, maar goed. Wel een goede stemacteur, Dave Coulier, los daarvan. Ja, ja, ja. Doet de stem van Bill Murray in de Ghostbusters tekenfilm. Ah, is dat zo? Hij is Venkman. Alright. Dus ja, maar los daarvan, dus ik ga echt eerlijk zijn, ik weet dat hij America's Funniest Home Videos presenteerde. Ik heb dat nooit gezien. Ik heb dat meer gezien dan Full House, denk ik. Ja, 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 dat waren de pre-YouTube dingen. Dat was gewoon gast glijd uit, ja, of kattenfilmpje. En bij mij was dat dan Frank Dingen en ja. Bart van den Bossen, zeker? Bart van den Bossen. Die videodinges presenteerde. Ja. Dus voor mij is meer... Ik heb meer videodinges dan America's Funniest Home Videos. Ja, 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 snap ik. En daarna... En daar ben ik eigenlijk nooit zo'n grote fan van geweest. Dat die periode dat hij zichzelf profileerde als vuilgebekte comedian, op een of andere manier. Ja. Omdat dat... Ik vond dat te gimmicky. Zo van, hij kent mij als de brave... Ja, dat was een soort tegenreactie. Ja, een soort van tegenreactie. Ik ben de brave huisvader. Hij heeft toen in de film The Aristocrats, een hele vuile versie van de Aristocrats mop. Dat is niet de Aristocats, dat is de Aristocrats. Dat is een film over een mop die iedereen kent en iedereen de meest vuile versie van vertelt. En de winnaar is Gilbert Gottfried, dus daarom vinden we wel een leuke film. Maar hij doet ook een hele vuile versie. En in diezelfde periode heeft hij ook een stand-up special uitgebracht, waarvan ik de titel niet weet, maar die ook best heel vuil was. Ja. Ik was er niet kapot van. Allee, dat was gimmicky of zo. Ja, snap ik wel. Maar nu gelijk, toen ben ik echt bezig over de laatste twee, drie jaar. Ja. Heb ik die man zo wat herontdekt. Ja. Als in dat hij gewoon meer en meer begon op te duiken in dingen die ik leuk vond. Ja. En had ik gewoon door van, maar geld die ik wil niet nodig. Je bent gewoon oprecht een heel grappige vent. Ja. En... Nu, hij was natuurlijk ook, en dat is iets wat jij ook heel leuk vindt. Hij was ook de stem van How I Met Your Mother. Ja, dat was juist. Dat is inderdaad een belangrijk generatiegaatje dat ik weer overgeslaan heb. Ja. Is de volwassen stem van Ted Mosby in How I Met Your Mother. Dus weer een generatie van sitcom-liefhebbers. Die, ja, zich misschien niet bewust, maar wel. Bewust, maar wel, ja. Er heeft is nooit visueel in beeld geweest. Nee. Is dat een gemiste kans? Nee, want dat had heel raar geweest. Ah, ja. Sowieso voor veel mensen is het einde van How I Met Your Mother helemaal een gemiste kans. Maar... Ja. Dat is een beetje dubbele, ik denk dat was hem, ben je nog aan het kijken daarover, hè? Wie was dat ook weer? Astrid Stockman. Ah ja, Astrid Stockman, ja, juist. Dat was de fan van I'm Not Your Mother. En ik ook, dat is mijn Friends, uiteindelijk, als ik daar eerlijk over ben. Ah ja, Friends. Vind je dat leuker dan Friends? Sowieso, maar ik associeer mij ook beter met die karakters dan Friends. Oké. Dat is een verhaal voor een heel ander ding, maar de korte notendop wat ik daarover zeg is altijd, kijk, ik heb Friends gezien... heel jong, omdat dat zat achter de Simpsons op de TV4. Ja. En toen was ik zoiets van, ik heb niks met deze mensen. Mm-hmm. Want ze zijn allemaal oude mensen. Ja. En nu zit Friends al in zijn zes of zijn zevende jaar van belachelijke nieuwe hype. Ja. Sinds streamingdiensten vooral. Klopt. En ik heb het nog een keer geprobeerd. En nu voel ik me te oud dan die mensen. Op dus je hebt net de window of opportunity gemist daar. Ik heb echt, het kan niet zijn dat het slecht is, dat is ook niet waar. Nee. Ik get the appeal totaal.
maar How I Met Your Mother raakte dichter bij huis bij mij. Ik herkende meer in die karakters van mezelf. Ik had dat met Seinfeld, hè, de reeks. Toen ik daar begon, snapte ik, dacht van, hé, waar gaat dat over? Toen dat uitgezonden werd op tv, toen was ik daar te jong voor. En dan heb ik dat pas, laten we zeggen, 10 jaar geleden ontdekt. En dan vond ik het wel geweldig, maar inderdaad, ja, of, 15 jaar geleden. In mijn geval is Cheers en Frasier. En Frasier nog meer. Ja, ja. Als kind dacht ik van, voor een pretentieuze zeik is dit. En nu had ik door van, ah, maar dit zijn absolute randdebielen. Ja. Die van zichzelf, waarvan we weten dat het zo is. Ja, en dan wordt dat hilarisch. Maar dat, ja. Is dat niet het verschil tussen die goede sitcoms zoals Seinfeld, Friends, How I Met Your Mother en Frasier en Cheers en wat mindere zoals Family Ties of Full House, dat die dat zelfbesef wat missen en dat het gewoon eigenlijk iets te oppervlakkig is of zo? Ja, dat kan wel. Dat kan wel, want ik weet dat ik... Ja, ik heb nu geen zin om Full House terug te zien. Nog om het te bezetten op DVD. Allee, nee, snapte, like, nee. Er is niks aan mij, maar ik weet dat ik dat kapot gekeken. Nee, want dat zijn ook die Olsen twins zeker die daarin zaten. Ja. Die dan ook echt een tweeling waren, of was het dan één? Is ook echt een tweeling, ja. En nu is het eigenlijk de oude, dus de populairste. Is dat Wanda? Ja. Ja, ja, precies. Maar goed, Bob Saget. Ja. Ja, weet je, ik had dat door, want ja, we zijn allebei fan van Gilbert Gottfried's Amazing Colossal Podcast. Inderdaad. En... ik denk dat bij Bob Saget, bij zijn tweede terugkeer, daar, ik heb ze ook gedeeld, toen hij gestorven is, augustus 2020, heeft hij daar een legendarische aflevering opgenomen. Ja, dat is echt, is hilarisch. Gewoon een uur geschreeuw is van die twee. Ja. Wat niet is nu waar, dus Gilbert die schreeuwt, en Bob Saget is de perfecte straight man. Ja. Die gewoon niet afgeeft. Ja, die hebben eigenlijk zomaar port met een stok. Ja, en... zeg nog eens iets over die kerstman, is het geloof ik. Ja, zo. Zeg nog eens iets grappigs. En wat trekt de kerstman nog uit zijn hol? I put Rudolph up Santa's ass. Dat blijft gewoon. Ja, dat is even de grappigste podcast die ik al beluisterd heb. En dat is ook, want ik ben ook zelfs mijn eigen podcast. Ik vergeet alles wat ik gehoord heb of wat ik zelf vertel. En dan is er één die is bijgebleven waar ik kan zeggen, ah ja, die weet je nog, die podcast. Dat heb ik daar ook bij. Maar ik vind ook Bob Saget zijn eigen podcast. Nooit naar geluisterd. Ah ja, daar ben ik wel een hele grote fan van. Als ik nu de titel zou weten, zou het helemaal goed zijn. Maar ik wil heel altijd zeggen, Needs a Friend, maar dat is die van Conan. Ja. Is here for you. Bob Saget is here for you. Ja. Ook goede gesprekken met leuke mensen. En hij is ook gewoon echt sympathiek. Ja, dat merk ik ook wel. Ik zit vandaag ook te kijken naar een monoloog van Jimmy Kimmel. Ah, ja. Wel een pakkende monoloog over Bob Saget. Omdat dat wel goede vrienden waren. En er was zo te zien een heel leuk dingetje gaande tussen... Bob Saget en John Stamos. John Stamos is ook een topkerel. Ja, dat schijnt. Ja. En Don Rickles. Ah, Don Rickles ook? Ja. En toen Don Rickles gestorven is, zijn zowel Bob Saget als John Stamos te langs geweest bij Kimmel om een volledige aflevering aan Don Rickles te wijden. Om over hem te praten. En dus er was eigenlijk, het was wel mooi of zo. En ja, by all accounts, alles wat ik nu zie binnenkomen van andere mensen, is dat mensen oprecht hard gebroken zijn in Amerika. Ja. Like de mensen die ermee gewerkt en zeggen van, het was echt de liefste gast aller tijden. Ja, want iemand stuurde mij op een of andere sociale media van, ja, het was ook wel een beetje een perf, of er was ook iets meer aan de hand, maar ik vind dat nergens terug. Ik vind het ook niet terug, maar... En het enige wat ik wel weet, is dat iemand anders stuurde ook iets daarvan, dat Gilbert Gottfried in de podcast er juist een mop van maakt, dat hij lang geleden iemand verkracht zou hebben. Zal dat hem? Want het is in de roast. Dat was Iron Roast. In de roast van Bob Saget, doet hem zo'n ding van... Ik denk dat hij ervan uitgaat, dat is echt in zijn show. Ik ga ervan uit dat er nu pas mensen inzappen, dus ik ga heel vaak herhalen over die keer dat Bob Saget raped and murdered the girl. Dus dat is niet... Dat is een mop! Ja, dat is niet echt. Maar dat werkt, hè? Dat is keigoed. Dat werkt. Ja, dus jammer, jong in 65. Ja, en het is nog, ik zeg het, het is 11 december, voor wij weten, is nog niet precies gekend geweest aan wat hier gestorven is, maar dat het waarschijnlijk een hartfalen is. Ja, ik heb gelezen, want er is geen foul play aan de gang, er was geen drugs gevonden. Er stond ook echt, in het bericht dat ze het nu vrijgegeven hebben van... is op de camera's te zien dat hij om 2 uur 's nachts naar zijn hotelkamer is gegaan. Zijn vrouw heeft gebeld omdat hij eigenlijk op de vlucht moest stappen naar huis. En die pikte niet op. Ze hebben hem geklopt, die niet op. Ze zijn binnen gaan. Ze hebben hem gevonden op zijn bed, op zijn rug, met zijn linkerhand op zijn borst. Geen drugs, geen dingen in leven. Dus waarschijnlijk misschien echt dus waarschijnlijk, een hartfalen. Hartaderbreuk gekregen of zo. Ja, Bob Saget. Ik zeg het, check zijn podcast, check zijn shit.
De Rose van Bob Saget is natuurlijk funny, ja. Want dat, dat toen de Rose nog leuk was. Toen Greg Giraldo nog leefde. Ja, Greg Giraldo inderdaad. Eigenlijk, de Rose zijn minder leuk geworden toen Greg Giraldo gestorven is. Andere Roastmaster, Jeff Ross, was ook goed bevriend met hem. En in die, een van die bumping mics, die ik echt... Ja, dat is ook zeer goed. Zeer leuk, daar komt hij ook in. Komt hij ook in voor. Bumping mics met Jeffrey Ross en Dave Attell. Twee topkerels die een soort improviserende manier van dingen hebben. En daar komt... Daar komen diverse mensen komen. Ja, daarin. Paul Rudd en Bruce Willis duiken daar zelfs in op. En volgens mij ook Gilbert Gottfried. En die worden, een aantal daarvan zijn opgenomen. Die kun je op Netflix kijken. Staan ook in de Comedy Cellar. Die is een coole plek in New York. Dave. De Joker van New York. Maar dat durf ik echt niet zeggen. Maar het is wel een beetje. Dave, you look like a zookeeper in a zoo with depressed animals. Moet er aan de... Dus ja man, Bob Saget. Ja, jammer. Echt jammer. Gene Zevere, ook echt iemand die zo min of meer op mijn lijstje stond voor de podcast. Voor de, omdat ik dacht, vanaf dat ik zie dat iemand, niet ga zeggen vrije tijd heeft, maar like, Zoom-savvy is. En zelf dingen die denk ik van, ah, daar heb ik een opening. Je weet ook, daar heb ik een opening. Ja, absoluut. He knows his shit. En ook heel geliefd door comedians. En zelf ook een grote fan van comedy. Want heel veel in zijn podcast komen ook heel veel comedians. Bill Burr heb ik hem eens gehoord. En dat, ja, duidelijk een fan van het genre. Niet alleen zelf dat doen, maar ook fan van het genre. Ja. All right. Dat was onze korte Bob Saget tribute in Fokcast 350. Dankjewel, Xander Rijk. Graag gedaan. Fokcast. Aldo, welkom in aflevering 350. Hallo. Hallo, lieve vriend. Hallo. Aldo is een van de vaste klanten van Café de Joker. En tijdens, want we hebben eigenlijk twee soorten publiek. Een beetje een comedy publiek en een weekend publiek, zeg maar. En eigenlijk ben jij allebei. Ja, jij bent en bij de comedy en bij de drink. Dus jij bent je hebt een bijzonder plekje in mijn hart. En jij hebt mij ook een opdracht gegeven. Ik moest van jou een film bekijken. En dat was Until the Light Takes Us. Zeg eventjes waar het over gaat. Ja, in het kort gaat het over de Noorse black metal scene. Begin van de Noorse black metal scene. En ze volgen een paar figuren dat we controversiële dingen hebben uitgehaald. Ja. En ik dacht, ik laat u dat kijken om je wat cultuur bij te brengen. Om mij wat cultuur bij te brengen, ja. Hey, super, bedankt daarvoor. Want dat is muziek waar jij naar luistert. Op dagelijkse basis? Toch bijna, ja. Is dat echt? Ja. Maar je houdt wel, want we kennen elkaar redelijk goed, want jij houdt ook, je houdt wel heel veel stijlen, hè? Ja, ik zit tegenwoordig in cold wave, new wave. Ook wel een beetje depressief. Ook wel, bedoel... Dansbaar depressief. Dansbaar depressief. Ja, ik bedoel, want black metal is fucking depressieve shit. En ik hoor daar natuurlijk niet zo graag. Mijn probleem is altijd met dat soort muziek. Dat ik dat de muzikaal wel oké vind. En ik denk dat die vaak goede riffs hebben en shit. Maar zodra dan iemand begint te, laten we het even zingen noemen, dan haak ik af. Want zijn die teksten voor jou ook belangrijk in dat soort muziek, in die muziek? Meestal wel. Niet altijd. Maar het heeft wel een impact. Maar ja, je kunt dat niet verstaan. Je kunt die tekst ongeveer net zo goed verstaan als je de bandnaam kunt lezen op die t-shirts. Ja, maar je leert dat, hè? Jij spreekt en ziet black metal style. Ja. Is dat echt? Ja, maar ja, na een tijd hoor ik ook dat die zingen. Want dat komt ook van ik ben er naar binnen lasten als ik 14, 15 jaar was. Ja. En dan zo teksten opzoeken en lasten wat dat die zingen en allemaal opschrijven in boekjes. Dus opschrijven in boekjes, ja. Lyric books, ja. Gaaf. dus als je er zo lang mee bezig bent, ja, in het begin geleerd geworden of zo. En was de aantrekking als 14-jarige omdat er gewoon enorme herrie was? Of was het ook omdat het zo out of the mainstream was? Ik heb op mijn 12 jaar Rammstein live gezien. Oké, dat is een goede binnenkomer.
En ik ging toen naar Werchter met mijn moeder en mijn broer voor de Red Hot Chili Peppers te zien. En dan zei ik ineens Rammstein. En ja, dat blaast je zo ver. Ja. En dan daarna, was nu wel aan het spelen, zo Tony Hawk's Pro Skater 2 of zo. Ja. En in die soundtrack was een Motorhead, AC/DC, Iron Maiden. En zo in dat boekje las ik dan zo de soundtrack, AC/DC, veroordeeld voor satanisme, dit en dat. Dus ik denk zo, alright, cool, dat gaat keizwaar zijn, want ja, je zei Rammstein gewoon. Ja, en dan krijg je zo Highway to Hell. En dat is wel goed, maar dat is niet Rammstein heavy. Dus je gaat op zoek naar dingen dat hard zijn. En zo ben ik er eigenlijk in terechtgekomen. Alright. Goed, de film Until the Light Takes Us is een documentaire over de black metal scene. Nu, luister daar niet naar, dat is voor mij te heavy. Maar ik had natuurlijk wel de film Lords of Chaos gezien, daar kan ik mee flapperen. Want ik had ook het boek, ik had al het boek. Het boek had ik eerst. En dat gaat over hetzelfde, hè? Dat is precies hetzelfde verhaal. Dat gaat over de oorsprong van de black metal en het verbranden van die kerken en het vermoorden van elkaar, zeg maar. Er komt een moord in op het einde. Nu, ik vond die film Lords of Chaos en dat boek vond ik super mega interessant, maar ik vond die documentaire wel minder, zullen we zeggen. Wat vind jij er zo goed aan? Is dat omdat dit... vertel. Wat vond je er zo goed aan? Ik vind het leuk, omdat het is... Fenris van Dark Throne is uiteraard een grote held. Ja. En die Varg van Burzum is een interessant figuur. Ja. Held durf ik niet zeggen. Nee, muzikaal best. Een held wel, als persoon nee bedenkt. Ja. Maar dat zijn, het zijn interessante mensen om het verhaal te horen vertellen. In hun versie van de feiten, ja, eigenlijk. Ja, hun kant. En ook de kleine stukjes, zo Abad, dat er mee in zit. Die dat zo zegt niet veel, maar het is wel altijd gewoon grappig. Ik weet niet. Het gaat dus over die zieke toestanden. Want dat is zo bekend, dat is een bekend verhaal. Je kunt dat eigenlijk niet spoileren. Maar op een gegeven moment pleegt er een zelfmoord en gaat een andere een fototoestel halen om dat beeld die belt niet de politie of de ambulance, maar die gaat een fototoestel halen om daar een foto van te trekken. En dat is dan ook nog eens de cover van een album van een gast waar een pistool naast ligt en fucking zijn hersens liggen er gewoon fucking uit. Dat is gewoon echt... Wat, hè? Bootleg album wel. Dan is het goed. Oh, het is een bootleg album. Holy shit. En heel, heel grappig gezien ook al van Varg over die situatie. Nee, want die zanger dat ze gezegd heeft, die zei, is dead. And then he found dead in the bed. dead in the bed. Ja, dus die gasten. Dat was de zanger van een van de eerste groepen, geloof ik. Hè? Is dat, van Mayhem. Ja. Van Mayhem, ja, ja. Voilà. Ja. En dan... Dan steken ze wat kerken in de fik. En dan zijn ze kwaad dat de media denkt dat ze satanisten zijn. Ja. En dan... Zelf ook... Hè, want het ervaring dat ook zegt van... Ja, ik heb een interview gegeven over dat ik dat heb gedaan. Maar ze hebben mijn woorden verdraaid. Want nee, ik heb gewoon uw eigen aangegeven, gast. Dus die zit in de bak. En het aardige van die Varg is... Dat de eerste keer, als je er niks van kent of even niet meer weet wie is, plus die zien er natuurlijk anders. Die ene van Dark Throne, een beetje de gast die we langs volgen, die ziet er nog hetzelfde uit. Dat is een gast met lange haar en wallen nog groter dan de mijne en de jouwe opgeteld. Maar die Vark, ja, dat is zo'n gastje met een gekke sprekend kutje en een blond haar, zo'n kort blond haar. Dus die ziet er wel een guitige gast uit. En dan blijkt dat een fucking moordenaar is. Ja. Die ook in een soort... Die ook hoe dat gegaan is met die moord die hij gepleegd heeft... Ook totaal disproportioneel uitlegt. Die gast heeft iemand 32 keer neergestoken en die zegt... Ja, ik moest mezelf verdedigen. En ik denk, nee, niet 32 keer, vriendje. Het is... Ja, mega, mega fout en doet. Maar dat vind ik dus ook echt interessant. Hey, dat vind ik dan zo weer interessant, want dat is best een intelligente gast. Ja. Maar die verkoopt ook zo fucking veel bullshit. Ja.
Dat, want dat is dan nog altijd dat zelfverdedigingsding. Zo, ja, die is op een lamp gevallen. Zo, nee. Ja, daar zitten ze wel scherven van dingen. Nee, dat is niet waar. Je hebt die gewoon 32 keer gestoken. En misschien, oké, misschien geen 32 keer, maar dan nog altijd 25 keer. Dus dat is gewoon te veel keer. En, maar ook, en dat is mijn probleem met de film. Ja, ik vind het niet zo goed gemaakt. Dus het is opgenomen met een Nokia 3210 of zo. Ik weet niet precies met wat ze het hebben opgenomen, maar dat is... Ja, ja, dat is met een hele goedkope camera, dus het ziet er niet zo goed uit. Maar de personages, al die mensen, want ik vind die Lords of Chaos film, ja, dan heb je nog wel sympathie voor bepaalde personages. Hier had ik geen sympathie met niemand. Maar vind je het dan, als je die, weet hoe die mensen zijn, vind je het dan lastig om die muziek nog goed te vinden? Ja, nee. Nee. Ja, je kunt het eigenlijk los van elkaar koppelen. Ja, volledig. Met Fenris ook, als je... Want hij is ook een beetje die gasten in een gimmick. En dat zie je daar. Ik vind wel dat je in de film kunnen erdoor kijken. Want, ja, maar dan worden ze niet sympathieker van. Ik bedoel, het is al heel veel uiterlijk vertoon. En dan zit op een gegeven moment is één gast zelfs een soort art-installatie. En dan snijdt hij zichzelf. En dat is echt shit om dat te kijken. Dat is echt, mijn maag draaide daarvan om. Dus dat is goed. Ik bedoel, dat geeft een reactie. Maar dan denk ik van, ja, maar dit is uiterlijk vertoon. Je bent een Mongool. Ja, maar ik vind... dat is absoluut waar. Want het grappige aan die scène is ook dat je twee keer op dezelfde plek bijna op zijn bek gaat. Lijkt ook maar uit, zo. Maar zo, hij, die Frostin heeft niet veel interessants te vertellen. Nee. Terwijl dat dan je vriend is, als hem daar op zijn platenkantoor aankomt, en dat hij een interview moet doen, dat je ook, dat telefoongesprek begint ook met zo, hey, it's Fenris, are you having an amazing Friday? Dat is wel een sympathieke, leuke gast. Het gaat dan over techno. Dat hem er wel naar luistert, maar niet dat het geen invloed in zijn muziek is. Ja. Voilà, en dan wordt het ineens niet, dan is het niet gewoon een vriendelijke gast, maar dan is het de muzikant. Dus dan is het echt de artiest-kunstenaar dat dan over zijn muziek bezig is. Dus er is een verschil met... Ja, maar daarna gaat het over de teksten en de controversieelheid van de teksten. Ja. En dan begint hij te zeggen, ja, maar ik wil dat mensen die hier naar luisteren zelfmoord plegen. Denk van, ja, maar wie wil zijn publiek dood? Dat is niet zo handig. Dan kunnen ze je volgende plaat niet meer kopen, hè? Dat is zo leuk. Welkom in Black Metal, fucker. Dat kan toch niet? Hoe kan dat nu? Kijk, dat die gast wat die toen dit speelde, ze vertellen over een periode begin de jaren 90, daar waren die allemaal tussen de 16 en de 22 jaar of zo. Oké, goed. Ik heb geen mensen neergestoken, al zeker geen homo's in het park neergestoken, want dat is ook gebeurd. En dan zegt er ook iemand, ja, ik voel het wel cool. Ik van... Een gast van, ik denk, Immortal of zoiets? Nee, van Mayhem. Van Mayhem ook? En die zegt dan, ik was er niet bij, maar ik vond het wel cool. Ik vind, hoe kun je dat nou cool? Hoe? Ja. In welke? Ja, daar ga ik ook niet mee akkoord. Ja, dat zijn ego-trippers. Ja, maar ik vind het wel lastig als je zo'n foute idee hebt om dan die muziek daarvan los te koppelen. Dat vind ik wel... Maar dat is voor jou geen dingetje. Ik heb er echt geen probleem mee. Want in die teksten zit daar dan ook dat homofobe of dat nazistische in? Bij die bands niet. Er is echt een aparte strekking voor, NSBM. Wat? Ja, echt, toch shit. Het is echt, er is echt zo'n fascio black metal genre. Fascio black metal, oké. Alright. Ja, Mayhem Darkthrone zijn totaal geen politieke bands. En waar zingen die dan over? Maar die zingen ook niet. Want waar zingen die dan wel over? Oorlog, satanisme. Ah, toch wel over satanisme. Dood en verderf, ja. Ja, en over post-apocalyptische toestanden. Hè? Want ze verzamelen ook wapens omdat ze denken dat de oorlog gaat uitbreken. Ja, zo geschiedenis, horror, vooral. Heel veel oude black metal komt allemaal uit Lord of the Rings ook. Burzum of Gorgoroth zijn allemaal termen uit Tolkien. Ah, dus ze zijn eigenlijk gewoon een bende nerds. Extreme punkers geworden zijn. En die zijn gewoon uit hun kelder gekropen. Want ik snap wel, want op een gegeven moment zegt die Vark, hè, die ook die kerken verbrand, hè, die kerken in de fik heeft gestoken, of ja, toch de eerste paar. En dan zijn de fans het eigenlijk in hun naam gaan doen. Daar komt het een beetje op neer, voor zover ik dat kan beoordelen.
En die zegt, ja, die kerk stond op een plaats die voor de oorspronkelijke religie van Noorwegen belangrijk is. En daar snap ik wel. Ik snap wel dat je terug niet naar satanisme, want satanisme is een vorm van Christianity. Ja, ah ja, dat is de duivel van de christenen. Maar dat je in je oorspronkelijke godenrijk en je oorspronkelijke religie terug wil gaan en naar de basis van de Noorse mythologie en dat soort dingen. Nou, vind ik interessant. Maar om dan die kerk die daar letterlijk 1000 jaar staat te verbranden, ja, dat snap ik dan niet. Nee, ja. Nee, het is de satanisme in die gasten ook, dat is heel veel aandacht. Allee, dat is gewoon een bom uit te shockeren. Maar in die tijd, als je antichrist, nu niemand kijkt er nog van op. Nee. Het zal wel. Maar ja, dat was, ik bedoel, de punk is heel veel shock value. Ik denk dat het verbranden van die oudste kerk is ook het statement van daarmee is het christendom Noorwegen binnengekomen. Dus dat is het oorsprong van het christendom in Noorwegen. Dus ik denk dat ook meer een statement was van die kerk in brand te steken dan Birchemkerk of zo. Ja, okay. Ja, goed. En heb je daar ook in verdiept in die Noorse mythologie en wat die allemaal, ja, wat de basis van die hun ideeën, zeg maar? Ja, ik heb er vroeger wel een beetje over gelezen, maar ik ken er wel de basisdingen van. Maar het blijft een religie en vind ik stom. Ja, dat is natuurlijk het stomme aan anti-religie is ook religie. Ja, ja. Dus satanisme, dat heeft ook dezelfde. Dat heeft dan vinden we andere dingen belangrijk, maar dat komt uit hetzelfde soort van. Ja, exact. Als je een kruis omdraait, blijft een kruis, hè? Ja. Ja. Ja, voilà. Ah ja, we moeten er even bij vertellen dat die Until the Light Takes Us, als mensen dat willen zien en die willen kerken zien worden verbrand en mensen die zichzelf mishandelen. En, maar ook gewoon depressieve mensen die door de sneeuw lopen, zien we ook. Ik vind ook, er zit ook een kunstenaar. Ja, ik ben natuurlijk, ik heb kunstopleiding, daar zit ook een kunstenaar in. Dat is waarschijnlijk ook een enorme lul. Dus die death metal en black metal cultuur een beetje gebruikt om te shockeren. Dus die dan zelfs volgens mij niet naar die muziek luistert, maar gewoon die beeldtaal die zij wel bedacht hebben. Hè? Die paint op hun gezicht en zo. En hoe het eruit ziet en hoe ze zich. Dat hij dat eigenlijk gewoon gebruikt en misbruikt om en die gast die is nu miljonair en woont in New York, volgens mij. Dingen komt daar ook in. De regisseur van Gummo and Kids. Ja. Ja, dat vind ik Larry Clark, die had ik ook. Harmony Korine. Ah. Oh, ja, dat is nog... Schrijver dan of zo? Of? Ja, Gummo, wacht. Nee, Harmony Korine. Ja, klopt. Ja. En zo, die komt daar... die staat er dan zo raar met zo in die oranje broek in die galerij zo rond te lopen. Ja. Zo met gepeen. Dat is ook super raar. En een beetje overbodig. Maar die gast, als je dan naar die soundtracks kijkt, dat die gebruikt in die films, en dan zo, ik denk dat die wel meer liefde heeft voor de muziek dan die andere kunstenaar dat erin komt. Ja, ja, die andere kunstenaar, ja, wiens naam ik niet meer weet, maar die gebruikt het eigenlijk echt voor te shockeren en om zijn punt duidelijk te maken. Die van dingen van Gummo, en dat is een schrijver van de filmpjes. Ja, en die vindt het ook zelf wel interessant dan of zo. Maar wat ik nog wou vragen is aan het einde. Zij ze, hè, maar dan is die door de kerkverbranding en de moorden en alles, ja, is black metal een beetje bekend geworden? Is dat een fenomeen geworden? Zijn er heel veel mensen die zich dat ook noemen en die zijn dan commercieel of weet ik van wat? Want ja, hè, zo van die, ik weet dat Cradle of Filth, ja, veel mensen vinden dat shit, maar die noemen zich dan ook een beetje, of die proberen ook in die vijver te vissen of zo? Ja, die zitten zeker in die vijver. En die basis. Black metal gasten hebben daar problemen mee. Is dat bij jou ook? Of kun je alles face value nemen? Moeilijk. Ik ben niet per se een gatekeeper op vlak van alles moet die een oude no trend, no mosh dingen zijn. Dat helemaal niet. Maar ik vind ook dat, ja,
zo hetgeen wat mensen nu hipster black metal noemen, zo'n Death Heaven of zo. Die eerste plaat was supergoed. En voor echte true black metal is dat dan ja, hipster dingen, maar ik vind dat ook goed. Dat is ook black metal. Dat is gewoon niet die typische oude Noorse black. Ik heb daar ook geen probleem mee. Ik heb wel een probleem als het zo... Er is nu zo'n hele golf van zo, hoe moet ik het zeggen, zo hardcore kids dat ook ineens allemaal de laatste jaren black metal ontdekt hebben. En het is te veel gedoe om nog leuk te vinden of zo. Maar dus die muziek wordt nog altijd gemaakt en dat is nog altijd wel een genre. Maar er is heel veel middelmatigheid door mensen dat eigenlijk niet goed begrijpen waar dat over draait. Ah ja. Oké. Goed. Dus, voor de mensen die het willen zien, Until the Light Takes Us staat op YouTube. Kun je zo vinden. Het is een film uit 2008. Ik vond Lords of Chaos, de film, dat is een nagespeelde, het is geen documentaire, het is een nagespeelde film. Daar zit ook de Culkin-broer in. Die doet dat fantastisch goed. En het boek is ook wel echt boeiend. Er staan ook heel veel plaatjes in. Vond ik ook wel heel prettig. Dat er veel plaatjes in staan. Dat je kunt zien hoe achterlijk dus er uit... Er is een plaatje van Dead in the Bed erbij. Dat denk ik niet. Ik denk niet dat ze daar de auteursrechten op... Nee, ik weet het niet. Maar misschien wel. Jawel. Hier. Hopla. Ja hoor. Dooie mens. Vind ik een beetje scary. Vind ik een beetje eng. Vind ik gewoon een beetje raar. Maar goed. Voor de rest ben je een hartstikke leuke, normale, prima aangepaste mens. En dit is een van je hobby's waar ik minder in meega. Is dat goed? Dat mag perfect. Lieve Aldo, ik zie jou morgen wellicht gewoon weer op café in de Joker. Morgen. Of overmorgen. En overmorgen en de dag daarna. En daarna ook weer. Lieve vriend, staat. Bedankt voor het gesprek, hè. Yes, jou ook. Fokkast. Jens den Donker. Ahoy, deploy. Welkom in de 350ste Fokcast. 350, wie had dat ooit gedacht? Ik zeker niet. dat is duidelijk. Hey, lieve vriend, in een ver verleden had ik jou eens gevraagd wat jouw favoriete film was. Yes. En ik vond het nu een goede gelegenheid om het daar eens over te hebben. Ik heb hem gisteravond bekeken. The Wind That Shakes the Barley. Is Barley? The Wind That Shakes the Barley, inderdaad. Barley. Ja. Voilà, ik heb dat in een soort... Ik dacht dat ik dat ook in een normale versie had, maar ik heb dat hier in een soort Eurocinema van de morgen uitgave versie. Is wel leuk met een boekje bij. Zat er zo'n boekje bij? vertel eens, The Wind That Shakes the Barley. Waar gaat het over en waarom vind je dat zo'n goede film? Ik heb dat denk ik voor het eerst gezien toen ik nog in het middelbaar zat. Het is een film van rond 2006. Ja, 2006. Ja. 2006. En het gaat eigenlijk over de sociale spanningen in Ierland. Net na de onafhankelijkheid. Dus te zeggen de deelse onafhankelijkheid. Dus Noord-Ierland die bij het Verenigd Koninkrijk blijft. En Ierland zelf die zich onafhankelijk mag noemen. En het gaat dus over die sociale strijd. En het verhaal zelf gaat over twee broers die dus elk eigenlijk aan de andere uitersten van het kamp vechten. Ja, die strijden aanvankelijk voor hetzelfde. Ja. En dan is er een soort onafhankelijkheid. En de ene is de Tarnimi-akkoord en de andere wel. Klopt. En dan zijn ze aan twee weerskanten van de strijd eigenlijk. Ja. Ik vond het wel... goed. Dus het is een film uit 2006. Het speelt zich af in 1920 ongeveer. Na de Eerste Wereldoorlog. Hè? Net na de Eerste Wereldoorlog, ja. Dus zo 1916, 1920. Zo die periode is het. Vind je dat goed? Dus het gaat over de Ierse onafhankelijkheid. Mm-hmm. Is dat het onderwerp wat je aanspreekt? Of is het de film? Is het de regisseur Ken Loach die wat je zo goed vindt? Ik heb eigenlijk voor de rest niet veel met de regisseur. Okay. Ik ga zelfs meer zeggen. Jaren later vond ik het ooit een goed idee om in de cinema te gaan kijken naar I, Daniel Blake. Ja, van sociaal drama van Ken Loach. Ja.
En dat vond ik verschrikkelijk. Ah, oké. Okay. Echt verschrikkelijk. Alright. Terwijl, allee, niets op het verhaal zelf, maar ik vond dat, dat was een sociaal pamflet, maar niets meer dan dat. Dat was, dat had geen, ja, als film vond ik dat echt vreselijk om alleen maar naar schrijnende, hyperrealistische, rauwe miserie te kijken. Dat was, ja, ik weet niet, dat was mij een paar bruggen te ver of zo. Dus de Bruce Dardenne is ook niet voor jou dan? Dat is ook niet aan mij besteed. Ah ja, want dat is gewoon een beetje, het is een beetje de Britse versie, Ken Loach is een beetje de Britse versie van de Dardenne Bruce, sociaal geëngageerd drama. Ja. Het voordeel van Ken Loach voor mij is dat, omdat het zich in Engeland afspreekt en omdat de Engelse, ja, mindset vaak wat relativerender is, dat dat voor mij nog draaglijk wordt, blijft, is. Ja, maar er zijn een aantal films van Ken Loach ook waarvan ik vind dat dat zelfs echt niet meer aan de orde is. Dat dat echt ja, gewoon puur rauwe, schrijnende miserie is. Heel, ja, het is heel donker. Oh. En dit is wel veel, dit is veel filmischer. Veel filmischer, en ook veel mooier. Ja, ja. Het is mooi in beeld gebracht. Ja. De landschappen zijn fenomenaal natuurlijk. Ja, ja. Ja, ze oefenen heel veel. Want het zijn natuurlijk burgers die een soort burgeroorlog. Het zijn eigenlijk terroristen, zijn het eigenlijk? Eigenlijk wel. Dus het zijn mensen die. Vrijheidsstrijders. Vrijheidsstrijders voor een onafhankelijk Ierland. Eigenlijk de voorlopers van het van wat nu nog altijd bestaat als het IRA. Die dus vechten tegen de Engelse bezetter, zoals zij ze noemen, de Black and Tans. Ze oefenen dus inderdaad heel veel op guerrilla-gevechtstechnieken in die hele weidse omgeving van ja, de ja, het wordt niet heel duidelijk een plaats bepaald. Hè. Het is niet zo van, hier speelt zich af. Het is ook niet historisch. Het zijn ook niet historische figuren. Het is een verhaal gezet in die periode. Ja, absoluut. Absoluut. Ja, ik vond dat zeer, zeer straf. Hè. En ik had het nog nooit gezien. En ik heb het gisteravond zitten kijken. En je weet hoe dat gaat als je thuis zit te kijken. Dan zit je eerst zo op je gsm te prullen. En als je door hebt dat je al een half uur of drie kwartier niet meer naar je gsm hebt gekeken, dan weet je dat het een goede film is. Ja, dan weet je dat je erin zit. Ja, ja. En ik zat er ook echt in. En we gaan het niet spoileren, want mensen moeten kijken. Maar het is echt wel een mooi verhaal. Een beetje tragisch ook met momenten. De hoofdrolspeler is Gillian Murphy. Ja, die de meeste mensen waarschijnlijk zullen kennen van de Peaky Blinders. Ja, ik kijk niet naar Peaky Blinders. Voor mij is dat Scarecrow van Batman Begins. Maar, of natuurlijk, wat ik echt een geniale film is, 28 Days Later. Speelt hij ook in. En Sunshine, Inception. Het speelt hij van heel veel goede films. Heeft het ongelooflijk. Ja, ik vind dat een heel mooie man ook. Ik vind dat ook een ontzettend mooie man. Heel, heel karakteristieke kop. Fantastisch mooie ogen. Ja, die ogen van hem zijn echt niet normaal. Want ik heb daar ooit. De eerste film die ik daar ooit mee gezien heb is in een. Zie je het? Klopt. Toen ik in Edinburgh op het filmfestival. Daar is een soort festival met en een comedy en een film en een boeken en zo. Allemaal festivals op een hoop in augustus normaal gezien. En dan heb ik een film gezien, toen ken ik hem nog niet. Dat heette Disco Pigs. Een film uit 2000, dus dat is even zijn eerste. Ik denk dat zijn eerste langspeler is. En toen viel die me. Ja, dat weet je, dan verzeil je in zo'n cinemazaal en dan zie je zo'n. Ja. Weet je wel, dat is dan ook zo. Ah ja, dan gaan we dit kijken, weet je wel. Dat is gaaf aan van zo'n filmfestival. Ja. En dat was ook over twee jonge mensen. En ik vond dat toen al een bijzondere acteur. En hij speelt het ongelooflijk goed. Het meisje wat zijn vriendinneke wordt, speelt het heel erg goed. Dat is ook heel dramatisch wat er allemaal mee gebeurt en zo. Ja, ik vond het heel, heel straf, joh. En ik ben blij dat ik het gezien heb. Want dat is zo'n ding dat ligt dan op de stapel. En omdat jij dan zegt, ja, ik wil dat je dat ziet. Dat ik dat eindelijk eens gezien heb. Ja. Ik ben blij dat je eindelijk gekeken hebt. Ja. Want ben je dan iemand die dan ook daarin duikt, in de historie daarachter? Of... Ik heb dat toen wel gedaan, ja, absoluut. Ik ben er toen wel heel erg. Heel erg. Ik heb er toch het een en ander over gelezen toen. Want ik weet ook nog dat we toen net een Engelse les bij een hele coole leerkracht dat we hadden. Hadden we het over. Moet je name droppen?
Willem Claes. Voilà, je moet altijd een name droppen, dat vinden ze leuk. Ja. En die had een les over protest songs. Bij wijze van ons Engels. Billy Bragg en zo. En Bob Dylan en dit en dat. En ik had toen ook, dat herinner ik mij nog, voor een nummer gekozen uit die tijd. Dus tegen de gericht tegen de Engelse troepen. Ja. Dus een protestlied vanuit die tijd. Ja. En, dus ja, ik heb er mij toen wel wat over ingelezen. Ja. Ah, super. Ja, want het, The Wind That Shakes the Barley is ook een liedje. Het is ook een, dus de titel van de film is ook een, is ook een liedje. Het is een echt bestaand volkslied. Ja. Want dat doen ze ook. Hè. Op een gegeven moment zitten ze in de gevangenis en wordt er één gemarteld. En dat is heel heftig. Daar ben ik niet zo goed in. En dan beginnen, want in de cel daarnaast beginnen ze dan heel hard te zingen. Ik weet niet wat dat nummer is, maar dan beginnen ze heel hard te zingen. Ook een hele gave scène. En ook, want ik moet dan van, en dan, hij wordt ook genoemd, er is ook een andere film, namelijk Michael Collins, met, Liam Neeson, uit 1996, en die gaat over hetzelfde, en die man wordt ook genoemd in de Wind That Shakes the Barley, dus dat zij het oneens zijn met wat hij gedaan, dus zij vinden hem een lul, omdat hij is een van die gasten die dat... Peace Treaty of die dat bestand heeft ondertekend. En dit is een film uit 1996 die over die man gaat. Dus dat speelt zich in dezelfde tijd en met dezelfde, in dezelfde omstandigheden af. Gemaakt door Neil Jordan, maar veel meer een Hollywood-achtige film. Fucking Julia Roberts moet doen alsof ze van Ierland is, weet je wel. Dus dat is altijd een beetje lastig. Nu, veel bombastischer en met veel mensen en veel groter budget en veel minder impact. Weet je wel? Hoger budget, minder maar wel ook niet slecht hoor, want ja, Liam Neeson, ik bedoel, dat was er ver voordat hij een special skill set had en aan de telefoon ging zeggen dat hij ging kapot maken. Toen deed hij daar nog wel heel veel andere mensen bij. Nee, hij is dus een van de strijders en ook die heel tof aan zijn einde gekomen. Maar, dus dat is ook een film die over dat onderwerp gaat. Dus ik ben ook wel iemand die dan denkt van, oh fuck, wacht eens eventjes. Ah, er is nog een film. Weet je wel, dan wil ik dat ook allemaal weten. Ja. Ja, ik ben nu aan het denken over een hele recente documentaire die ik heb gezien over het ontstaan en de geschiedenis van de IRA. Ja. Maar ik ben nu even de naam kwijt. Ik zal het je nog doorsturen. Ja, en... Wat ik ook had, ook belangrijk voor deze film is dat hij de Gouden Palm in Cannes heeft gewonnen. Ik denk ook Ken Loach zijn meest lucratieve film geweest. Dus de film die het meest heeft opgebracht. Terwijl ze aanvankelijk natuurlijk dachten, ja, we gaan dit alleen maar lokaal releasen, want het is tegen de Engelsen. Dus in Engeland zullen ze daar niet naar willen kijken. Ik denk dat ze, en dan denk ik nou, misschien hopelijk in Europa zelf, hè, omdat ze daar het wel herkennen en ik denk bijvoorbeeld dat de Spanjaarden ook wel iets met zoiets hebben. De Catalanen bijvoorbeeld. Ja. Maar uiteindelijk, omdat het dan in Cannes toch gewonnen heeft, heeft hij toch best goed gedraaid, ook in Engeland zelf. En dat is natuurlijk wel bijzonder dat lukt. Want het is eigenlijk, het is tegen de Engelse bezetter. De Engelsen zijn de slechteriken. De Engelsen zijn de slechteriken, ja. Heet die documentaire Behind the Mask? Oh, dat zou goed kunnen. Ik moet het opzoeken. Ik weet het echt niet meer. Want ik zag het hier op te zoeken. Maar in ieder geval, het is een zeer, zeer bijzondere film. Is daar iets, als jij naar films kijkt, want jij hebt een heel brede smaak wel, hè, van film? Ik heb een brede smaak, maar ik lees en ik zie graag dingen met een historische kern. Dat is altijd geweest. Ook al is dat dan... veel poëtischer of met fictie ingevuld. Maar mijn historische kern heb ik altijd graag gezien. Ik ben ook een grote sukker voor kostuumdrama's. Fantastisch. Ja. Nou, ik heb het niet gezien, maar ik hoor er heel goede dingen over. Is dat de Coen Brothers, Joel Coen, heeft nu een Macbeth-versie gemaakt. Nou, dat hebben we nog niet gezien. Nee, ik ook niet. Maar ik denk ook niet dat waar dat juist uit is, weet ik ook niet.
Maar dus er is een Macbeth. Want zo'n Shakespeareaanse toestellen, vind je dat dan ook leuk? Of, Ja, absoluut, absoluut, absoluut. Zeker weten. Ja, of zelfs zo een Pride and Prejudice verfilming van die toestanden. Ja. I love it. Ja, die ligt hier ook nog klaar. Dat ligt hier ook weer klaar. Joel Coen heeft met Denzel Washington een Macbeth gemaakt. The Tragedy of Macbeth. En Frances McDormand is Lady Macbeth. Dus, dat is, dus ja dat triggert mij ook wel. Ook gedraaid in zwart-wit. Dus dat is ook wel heel bijzonder. Okay. Terwijl normaal gezien is dat iets luchtiger wat die mannen maken. Maar ik denk wel dat dit goed kan zijn. Goed. We hebben een kwartiertje geluld over The Wind That Changed the Barley. En nu moeten andere mensen dat ook zien. Want dat is een beetje absoluut. De bedoeling. Is er nog een film die ik dan over 100 afleveringen ook kan kijken? Wacht even, welke zal ik nu zeggen? De eerste die aan mij opkomt. Ben je vertrouwd met het werk van Jim Jarmusch? Ja, absoluut. Ja. Heb je Only Lovers Left Alive ooit gezien? Dat weet ik niet. Ik weet zelfs niet. Want ik ben een grote... hoe heet die film? Wacht. Only Lovers. Hij heeft ook die wacht, hè. Only Lovers Left Alive 2013. Heb ik... Met Tilda Swinton? Nee, heb ik niet gezien, denk ik. Dat heb ik onlangs aangeschaft. Omdat ik zag Tilda Swinton, Tom Hiddleston. Hè, Loki. Yes. Jeffrey Wright, die ik ook supergoed vind. En die speelt blijkbaar Dr. Watson, wat ik ook wel grappig vind. Oké. Only Lovers Left Alive is mijn volgende opdracht van jou. Volgende projectje. Ik ben een grote fan van Down by Law. Een hele oude Jim Jarmusch. En natuurlijk die met dingen. Met Bill Murray is Coffee and... Nee, weet dat niet. Hij heeft ook een rare film met Johnny Depp gemaakt, genaamd Dead Man. Night on Earth vind ik ook goed. Jim Jarmusch. En The Dead Don't Die natuurlijk, die zombiefilm, die eigenlijk ook echt superleuk was. Heel cool, ja. Maar Only Lovers Left Alive heb ik nog niet gezien. Ga ik bekijken. Maar heeft dat ook een... Ik vind dat veruit zijn beste. Ah ja. Ik wil de verwachtingen niet te hoog zetten, maar ik vind dat veruit. Ja, dat heb je nu wel gedaan. en zit daar ook een historische achtergrond in? Geen historisch. Ja, jawel. Eigenlijk voor een deel wel. Ja, maar op een heel speciale manier. Ja, maar ik kan nog niet te veel verklappen. Oké, goed. Ik ben heel benieuwd. Alright, bedankt voor de opdracht. Ik heb er zin in. Lieve Jens, ik ben blij om je nog eens te zien. Trouwens, wie is Radijsje? Nee, ik weet het niet. je zit nu in de Maas te zingen, maar dat is vorig jaar al opgenomen natuurlijk. Ja, dat is een hele tijd geleden opgenomen. Maar word je nu lastig gevallen door mensen die de hele tijd zeggen... Best wel. Wie zit er in dat pak? Dus ze zeggen, ik krijg heel veel suggesties doorgestuurd. Ja. Ja, maar jij weet het. Jij weet het natuurlijk, maar ik los niets, want... Dan moet je heel veel geld betalen. €200.000. Wat? Alsjeblieft. Ja, ik heb een contract moeten tekenen voor €200.000 als ik mij zou verraden. Of als ik het zou vertalen aan iemand. Holy shit. Dat is wel wat men noemt een stok achter de deur. Dat is een klein... Dat is gewoon een huis. Dus als er een boekje of iemand... €201.000 voor mij. Dan vertel je alles. Ik zou het wel een beetje interessant houden. Ik zou zeggen 210.000. Dan heb je nog 10.000 over. Ja. 210.000, dan vertel je het. Hopla. Dan maak je het hele programma kapot. Oh man. Ja, dat is wel een poppenkast, die toestanden. Hè? Maar het leeft wel bij de mensen. Hè? Ja, het scoort weer... De eerste aflevering althans heeft weer heel goed gescoord. Dus... Het is een eerste aflevering en dan gaat dat ding af en dan weet niemand wie dat is. Want dat is een of andere, ik ken niks van sport, dus ik ken er geen hol van. Dat is dan een of andere tennis mevrouw. Dus ik vind, sympathieke mevrouw wellicht, maar ik weet niet wie je bent. En volgens mij jij ook niet. Ik wel. Wist jij het? Ik ken mijn sporters. Ja, vuile leugenaar, ik geloof geen hol van. Maar goed, ik zal nu de ding afzetten en dan moet je toch vertellen wie het allemaal is. Alright, lieve vriend. Tot de volgende keer. Bye-bye. Tot de volgende keer. Fokkast. Amelie Albrecht.
Fokke van der Meulen. Welkom in de 350ste aflevering. Een aflevering van de Fokkast bestaat niet zonder Amelie Albrecht. Oh, zeker. En zeker de 350ste niet. nee, want het was eigenlijk heel grappig. Omdat jij had mij een film gezegd die ik moest kijken. En dat heb ik dan gedaan. En dat was Easy A. Yes. Een film met Emma Stone. En die zich een beetje afspeelt in een... hoe zeg je dat? In het middelbare school. Milieu. En ik vond dat een keileuke film. Ik heb daar echt van genoten. En in die film wordt eigenlijk heel veel gerefereerd aan John Hughes, de regisseur. En de film Ferris Bueller's Day Off. Maar wordt er zoveel... Drie keer! Film? Drie keer! Ik heb het zitten zoeken, want ik heb naar Easy Eight ook teruggekeken. Maar, ouch, één keer letterlijk in beeld. Als ze spreekt over dat ze een musical nummer nog wou, dan ja. Zie je die beelden. Maar ja. De andere twee heb ik gemist. Op een gegeven moment staat ze onder de douche en doet ze haar haar in een hanenkam. Ah, ja. En dat is een letterlijke verwijzing naar de douche-scène van Ferris Bueller's Day Off. Ah, oh my god, oké, okay, ja. En wat was nou die derde? Was er nog een? En dan het feit dat ze dat muzieknummer doet. Ja, dat refereert naar dat hij op die praalwagen staat. En, ja. Dus dat is eigenlijk een beetje ook dat. En volgens mij was er nog een, maar daar ben ik kwijt. Mm-hmm. Maar goed, ik vond Easy A met Emma Stone superleuk. Wat vond jij van Ferris Bueller's Day Off? Ik vond het een mega leuke film. Ja? Ja, ze is zo blij. Keigoed. Ja, dat is een van mijn favoriete films aller tijden. Dus ik ben altijd blij als andere mensen die ook leuk vinden. Ja, ik vond het echt super tof. Maar ik was er zo naar aan het kijken en ik dacht... Hè, ik had... Met Goonies had je mij dan ook laten zien. En ik dacht, zo, eigenlijk vind ik dat wel leuk, zo qua jongens. Ja, zo, ja. Ik vind dat wel tof. Als het niet zo overdreven is. Ik ben nooit een fan geweest van Home Alone, omdat dat echt zo... Dat wel heel veel is, maar snap je wat ik wil zeggen? Ja. Zo. En dat had ik nu ook wel weer. All right. Het grappige is dat Home Alone ook van dezelfde regisseur is als Ferris Bueller's Day Off. Dus dat Maar dat is puur toeval. Maar je had hem nog nooit eerder gezien ook weer. Nee. En kon je verplaatsen via de personages? Want ben je een Ferris Bueller of ben je een Cameron? Wat denk je zelf? Ja, ik denk dat je Cameron bent, ja. Weet je, De depressieve. Ah, op die manier. Goh, ik ben zo geen pushover of zo. Nee. Allee, op dat vlak zou ik eerder dan... Eerder Ferris Bueller zijn. Ja, ah, ja. Al dacht ik wel een hele tijd, maar eigenlijk ben je wel echt geen leuk persoon. Allee, zo, wat een douche, jongen. Dat is een kloon. Dat is heel grappig dat je dat zegt. Want Gilbert Gottfried, hè, die, daar luister ik vaak naar, en die haat Ferris Bueller's Day Off. Die vindt dat een shitfilm, omdat hij vindt dat het hoofdpersonage Ferris Bueller, ja, dat is een beetje de lul. Maar en die komt overal mee weg. Alles. Ja. Die notto vliegt er uiteindelijk door dat raam en ik denk, maar nu toch, hij zal toch niet. En hij stelt dat ze voor en ik dacht, ik zal kijken het op mij nemen. En ik dacht, oh, en dan, toch weer niet. En ik dacht, maar... Wat vond je de leukste scène? Wat vond je het grappigste of wat vond je de leukste scène? Weet je wat ik de leukste scène vond? Nee. Toen bleek dat die non toch niet dood was. Welke non? Zit er een non in? Ah, ja, de non van de... Uiteindelijk. Ja, de hond heeft een hoofdrol. De hond die maar dat die duurde echt mega lang. Eer dat dan die een directeur of whatever dat is. Zijn zus doet dan de deur toe op het einde zo. En dan die directeur staat daar buiten. En dan zie je terug dat beeld van die hond, dat die daar zo ligt. Maar dan blijkt dat hij zo wakker wordt. Ja, die was gewoon gedrogen. Ja, voilà. Want dat begreep ik ook niet goed. Ja, die heeft dan... Die zei dan slaap wel tegen dat beest. En ik dacht, what the fuck? Is die hond nu dood? En ze zo voorbij. Die zullen toch nooit... In zo'n film gaan ze toch nooit een hond doodmaken? Ik zou wel een keer grappig vinden. Zo. Ja. Ah, nu wel. Heb je trouwens gezien dat de zus... Of ja, ik weet niet. Heb je Dirty Dancing ooit gezien? Dat is toch een film? Ja, ik weet het, hè. Ik heb die ooit een keer gezien, maar dat is super lang geleden. Oh ja, dat moest al bijna wel. Dus de zus is het hoofdpersonage van Dirty Dancing. Dat, zo ver was ik. Als ik haar kop zag. Keigoed. Dus je was weer heel begaan met de hond van Ferris Bueller. Maar welke menselijke scène vond je het leukst? Ja, ik wou ook nog even zeggen, als die zus zo bij de flikken zit... Ja. Dus ze is daar aan het muilen met die ene... Met Charlie. Ik weet niet...
Ik had zo wat Grease. Ja. Omdat hij ook zo'n beetje rugged, een beetje de stoere. Zij is zo wat. Hij maakt daar zo een baddie van. Ja. Door er één keer mee te malen, maar alles wat. Ja, maar zo gaat het als je die leeftijd bent. Je moet één keer met de verkeerde mens builen en dan is het naar de kloot. Ja, eigenlijk. Dat is zo. Nee, maar dat vind ik er ook gaaf aan, dat zij zo slecht. De vervelende zus, maar eigenlijk komt ze, gun je haar ook wel dat ze er lief krijgt en dat ze wat gelukkig wordt. Ja, meer dan die ene. Alleen meer dan haar broer. Ik geef haar gelijk hoor, ja, die komt echt met alles weg, what the hell. Nou ja, dat vind ik altijd grappig dat mensen kwaad worden op iemand die met dingen wegkomt. Nee, dan moet jij erover zorgen dat jij ook met dingen wegkomt. Je moet niet kwaad zijn op iemand die het wel lukt, vind ik altijd. Dat is waar. Wat ik wel raar vond, is dat zij denk ik jonger is dan hem. Want hij zit in het laatste jaar en zij zit ook nog altijd op school. Dus ik vermoed dat zij jonger is. En ik heb zo eerder de indruk dat zo'n oudere zus is. Dat vond ik zo van een rare ding. Ja, snap je wat ik wil zeggen? Ja, absoluut. Niet qua uiterlijk, hè, maar gewoon hoe dat hij haar gedraagt. Zo, dat is echt zo classic. Haar jongere broer komt met alles weg. Maar het was dan zo omgekeerd. Dat vond ik een beetje raar. Maar dat is natuurlijk ook wel zo, omdat op die leeftijd zijn vrouwen gewoon volwassener dan mannen. Maar ik zeg het niet, het is niet qua uitzicht bedoel ik ook. Nee, maar ik bedoel gewoon qua gedrag ook. Ik ben nog altijd een puber wat dat betreft. Ja, wel, dat kan ik wel zeggen. Dat verandert of wat na het middelbaar. Nee, totaal niet. Ja, en die film is natuurlijk ook, maar als je, die waren ook allemaal dik in de twintig toen die iemand van 16, 17 jaar moesten spelen. Maar ja, daar kijk je wel doorheen. Ja. Omdat het is over de top, hè. Een van mijn favoriete scènes is in dat restaurant. Als die gast denkt dat hij ze te pakken heeft. En dan aan het einde komt hij zijn vader nog tegen. En ja, ik vind dat geweldig. Ja, och, maar er waren heel veel momenten dat ik echt gelachen heb. Alright. Dus dat is wel goed. Dat is keigoed. Ja, voilà. En dus jij wist zelfs niet dat Easy A, dus jouw favoriete film, eigenlijk een eerbetoon is aan Ferris Bueller's Day Off. Je kunt echt overdrijven, hè. Dat is eigenlijk 3 verwijzingen. Dat is niet waar. Ze bedoelt ook, het leven is geen John Hughes film of zoiets. En ik ben ervan overtuigd dat die regisseur daar wel, dat is. Nu, even los van hè, dat er links zijn, die film is ook gewoon op zichzelf zeer goed. Easy M.M. Stone gaat over een meisje wat zich gedraagt als een beetje een slet. Op de middelbare school en met alle gevolgen van dien. Zo een, ze doet een alsof, leugen, hè? Ja. Een leugen dat verspreid geraakt. Ja. Een beetje naar eigen fout wel, maar... ja. En dan gaat ze daar inderdaad naar gedragen. Zo, en, ja. Ja. En dat verwijst ook naar de film The Scarlet Letter. Dus Easy A is eigenlijk The Scarlet Letter. Dat verwijst naar een hele oude film. En een remake met Demi Moore. Heb je die, omdat je de... Nee. Want als ik dat goed vind, dan wil ik dat weten, die andere film. Ja. Maar dat heb jij niet. Maar die legt dat, ik heb daar net ook terug naar Easy in gekeken. Hè. Die legt dat op een minuutje uit waarover het film gaat. Oké, ik ben mee. Ik heb de info dat ik moet hebben. En ja, die verhaallijn spreekt me ook niet echt aan van die film of zo. Maar ik zal er ooit misschien wel eens naar kijken. Was dat, want op mijn middelbare school was dat eigenlijk niet zo'n dingetje. Of ik was gewoon achterlijk dat ik dat niet door had. Het seksdingetje en de verschillende groepen en zo. Was dat bij jou op de middelbare school aan de hand? Seks? Of wat? Nee, maar ik bedoel dat er zo over geroddeld werd. Die heeft wel al geneukt en die heeft nog niet geneukt. Ik denk dat niet zo. Ik denk dat niet echt. Allee, goh, dat is ook maar zo, het is zo, dat is zo super Amerikaans ook. Hè. Ja. Die groepjes en zo'n grote school dat je zo figuren net die er dan uitspringen en daarover wordt dan geroddeld. Ja, bij ons, iedereen kent iedereen op van een jaar. Hè, van ja, dat is waar. En, ja, het is niet dat je als nerd niet met de sporto's babbelt. Nee, is inderdaad, dat zijn heel andere dingen. Zo, ja. We wel een keer... Maar tuurlijk heb je wel zo'n verhaal. Hè. Weet je wel, allee, dat zo rondgaan of zo. Er zat een meisje in mijn jaar en die ging op haar verjaardag... voor de eerste keer seks hebben met haar lief, waar ze ook wel al 1 jaar mee samen was of zo. Ah, ja. En dat wist iedereen.
Ja, dat ging zo rond, maar nog voordat dat was gebeurd, dat ik ook zo dacht. Ja, dus die verjaardag, iedereen wist wat dag dat was. En dan ging die ontmaagd worden. En ik dacht echt, wat de fuck. Oké, nou, dat is toch een beetje wel zoals in de film eigenlijk. Maar dat is het leven toch gewoon een beetje fokken. Elk goed verhaal gaat toch goed rond. Allee, ja. Dat is wel waar. Ja, maar ja. Het is, maar in Amerika is het ook zo meer schandaal, hè. Allee... Ik denk niet dat het echt een ding zou geweest zijn, ook niet bij mij op school of zo, van, maar je het gehoord, die heeft seks gehad op je 16. Iedereen had zo waarschijnlijk zoiets van, ja, what the fuck. Ja, gives a fuck. Ja, dat is typisch Amerika. Zo. Een school shooting is meer normaal dan ontmaagd worden. Exact. Alright, maar ik ben blij dat je hem ook goed vond. Ja, en ik weet nu wie dat er getrouwd is, of was, whatever, met Sarah Jessica Parker. Ah ja, natuurlijk. Ja, de vrouw van Sex and the City is met Matthew Broderick van Ferris Bueller. Ja. Ja. En die heeft ook wel een beetje de babyface, hè, die gast. Dus die ziet er nog altijd wel een beetje zo uit. Ja, want ik vond dat die net zo gezicht dat ik dacht, ik ga die een keer googlen, want ik weet nu dat hij er nu uitziet. Ja. En dan zag ik het... Die heeft ook nog Inspector Gadget gespeeld. Ik weet niet. Dat is een tekenfilm misschien. Nee, ook nooit van gehoord. Nee. Jawel, wat van gehoord, maar... Goed, maar ik ben blij dat we elkaar gevonden hebben. Ik vond Easy A supergoed. Jij vond Ferris Bueller goed. Voilà, dat is fijn. Ik besefte ook als ik terug naar Easy A aan het kijken was, dat Pocket Full of Sunshine is nog mijn ringtone geweest ook. Is dat een liedje? Een liedje met die kaart, hè. Ja. Ja. Dat ze eerst zeggen van een kutnummer en dan steeds... Ja, en verder in de film is dat ook haar ringtoon. Juist. En wat ook Amanda Bynes, ik weet niet of je die kent, die speelt zo die religieuze teef. Ja. Sorry. Die moeten een keer googlen, fokken. Dat is nog gewoon een tip dat ik je geef. Die is zo volledig ontspoord als celebrity. Die is ook zo verdwenen, maar die is echt zo cray. En in drank en drugs? Ik weet niet juist in wat, maar ze heeft een tatoeage op haar gezicht. En zo die toestanden. Nee. Ja, die is echt helemaal off the rails gegaan. Zo, want ze zit in heel veel van die high school teen drama films. Zo. Die heeft een hartje op haar. Ik zie het hier. Allemaal. Die heeft een neusbel, wat okay is, maar die heeft ook een soort hartje op haar wang getatoeëerd. Allee, allemaal niks mis mee, maar dat is echt wel een groot verschil met zo... Die ziet er nu uit als Marilyn Manson. Of tenminste, op die foto toch. Ja, voilà. Die heeft zo'n zwarte... Hè? Dat is zo echt een poppenmieke in AZA. En nu is dat zo een maar in, goth. In elke film dat hij speelt, allee, dat is echt zo'n poppenmieke gewoon. Ja. Ja. En die is echt helemaal... Ik dacht gewoon, een jaar of twee geleden dacht ik zo een keer... wat zou daarmee gebeurd zijn? En dan ben ik dat beginnen googlen en ik dacht, okay. Hey, weet je wat bizar is? Dat Easy A haar laatste film is. Dus die heeft Hairspray, die musical heeft gedaan. She's the Man, dat kennen we ook. Zoals een stemmetje in de film Robots. Een paar leuke tv-reeksen. Dus die was eigenlijk redelijk goed bezig. En die Easy A is haar laatste film van die Amanda Bynes. Okay, bijzonder. Ja, voilà. Ook wel een goed personage, hè. Ja, keigoed, want ik vind de slechteriken ook altijd leuk. Hè? Ik bedoel, bij Ferris Bueller vind ik Principal Rooney... Vind ik ook zalig. Ik vind dat zalig aan die probeert... Allee, ik vind dat tof in een film, dat er zo iemand is. Want het was er ook zo niet over, maar wel... Allee, snap je? Het is wel geloofwaardig, maar echt zo dat je denkt... Oh, maar... Och, garme. Als hij denkt dat hij hem heeft in die snackbar en die draait zich om en het blijkt dan een meisje te zijn en ze spuugt hem zo in zijn gezicht. Dat is goed, hè. Dat is heel goed. En aan het einde in de schoolbus is ook gaaf, hè? Was dat niet zo speciaal? Dat is gewoon gaaf bij de aftiteling. Dat hij gewoon, je ziet zo de aftiteling en hij schuifelt zo in die schoolbus. Ja. En die moet naast mensen gaan zitten en die haat het leven. Allright, goed. Iedereen moet Easy A kijken. Ik bedoel, Ferris Bueller gaan ze normaal gezien wel gezien hebben, omdat ik daar al genoeg over gezeurd heb. Maar op naar de volgende film, Amelie Albrecht. Wat is het volgende? Ik denk, dat ligt hier ook klaar, maar ik moet eerst films kijken bij Houdini. En dan, dus dat moet ik eerst even doen. En dan gaan wij de Jaws versus Free Willy podcast doen. Ah ja. Maar dat is pas voor over een paar weken, hoor. Dus, en E.T. Gaan we ook doen, maar die is van 1982. En de Notebook? En de Notebook moeten we ook doen. Maar die gingen we samen kijken. Ja, maar ja. Ja, gaan we wel doen. Het maar uit. Maar
Dan gaan we streamen op Twitch, gaan we dat doen. Want dat doe jij ook, hè, voor je verjaardag. Trouwens, nog gefeliciteerd, 29 geworden. Dank je, dank je. Je ziet er nog supergoed uit voor je leeftijd. Oh. En, maar goed, dus we hebben nog veel plannen. Op naar de volgende 350, zou ik zeggen. Ja, proficiat trouwens, moet ik dat dan zeggen? Boah, ik weet niet. Bij een podcast, boah, dan weet ik nou niet echt. Dat weet ik niet. Maar toch bedankt. Dag allemaal, jullie, tot de volgende keer. Bye, bye. Bye. Fokkast. Ik zit hier via Zoom tegenover Jaros. Welkom Jaros in de 350ste aflevering. Dankjewel, dankjewel. Tot. Alles goed? Ja, ja, zeker, zeker. Jaros is een luisteraar die ook al het artwork voor de 350ste aflevering gemaakt heeft. Dankjewel daarvoor, super gaaf. Want je hebt daarvoor ook al dingen getekend voor de Fokkast en voor mijn flauwekul, hè? Ja, 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 er zijn een paar voor de Pokémon-cast had ik, ja, er eentje gedaan. En dan voor de Harry Potter. Ah ja, voilà. Ja. Dus ben jij tekenaar van opleiding of van beroep? Of, Nee, ik hoop het te worden, vroeg of laat. Maar nu is het vooral nog altijd amateurniveau eigenlijk. Ja, amateurniveau. Maar ja, je tekent wel heel goed. Ik vind het echt gaaf getekend wat je maakt. Dank je, dank je. Dat is echt leuk. Hé, hey, en wat doe je dan voor job? Werken bij de Albert Heijn. Welkom bij de Albert Heijn. Hé, hey, dat is wel mijn favoriete supermarkt. Ja. En zit je achter de kassa of moet je vakken vullen? Nee, aanvullen. Diepvriesafdeling. Oh nee, de diepvriesafdeling. Ja, en dat is nu echt wel fucking chaos. Ja, in de zomer is dat prettig, denk ik. Ja, in de zomer is dat tof, ja. Zeker als er allemaal ijsjes binnenkomen en zo. Dus, ja, maar nu is dat verschrikkelijk. Heb je een beetje, zoals die dingen die Philip Geubels destijds allemaal vertelde, overkomen jou ook dat soort rare verhalen, gekke klanten? Ja. Ik denk, als je je hoop voor de mensheid wil verliezen, dan kun je het beste in de supermarkt gaan werken. De mensen zijn achterlijk, dat bedoel je eigenlijk, hè? Ja, absoluut. Geef eens een voorbeeld, wat is het raarste dat ze tegen jou al gevraagd hebben, of aan jou gevraagd hebben? Ja, nee, bijvoorbeeld, dat ze, ja, ik zal een onnozel voorbeeld, maar dat er dan mensen naar u komen en die wijzen naar het prijskaartje van een product en die vragen, ja, is dat de prijs? Zo van die dingen. En moet je dan, ja, dan moet je natuurlijk zeggen, ja, mevrouw of meneer, dat is inderdaad, ja, je mag niet zeggen, ja, wat denk je zelf? Weet je, je kunt niet kwaad worden. Het probleem is, je hebt altijd zo in je kop zo de meest sarcastische opmerking. Ja. Ja, nee, dat is mijn schoenmaat. Ja. Nee, dat zijn gewoon getallen die erop random opplakken. Ja. Dat is, ja. Maar ja, goed, dat mag je dan niet zeggen. Je moet beleefd, je moet klantvriendelijk blijven. Zeg, ik zie in de kast, ja, voor de luisteraars, ik zie achter hem zie ik allemaal kasten met precies allemaal action figures staan. Ben je een action figure verzamelaar ook? Yes. Ja? Ja. En welk genre? Welke? Ik zal even mijn versie van het flapperen. Ja, hier, flapperes. Ja. Alright. Want ik zie niet super. Wat is het allemaal? Back to the Future, die figuren van Nika. Ja. Onlangs ook nog een hot toy van Marty McFly binnengekregen. Wauw, ja, gaaf. Die zijn mooi hoor. Ik ben zot verslaafd aan, ik weet niet of je het gaat kunnen zien, maar een collectie van de Muppets. Oh, die zalig! In de mechanic te kopen waren. Ja, ik heb er ook een aantal. Ja, de Muppets, ja. Dat is het beste wat er is, hè? Ja, dat is fantastisch. Want ik ga zo meteen met Xander en zo mijn favoriete films van 2021 bespreken. En daar zit één bij en die gaat over Sesamstraat. Mm-hmm. En de documentaire over Sesamstraat, die heet Street Gang, How We Got to Sesame Street. En dat gaat natuurlijk over Jim Henson en Frank Oz en Bert en Ernie en al die dingen. Ja, dat is fantastisch om te zien. Dat is de Muppet Show, is natuurlijk van diezelfde mensen. Dus dat is dikke aanrader. Okay. Hey, over... Is dat te streamen of zo? Is dat te streamen? Goh, ja, ik heb dat op DVD. Ik heb eigenlijk geen idee. Ah, okay. Ik denk dat het op HBO is. Dus misschien zit het aan zo'n streams. Maar dat, ik weet het niet. Oké. Dan wil je dat straks checken. Of illegaal, hè, jongen. Maar dit, toch, zeker.
Hey, dus dat is ook een van je hobby's. Wat zeg je? Ik ben niet zo tech-savvy. Ik heb dat nooit niet geweten. Nou ja, Zoom is al gelukt. Dat is al iets. Ja, daar heeft corona bij geholpen. Vooral, ja, ja. Ja, je bent genoodzaakt om te zoomen. Hé, hey, maar Action Figures. Iemand die Action Figures verzamelt, die is sowieso gaaf in mijn boek. En je stuurde in de mail ook dat je Ferris Bueller's Day Off eindelijk gezien hebt. Ja, maar niet eindelijk. Ik heb die al wel gezien toen ik jonger was. Ah ja. En ja, achteraf zo'n stukjes wanneer het op tv kwam of zo. Maar na jullie podcast over... ja, ik denk dat we erin hebben over over John Hughes, ja. Ja, over John Hughes, inderdaad. Ja. Waarin je al die films zou aan bespreken, dacht ik van, oké, okay, ik ga die natuurlijk eens op Blu-ray kopen en eens een keer te goed kijken. En ja, het was... Oké, okay, ik ben er dan minder lyrisch over dan jullie. Maar ik vond het wel leuk. Ik vond het wel leuk. Maar als jij Into Back to the Future bent en Ferris Bueller's Day Off, ja, dan hou je wel van die 80s vibe, denk ik. Ja, ja, zeker. Gremlins. Maar je ziet er een stuk jonger uit dan ik. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik word er dit jaar, al in april word ik er 40. Ah, toch? Oh, dan zie je er nog goed uit. Nee, dan zie je er echt nog goed uit voor je. Als je had gezegd... Ik zie er jong uit. Goed 33, ja, ik ook geloof. Ja, absoluut. Ja. Alright, oké. Okay. Dus, toch wel, dus het is ook wel een klein beetje jouw jeugd dan. Ja, 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 zeker. Back to the Future is voor mij wat Jurassic Park is voor Alexander de Rijken. Dat is ja. Wel mijn eerste film dat ik mij echt herinner, dat ik die gezien heb op tv. Gaaf. En dat zoiets dat van wauw. Ja. En, ja. Snap ik. Ja, het is ook, ja. Ken je, misschien ken je het waarschijnlijk, ken je het wel, maar die Tom Wilson, die Biff speelt, dat is een stand-up comedian ook. Ja, ja, ja. En die heeft een ongelooflijk leuk liedje over, over de vraag die hij kent. Ja, ja. Ja. Als je, dat is echt, dat staat op YouTube en dat kijk ik elk jaar 5 keer. Dus dat, op de toveltijd kijk ik dat terug en daar word ik heel, heel goed gezien van. Alright, en zijn er nog andere dingen waar je ook van bent? Of films of dingen? Comics ook. Ah ja. Ik ben een grote Ninja Turtles fan. Oké, okay, cool. Ja. Usagi Yojimbo, die wordt dan ik via Jens van de Mechanic, ooit is een... Ah, was jij dat? Ja, dat is juist. Ja, dat klopt. Dat heb ik hier liggen. Ja, dat ligt bovenaan. Ik loop genadeloos achter met mijn comics, maar die ligt dus ook op de stapel te lezen comics. Ik heb er zo al een klein beetje gelezen, maar ik wou het wel. Ik vind het wel gaaf. Ja, het is wel cool. Ja, ja, ja. En dan wel typische dingen, Marvel, Spider-Man, Batman, dat soort dingen. Alright. Hey, is dat ook iets wat je zelf dan wil tekenen? Iets wat je dan zelf wil maken? Of wat zijn jouw tekenambities? Ik wilde altijd striptekenaar worden, als van kleins af aan. Maar ik ben tot de constatatie gekomen dat ik absoluut voor geen meter kan schrijven wat verhalen betreft en zo. En niet dat dat nodig is als striptekenaar, maar ik denk dat mij dat wel zou hebben geholpen als ik zo zelf ook verhalen had kunnen schrijven en zo. Maar dan moet je gewoon iemand zoeken die voor jou schrijft. Ja. Bij deze doen we een oproep. We doen een oproep. Stuur mensen die een strip willen schrijven. In welk genre moeten ze het schrijven? Ik hou wel... mijn stijl is meer zo'n komische... Ja. Humor vind ik wel belangrijk. Een leuke humorstrip. Mensen die daar een goed idee voor hebben, die sturen een mailtje naar fokcast@gmail.com. En dan zorg ik dat bij jou terechtkomt. Ja, super. Voilà, dan word jij gewoon striptekenaar, man. Dat moet je gewoon doen. Fuck it. Ja. En je bent nooit, ik bedoel, of je dan 40 bent of 50, je moet die shit gewoon doen. Je moet gewoon gaan, man. Ja, dat is. Sowieso. Beter als dan algemeen in een supermarkt. Kan ook leuk zijn, weet ik veel. Ik bedoel, zo is Philip Geubels ook begonnen. Dus alles kan. Ja, voilà, absoluut. Alright, Jaros, enorm bedankt voor het gesprek. Tot de volgende keer. Ja, super graag gedaan. Bye-bye. Bye-bye. Fokcast. Alex Engdew. Fokker van der Meulen. Welkom in de 350ste aflevering. Woehoe, maar 350 man, goddamn. 350. Wij zitten binnenkort al 200, denk ik, zijn al kapot. Ja, ik doe er 5 per maand, dus het gaat lekker door. En ik doe natuurlijk ook al ietsje langer dan jullie. Dus, maar misschien in uren hebben jullie wel meer.
Maar ik heb meer afleveringen. Ja, ik zou het niet weten eigenlijk. Geen idee. Ik heb dat nooit niet opgeteld. Ik kon dat ook nooit doen. Grappig dat je dat zegt. Ja. Want iemand op Reddit, ik zal even zijn naam zoeken, want dat zou een beetje sympathiek zijn om die man te noemen. Mm-hmm. Jan D. 1983. Oké. Okay. Ik weet niet hoe die man echt heet, maar Jan dus, mm-hmm. heeft de stad, die heeft alle dingen bekeken, geluisterd, mm-hmm. en opgeteld en bekeken. En wat blijkt, mm-hmm. Alex Agnew heeft, staat op de nummer 1 van meeste bezoeken in de podcast. Van de toen 347 afleveringen zat jij er 66 keer in. Oh. Dus ik denk dat dit, we hebben dan Sydney Poitier komt nog, is geweest. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus dan is het dit 68ste keer dat jij in de podcast zit. Ja. Gefeliciteerd. Dank u wel. Merci, Fokke. Het is altijd een plezier. Je bent bijna mijn sidekick. Bijna. Ja, dat is wel goed. Maar als ik van iemand een sidekick moet zijn, Fokke, dan gaat dat van u zijn. Dat vind ik geen enkel probleem. Dus om, ik heb second fiddle te spelen bij u. Daar heb ik het ja, dat mag mee. Ook wel eens een keer. Ja, van tijd. Maar ik vind het wel heel gaaf dat jij dat al zo vaak wilt doen. En dan elke keer als ik het vraag, doe je mee. Het is natuurlijk ook wel iets anders dan wat jullie met de AA doen. Dus het loopt elkaar ook zelden niet in de weg. Maar zelfs dan, dat interesseert mij eigenlijk niet. Wat ik gewoon, voor mij is dat ook een beetje, gezien dat wij allemaal drukke levens hebben, dan zie ik je wel nog eens. Ja, dat is bij mij ook altijd zo. Van, dan hangen we gewoon even met elkaar te lullen. En in plaats van, nu nemen we het op en heeft er misschien iemand anders nog iets plezier, aan. Hè? Want anders is het gewoon ons eigen gelul waar dat we naar luisteren. Dus nee, graag gedaan. En dat zullen er waarschijnlijk nog wel meer worden. Ik wil ook zo over de 100, hè? Zeker nu. Ja. Nu dat ik dat weet... We moeten voor het record gaan. Ja. En dan moeten we ook wel iets doen als dat mijn 100ste is of zo. Ja. Dat je dan zegt, deze is de 100ste van de, dan weet ik veel waar. Ja, nou, 150 of zo, ja. I don't know, maar we zullen wel zien. Maar dus je hebt ze 66 keer ingezeten. Xander staat op de tweede plaats met 60 keer. Sven de Ridder 31 keer. Soen Suki op 20 keer. Ja. En Amelie Albrecht op 17 keer. Dus dat is... Man, zot. Ja, nu Amelie heeft natuurlijk altijd vaak een soort bijrolletje dat ik die ook een film laat zien. Dus die sluipt ook in een hoop podcasts in. Ja. Het is natuurlijk ook voor jou. Normaal gezien ben jij de gastheer en bij mij ben jij de gast. Ja. Dat is toch een andere dynamiek. Ja, dat is pak gemakkelijker, hè. Daar moeten we geen kloten voor doen. Dus dat is altijd heel plezant om er gewoon bij te komen zitten. En, hoewel dat ik wel moet zeggen, als je mij dan... een bericht stuurt en zegt die is dood of zo, dan ga ik hier wel dingen over opzoeken ook. Ja. Omdat je er dan niet over te vertellen. En sommige mensen weten gewoon veel over. Dat weten van, hier kan ik uren over volhullen zonder dat ik iets hoef voor te bereiden. Maar andere mensen, hè, zoals de laatste keer dat wij met elkaar praten over Peter Bogdanovich dan, waar ik wel 2 films of 3 films van gezien had. Maar dat is wel iemand waar ik even iets over moet gaan lezen. Omdat dat niet iemand is waar ik zo vlot over kan meepraten. Klein beetje huiswerk natuurlijk. Dus, nu, maar dat is niet zo erg, wel... dat is ook wel iets plezant. Hè? Dat zei ik toen ook. Van, ik vind het ook juist leuk. Ik bedoel, ik vind het niet leuk dat die mensen doodgaan. Maar het is wel leuk dat een aanleiding is om die films eens te bekijken en te herbekijken. Ja, nu, en dat is ook een mooi eerbetoon om die mensen hun levenswerk. Hè? Die zijn gestorven en je denkt, die hebben eigenlijk toch coole dingen gedaan. Ja. En 9 van de 10... Uw trouwe luisteraars die dat horen, die zeggen, ik ga dat ook eens checken. Dus op zich krijgt dat toch altijd, doet dat wel iets of zo. Ja, vind ik ook. En het voordeel van jou is natuurlijk, ik bedoel, ik ben echt, ik heb een geheugen als een zeef, maar jij slaat wel heel veel op, hè? Jij hebt die kennis wel paraat, hè? Als jij een film gezien hebt, dan weet jij het nog wel, hè? Minder goed dan vroeger, moet ik merken wel. Ik merk wel dat ik heel paraat dingen kan tevoorschijn toveren over oudere films, maar dat wel minder rap blijft hangen met nieuwere dingen, dat merk ik wel. Denk je ook dat komt omdat je die oude dingen allemaal mooi in de cinema hebt gezien en die nieuwe dingen op Netflix hebt? Dat is allemaal veel vluchtiger. Ja, precies. Dat is allemaal veel vluchtiger. Je hebt ook de neiging, jij zult dat zelf ook wel herkennen, denk ik, hoe vaak
Daarom vind ik, ik ben zo een paar keer terug naar de cinema geweest. Hè? Zo twee keer eigenlijk. Een paar keer, letterlijk. Ja, letterlijk dat was twee. Dat, maar dat was letterlijk dat was West Side Story met mijn dochter en mijn vrouw. En Spider-Man No Way Home, ook met Jasmine en Amy. Ja. Amy is een mega Marvel-fan. Zalig. Dus het coole eraan is, ik heb die volledig Star Wars gezien en dat is niet die ding. Nee. Je voelt dat. Die vindt dat wel cool, omdat die weet dat dat iets cultureel significant is. Ja. Maar je voelde dat beet niet bij haar. Nee. Maar als je... Hè, ik heb een paar weken geleden, want ze was een hele tijd bezig, want ze is nogal fan van Zendaya, hè, van die, en terecht. Die actrice. En ze zegt van, ja... en ze heeft dan Dune met mij gezien. En Dune vond ze wel cool. Dus Star Wars niet, maar Dune wel. En ik had ook een Dune-shirt waar ze al 5 of 6 keer zo langs haar neus weg van had gezegd dat ze die wel cool vond. Dus ik heb die dan aan haar gegeven en die heeft ze dan zo een week aan een stuk aangehad. Dus dat was ook wel kei grappig. En dan was ze, dan wou ze Spider-Man zien. Want dan zei ze, ja, de nieuwe is uit, maar ik wil die twee ervoor zien. Dus dan hebben we Homecoming en Far From Home gezien. Ja. En ik merkte wel, en dat is wel zo, dat je met dat, hoe zeg je dat, die generatiekloof zit. Als je daar naar kijkt, hè, je hebt op een bepaald moment, je hebt Peter Parker in zijn beste maat, die net. Ja. Als die naar elkaar bellen, dan krijgen die zo'n foto van die hun kop, dat die zo... He, zo van die, dat scherm. Maar dat is heel hard een humor van mijn dochter. Ja. Dus die kijkt er naar en die moet keihard lachen met al die dingen dat die doen als jonge gasten. Omdat dat herkenbaar is voor haar. Omdat dat voor haar is, dat die leefwereld. Ja. En dat is heel weird, want dan kijkt ze daar ook op een andere manier naar als je er met haar naar kijkt. Ja, snap ik. Omdat die keihard in de lach schoot met stukken die voor mij gewoon voorbij gingen, hè, de eerste keer dat ik die zag. Maar voor haar was dat, zij kan heel hard meeleven met ook dat awkward van MJ dan, hè, die zo wat raar en wat stoer doet, maar ook zo niet goed weet hoe dat ze met een jongen moet babbelen. En, en zij vindt dat allemaal super cool, of die kijkt ook naar die kleren dat die aan hebben en hoe dat die... Dus je merkt, dat is iets waar dat die je eigen ons spiegelt. Ja. Ja. En, ja, het gaat ook over jonge mensen. Het gaat ook over mensen binnen de school. Dus ja, dat is logisch. En op het einde dan, dat was wel schoon om te zien. Dan denk ik die ook gewoon zien met haar in de cinema dan. Hè, en met Jasmine. Ja. Dat ook wel leuk vond, die Spider-Man. Die zei, hè, want Jasmine is niet zo'n mega fan van dat soort films. Maar die zei, die vind ik eigenlijk wel tof. Dat is ook, snap ik. En, en ik ben nu met Amy heel de Marvel-reeks aan het afgaan. Dus we zitten in phase 1 nog altijd. Hè, nu aan Avengers beginnen. Oh, zalig. Dus de laatste die ze gezien heeft was Captain America, die ze minder leuk vond, maar dat snap ik ook, omdat dat veel minder haar ding dan is. Ja. Maar dat was gewoon cool. Wat ik eigenlijk wou zeggen met mijn veel te lange uitleg, was als je in de cinema zit, dan heb je niet die afleiding van naar uw telefoon te kijken of ergens naartoe te lopen. Of naar de koelkast of naar het toilet. Ja, En dan beleef de film toch op een andere manier. Absoluut. Dan merkte toch weer van, en dat hebben wij ook ons eigen voorgenomen dan, omdat dat ook wel leuk is om zo met 3 naar de cinema te gaan met de familie. Dan. Sowieso. Ja. Dat ik zeg van, we moeten dat gewoon meer doen. Ja, als moet er iets uitkomt dat je zegt, dat wil ik eigenlijk wel zien, dan moeten we dat gewoon in de cinema. Ja, of gewoon zoals andere mensen, want ik maak me er altijd verbaasd me er altijd over, of zoals andere mensen, gewoon naar de cinema gaan en gaan bekijken wat er is. Weet je wel? Ja. Ik ga altijd heel gericht naar een film, maar er zijn ook heel veel mensen die gewoon een avondje naar de cinema gaan en dan kijken wat er speelt en dan gaan ze daarheen. Ja. Want ik zat vorige keer bij Ghostbusters en dan zag ik echt mensen binnenkomen en die dachten van, dan gaan we dit toch kijken. En die amuseren zich ook, terwijl ik zit daar voor Ghostbusters. En ik reis dat daar om Ghostbusters te gaan kijken. Er zijn ook mensen die gewoon zeggen, nee, we gaan naar de Kinepolis of naar whatever the fuck daar gaat. Ja. En we zien wel wat er draait om 7:30 of 8:00 of zo. Ja. En dat is ook wel, dan kun je jezelf ook wel eens verrassen of zo. Ja. Ja, voor mij is... Dat deden vroeger ook veel meer. Ja. Hè? Vroeger ging ik ook gewoon naar de cinema. Ja. Omdat dat gewoon leuk is om in die zaal te zitten. Ik kon naar de cinema. En dan ging de rondkijken wat er speelde en wat dat je dan uiteindelijk ging zien. Ja. Desnoods zag je iets voor de tweede keer? Ja, ook. Ja. Ook gedaan, ja. En andersom vind ik ook wel dat als je nu thuis zit en je zit naar een film te kijken en je hebt al, laten we zeggen, 30 minuten niet naar je gsm zitten staan, of weet je wel, dan weet je wel dat het een goede film is. Ja, dat is wel.
Als je niet zo voor het minste afgeleid wordt of zo. Ja. Want dat is ook zo... Ja, dat is nog zoiets, hè, man. Ik bedoel, in de cinema, ça va, maar thuis... Dat je zo'n hele dag achter de rug hebt. Ik ben ook een oude lul aan het worden, hè, man. Dan is dat zo 10 minuten bezig, dan lig je er al zo... Ja, natuurlijk. Dat, ja, je zo ik denkt, dat ik ook zo heel de scènes gewoon niet gezien heb. Dat je zo... zo dat je denkt, Jesus, hoe zielig is dat? Ja. Dus, spoel je dat terug dus, of ga je dan gewoon verder? Soms spoel ik terug, afhankelijk van wat dat is. Als het iets is dat mij toch maar half interesseert, makkelijk. Nee, ja, maar als het echt iets is dat ik wil zien, ja, dan spoel ik het. Maar ja. Soms is het gênant. Hoe vaak heb jij het al gehad? Want ik heb dat gisteren nog gehad. Dat je zo in slaap bent gevallen en wakker wordt bij de aftiteling. Omdat die muziek dan begint. En dan sta je zo... En dan, oh, fuck. Dan heb ik gewoon de laatste 10 minuten de belangrijkste van de film gemist. Wat ik eigenlijk meer heb, is dat ik in slaap val. Dat rewind. En dan op hetzelfde moment terug in slaap val. Waardoor dat je... Ik heb ooit in de film 5 keer terug opnieuw gerewind. En altijd beginnen van dat die een stuk. En dan zo deuren. En dan zo... Nee, shit. Maar wat hadden die nou gezegd? Want je merkt dat je zo'n belangrijk stukje informatie mist. Ja, ja. Je ziet elke keer dat stuk niet. Ja, ja. Dus ja, dat is wel... Dat is echt... ja, dat is ouder worden, hè. Ik herken dat zo hard. Als je weet, man. Dat, ik ben er zeker van dat jij dat ook gedaan hebt. Maar zo van die filmavonden met vrienden, movieboxen, 3-4 films na elkaar. Ja. En je kon eindeloos blijven gaan, hè, man. En je werd niet moe. En nu, dat is echt gewoon, man. Ja, ik probeer nog wel, als ik een vrije dag heb of zo, dan doe ik ook, probeer ik ook zo, zeker als we zoiets afspreken van waar we iets gekeken, dat ik zo 2-3 films probeer te kijken, maar dat is niet meer zo simpel, hoor. Dat is niet meer zo. En ook, ja, wat mij dan ook overkomt, en dat is natuurlijk mijn afwijking, is dat ik dan naar zit te kijken en denk ik, godverdomme, die acteur, ah ja, die speelt in die film, ah, dan wil ik dat nog zien. En dan loop ik naar de kast, die, weet je wel, dan ben ik... Dan zit ik weer, ah ja, oh nee, of je zit, je zit bij wijze van spreken op Amazon het al te bestellen. Ja, zo. Dat ook, zo dat zeker. Zo, oh ja, daar, oh, maar ja, hier moest ik ook aan denken en zo. En dan denk je, ja, dat is nog de kloten, hè. Ja, absoluut. Dus het is wel, wat cinema wel leuk maakt, vind ik, is zo dat even totaal, ook omdat dat natuurlijk zo'n groot scherm is, een donkere zaal, geluidsinstallatie, alles erop en eraan. Dus je kunt echt nog eens tijd pakken voor echt naar een film te kijken. Ja, echt dat is, in de dat film is, te zitten. En dat is wel echt heel tof. Vind ik ook. Zo, vind ik ook. Absoluut. All right. Ik weet niet precies wanneer deze online komt, maar dan komt ongeveer jullie 200ste ook online. Dus gefeliciteerd met 200. Dank u. Wie had dat ooit gedacht? Maar, je bent eraan begonnen en het is wel het is een mega succes. Hè? Bij de best beluisterde podcast van allemaal. Ja, veel meer dan dat ik ooit had gedacht dat dat ging zijn. Eigenlijk. Ja. Ik bedoel, hè, want je kunt zeggen, ja... Maar jij wordt wel bekend of zo als comedian. Maar ja, we weten ook allemaal al hoe dat werkt. Bekend zijn in één ding betekent niet bekend in iets anders. Nee. Dus dat is zo... Je kunt dat toch niet helemaal voorspellen hoe dat zoiets gaat lopen. Absoluut wanneer dat je daaraan begint. En wat dat doet, is dat geeft jou een soort startpunt. Een soort startluisteraars. Ja. Maar als het niet goed is, dan stopt het daar ook, hoor. Ja, tuurlijk. Dat was met een band net hetzelfde. Hè. Dat ook wel toch 13, 14 jaar een avontuur geweest is. Ja. Omdat je toch niet onverdienstelijk waard of zo. Omdat er toch genoeg mensen waren die zeiden... Oh, daar wil ik wel een plaat van kopen. Of daar wil ik wel een kaart voor betalen om te gaan kijken. Absoluut. Maar het is... wat dat natuurlijk wel had, was... Dat ging gewoon heel snel van in het begin al. En dat was wel heel tof. Dat je zo voelt. Dat is een beetje een soort rollercoaster. Hè? Je gaat daarin zitten en dat is zo... Wow! En ineens denk je... Amai. Ineens zitten zo 200 afleveringen. En wat is dat? 3,5 jaar of zo verder. Ik kan 4 jaar zeker. Ik weet niet hoe lang dat na is. En dan denk ik... Ja, dat is toch zot. Wij zijn in 2018 begonnen. Hè? Ja. Allee, het is 2022. Zo ineens. En dat is ook precies of... Dat is allemaal snel gegaan, hè. Want hoe lang doe jij dat nu? Fuck, ik denk november 15, denk ik. Ja, 30... Hier, de Jan D. uit 1983. 30 november 2015. Allee, ja. Dus eind november doe jij dat 7 jaar, eigenlijk. Ja, ja. Dat is zot, hè. Ja, dat is lang, hè. Blijven volhouden, want... Ik doe dit langer dan veel van mijn relaties. Bijna al mijn relaties. Ja. Nee. Mijn relatie met podcasten is beter dan met mijn vrouw in mijn leven tot nu toe. Maar goed. Hey,
Zo. Ook weer zo op een soort downer. Laten we dan zomaar weer eindigen, hè, fokken. Ja. Want God stelde voor dat het iets te positief ging worden. Hey, maar voelt het soms aan als werk? Want ik bedoel, 200 afleveringen en er moet er elke week één zijn. Voelt het soms aan als werk? Het voelt aan als werk wanneer ik heel drukke weken heb. Ja. Als je dan ook nog eens een moet voorbereiden en je moet er tijd voor pakken. Maar het voelt nooit aan als werk wanneer ik het aan het doen ben. Nee. Dat is eigenlijk het leuke eraan. Vanaf het moment dat die micro aangaat, we beginnen te tetteren en dat wordt een leuk gesprek. Wat het ook altijd wordt eigenlijk, uiteindelijk, met wie dat het ook is. Iedereen op zijn eigen manier ook. Hè. Bij sommige mensen is dat diep, serieus en intens. En bij andere mensen is dat alleen een hoop nonsens. Maar dat is wel zalig of zo. En het is ook vooral heel leuk. Ik denk dat jij wel hetzelfde hebt. Iedereen dat podcast en met veel mensen praat, ongeacht over wat dat gaat, je leert wel veel altijd. Tuurlijk. Je begint veel meer te weten over dingen. Je weet ook beter naar wat dat je moet luisteren of zo. Ja. Ik kan ook echt niet meer naar slechte talkshows kijken. Nee. Dat kan ik niet meer. Nee. Als ik nu kijk naar iets en ik zie net op tv en ik denk, ik zit de hele tijd, stel die vraag. Die is juist dat gezegd. Waarom zeg je daar niks op? Klopt. Dat wordt bijna een soort beroepsmisvorming, waar dat je echt voelt van, ja, maar hier heeft je tussen de regels één zin gezegd waar het allemaal over gaat. Waarom haalde jij die er niet uit? Ja, omdat die niet bezig zijn met dat gesprek. Die zijn bezig met de volgende vraag stellen en een tv-programma maken. En die zijn niet bezig met een goed gesprek. En dat is wat er mis is. Mm-hmm. En eigenlijk doet alleen dat programma Alleen Elvis blijven staan, doet dat op Vlaams tv te groei. Ja. Ja, dat is het enige ding dat er ook geen enkel ander long-form interview format is. Nee. Maar dat is inderdaad tof. En ik had dat altijd... Is dat iets wat je zou willen doen, als mensen het je nou aanbieden om dat wel te doen, om de AA of in een andere vorm op tv te doen? Is dat iets waar je denkt van, ik zou dat willen overwegen? Ik zeg nooit, want dat weet dat natuurlijk niet. Dat denkt er vanaf hoe dat ze dat aanbrengen of wat dat gaat zijn. Maar ik moet eerlijk zijn, ik denk als ik voor tv iets zou doen, dan zou ik niet dat doen, omdat ik heb dat. Ja. Zo, ik heb niet het gevoel dat tv daar iets aan gaat bijdragen, buiten het feit dat er dan misschien op bepaalde vlakken, hè, stel dat je dat, ik zal nu maar zeggen, dat je dat zondag om 8 uur op 1 hebt, dan heb je natuurlijk 1,5 miljoen kijkers per week. Dat is natuurlijk iets anders. Ja, en dan krijg je er veel geld voor en dan is dat. Dat is natuurlijk een ander verhaal, dus dat weet ik allemaal niet. Maar waar ik wel van hou bij podcasten is die vrijheid. Hè? Ja. Ik ben ook een hele grote fan van zo'n grassroots, doe het allemaal zelf. Ja. Zo is dat bij comedy begonnen bij mij ook. Ja. Hè? Comedy is ook zo, dat was zo de laatste. Hoe zeg je dat? Deze is ook zo basicer dan dit kan het niet worden. Hè? Het is een microfoon en het is wat jij te zeggen hebt. Ja. En wat mensen waar je mee praat te zeggen hebben dan in dit geval, omdat het meer communicatie is. Ja, en hetzelfde als bij comedy is dat het nu ook, dat er nu bedrijven op beginnen stappen en dat de standaard vindt dat ze de cultuurroos komen dat ineens die vinden dat ze dat moeten toe-eigenen. En die beginnen dan ook zo van die zeer radiogemaakte luisterspelen als echte podcasts te beschouwen en dat soort nonsens. En maar elkaar prijzen te geven en mensen te negeren die, zoals jij of Xander, die het al 1 miljoen jaar doen. Mokt allemaal niet, maar het belangrijkste daaraan is, en dat is wel heel goed geweest voor mij, omdat dat een tweede luik van mijn carrière is, zal ik maar zeggen. Wat er heel tof aan is, is ik heb al die gevoelens al gehad met comedy. Ja, ja. Ja. Zodat genegeerd worden, vinden dat en waarom krijgen die, en dan de cultuuro's die het u niet willen geven, en zo. Ja. En nu zit ik aan, nu ben ik, net zoals jij, wij worden allebei 50 dit jaar. Yes. En ik trek het me geen kloten niet meer aan, fokken, want ik ben te druk bezig met mijn eigen te amuseren. Dus dan denk ik het ook gewoon als een geuze ding, ik bedoel, als ze zeggen, microfoon aan en lullen maar. Ja, inderdaad, microfoon aan en lullen maar. Malm, en dat is nog... Malm for life. Ja, dat is, Malm dat for is gewoon... life, baby. Dat is wat dat we zijn en ik hoef mij daar ook totaal niet... voor te verontschuldigen, niemand van ons trouwens, want het is ook wel één ding dat ik dan vaak tegen die mensen zeg, is ik zet de microfoon aan, lul maar, hè. Ja.
zie maar dat je interessant genoeg bent. Dat, dat is heel grappig, want dat is eigenlijk weer letterlijk hetzelfde als bij comedy. Ja. Is dat mensen die het goed kunnen, zoals jij, mm-hmm. het er makkelijk doen uitzien. Uit laten zien. Jij net hetzelfde, hè? Allee, ja, mensen die gewoon heel goed zijn in praten met mensen en vragen. En dat is helemaal niet zo evident. Want zeker in Vlaanderen, met alle respect voor al die debielen hier, maar er zijn heel veel non-communicatieve mensen. Ja. Ik krijg het woord zelfs niet uit mijn bek, zo slecht ben ik in communicatie. Nee. Maar dat is gewoon zo. Mensen zijn hier helemaal niet zo communicatief. En dus microfoon aan en lullen maar, is veel moeilijker dan wat mensen... Voor een Hollander zoals ik is dat allemaal niet zo, even, is niet zo moeilijk. Die praten veel vlotter in ieder geval. Je voelt dat een... Ze proberen dat te kleineren, terwijl we weten dat heel veel mensen dat hier niet zo goed kunnen. Zelfs mensen die daarvoor betaald worden en het op tv proberen. Ja, en ook vooral die dat dan... Hè, ik zeg het lijkt ook altijd... Maar dat is een beetje hetzelfde met comedy. En dat is ook een beetje hetzelfde met komische tv-programma's of komische films. Ja. Om dat goed te maken, is dat eigenlijk het moeilijkste genre dat er bestaat. Absoluut. En wordt het minst gewaardeerd. Omdat je denkt, als je zo wat van die emo-porno filmt, hè, waar iemand zo wat de verte in kijkt, met een traan die blinkt in zijn ogen, dan is dat direct, diepgang. Ja, klopt. Terwijl iemand laten lachen, maar echt een buiklach uit iemand krijgen. Of iemand entertainen gewoon door te praten. Ja, veel minder gemakkelijk dan veel mensen zouden vermoeden, tenzij dat iets is waar dat je goed in bent. Dus, voilà. En jij bent een van de beste. Voilà. Maar jij ook. All right, lieve vriend. Enorm bedankt voor het gesprek. Bedankt om ook in mijn 305ste te willen zitten. Yes. Jouw 68ste keer. Awesome. Op naar de 100. Op naar de 100, sowieso. Okay. Bye-bye. Bye. Fokkast. Jens Mechaniek Lambrechts. Welkom in aflevering 350. Alles goed? Ja hoor, zeker. Met jezelf. Hè? Alles oké. Okay. Lieve vriend, aflevering 350 kunnen we niet doen zonder Jens Mechaniek Lambrechts. En ik vond het misschien interessant, waar kunnen we het over hebben? Ik heb al met iedereen films en toestanden gesproken en wij gaan het eventjes over comicbooks hebben. En ik wou gewoon graag weten wat jouw allereerste comicboek is die jij ooit gekocht hebt. Dat is een beetje dubbel, want ik was vroeger... Mijn moeder had een vriendin en die had een krantenwinkel. En ik ging mee als die er iets ging drinken. Ah. En ik las daar altijd al de boekjes. En dat was wel cool, want eigenlijk dat was een gazettenwinkel in Halle. En toch had die al comics liggen in het Nederlands. Ik vond dat eigenlijk best wel cool. Want ik was 8 jaar en ik kende de Mechanic nog niet. Ja. Maar ik las daar al dingen. En eigenlijk de eerste dat ik daar gekocht heb, kwam eigenlijk door de comics die ik daar al las. En dat is De Spectaculaire Spider-Man. Nummer 196? 196, maar niet zomaar iets. Het is het originele kloonverhaal. Ahaha! En ik was heel getriggerd, want in die gazettenwinkel las ik eigenlijk al heel ver. Dat bestonden er al 2 Spider-Mans. Ja. En deze zette mij aan, van ik wou dat weten, hoe hij eigenlijk heel dat verhaal dat ik in de tijd las, wat dat ontstaan was. En dat zit hierin. Dat vond ik wel cool. Ja, ja. En heeft dat jouw liefde, dus die bezoekjes aan die krantenwinkel en die comic, heeft jouw liefde voor comics gestart eigenlijk? Ja, en het grappige is, je hebt dan, dat noemt dan de Clone Saga in het Engels. Ja, ja. En ik vind dat eigenlijk wel frappant, want het was niet zo populair vroeger. Dat was eigenlijk veel tegenkanten. Omdat mensen zoiets hadden van, 2 Spider-Man zit het geen. En nu heb je dan een film waar er dan, ik kan dat zeggen, meerdere Spider-Man in zitten. Of zelfs in een tekenfilm ervoor al in Into the Spider-Verse. En dat is dan mega cool. Ja. Want toen ze dat in de jaren 90 deed, dan vond niemand dat zo spectaculair. Ze waren op hun tijd vooruit. Nu, de Spider-Man in de clones zijn 2 Spider-Mans die in hetzelfde universum zitten wel. Hè? Het is Ben Reilly en Peter Parker. En Peter Parker is... Ben Reilly is de Peter Parker. En dan... Het was een beetje een manier om een soort... Ook weer wat ze vaak proberen te doen in comics, een soort nulpunt te creëren. Ja. En het is toch interessant om te zeggen, want zo eindigde de... halverwege deze comic, want je kunt er van begin tot einde lezen. Ja.
is het ook zo, in een elf van de comic, ja, hij wordt wakker, want je hebt eigenlijk de kerel die alles, is een minder bekende tegenstander, noemt de Jackal. Ja. De Jack Hals in deze comic. Tuurlijk, ook heel leuk, want het is nog altijd de spectaculaire Spider-Man met spek, dat we 's ochtends eten. Ja. En hij heeft last van de gier en de zandman en dergelijke. En Spider-Man is nog zonder tussen... zonder een hyphen of een koppelteken. Weet je wat raar is? Is dat, ik heb mijn eerste comic, zal ik ook laten zien, want dan wil ik natuurlijk ook flapperen. Dat is iets ouder, want ik ben iets ouder. Dat is de spectaculaire Spider-Man nummer 10. Cool. Met Mysterio op de voorkant. En daar is het wel, met een C. Kun je het zien? Met een C en wel inderdaad. Met een... En de eerste die ik ooit kocht, want die heb ik natuurlijk van mijn moeder gekregen. Dat was ook in een supermarkt trouwens. Dat lag tussen de Libelle, de Margriet en de spectaculaire Spider-Man. En de eerste die ik echt gekocht heb met mijn eigen zakgeld, is de spectaculaire Spider-Man. En dan is het inderdaad zonder streepje ertussen en met een K. Zie, voilà. Dus dit is iets later. Ik denk dat dit 1 of 2 jaar later is. En dit is de nummer 10. En wat ik wel gedaan heb, ik weet niet, is dat iets wat jij ook gedaan hebt? Of is dat alleen maar in mijn achterlijke hoofd? Dat ik dan de Amerikaanse versie ook gezocht heb. Zover ben ik nog niet. Ik zou dat laten. Ik denk dat ik dat ooit nog wel eens wil doen. Maar ik denk dat die dingen al wel... Ja, nee, die zal nog niet zoveel waard zijn. Want nee, dat valt wel mee, want ik heb die van mij ook... Kijk, want dit is de... Dus de Peter Parker Spectacular Spider-Man 1 van Junior Press. En de Amerikaanse versie. Dat is tegen de Boomerang. Dat is ook super cool. Wat ik zie, de mijne komt uit 1995 dan blijkbaar. Want hier vanachter stond er dan zelfs nog reclame dat vanaf 1996 er nog maar 1 maandelijkse reeks van Spider-Man is. Oké, dus dat waren, ze waren al een beetje op hun retour. Ja. Ah ja, dat is die. Die heb ik ook gehad. Deze is van... 19... Oh, wacht, dat is die andere. Deze is van... Dat is deze van 1981. Dus deze is van... deze is van 1981. Dus toen was ik ook 9 jaar. Voilà. Ik vind het wel grappig dat, dat ze daar probeerden een Europees formaat van te maken. En dat ze Dat is even... Nee, dat was niet waar. Die lijkt groter. Ah, ja, ik ben gewoon kleiner. Nee, super. Ik vond het ook heel grappig dat je ziet... Bijvoorbeeld, ik heb hier dan nog een spectaculaire Spider-Man nummer 54. En die was £40. Ja. En deze is dan al nummer 196. En dan is hem al... wacht, ik zie het hier. Is hem al £72. Dus nummer 10 was £30. Zie je hem? Deze wil ik ook nog laten zien, want dit is eigenlijk, dat was de tweede die ik ooit kreeg. Ja. En dat was een met Green Goblin, de groene troll. Ja, En daar heb ik ook de Amerikaanse van ze gevonden. Dat was eventjes zoeken, want dat was een bijzondere... Kijk, dat was niet een reguliere ding. Die zat bij Tampasta. Dus dat was een comic waar bij Tampasta zat. Hè? Free with purchase of AIM. En AIM is Tampasta. Want hij steelt ook iets van een tandarts. Kijk, dus de Green Goblin steelt iets van een tandarts. En Spider-Man moet het... Ik zou juist denken dat dan degene die het tandpasta maken, hopen dat ze dat niet gebruiken om op je tanden te smeren, maar dan gebruiken om op hun polsen te hangen, zodat ze de tandpasta uit hun polsen kunnen halen. Ik denk dat hij een boor stopte. Of zo. Oh ja, bring back that laser drill. Dus hij pikte het ding. En dat is de spectaculaire Spider-Man nummer 18. En het grappige daarvan is, ik was 9 jaar, 10 jaar, dat ik ook mijn naam er ook opgeschreven had. Weet je? Oh, ik schreef toen overal mijn naam. Ja. Maar soms als je die tweedehands dingen vindt, dan staat je naam erop. Hè. Dan staat iemand zijn naam erop. Ik wou heel snel het premisse nog verder uitleggen. Ja. Bij deze Spider-Man, op een gegeven moment wordt hem dan wakker in een arena en dan stond hem tegenover een andere Spider-Man. En... moeten ze tegen elkaar vechten. Wat ze dan... En uiteindelijk wint hem, maar hij twijfelt dan nog altijd om zijn eigen... wat hem dan een echte Spider-Man is of niet. Ja, Een andere Spider-Man die sterft, zogezegd. Ja. En dan het grappige, in de tweede helft van het verhaal moet hem dan vechten tegen de Vulture, de Sandman en de Kingpin. Maar dat blijken geen echte te zijn. Dat blijken allemaal robotten te zijn van Alistair Smythe met zijn Spider-Slayer. Met zijn Spider-Slayer. En hij is ontverliezen omdat hij al uitgeput was van tegen die robotten te vechten. En plots
denkt hem aan Mary Jane en aan zijn liefde voor Mary Jane. En dan denkt hem, voilà, ik moet niet meer twijfelen. Ik kan geen kloon zijn, want ik ben zo verliefd op Mary Jane dat ik de kloon niet ben. En dan herwint hem terugkrachten en zo wint hem. Dus echte liefde overwint een kloon. Dat is een beetje... Ja, dus als je echt op iemand verliefd bent, dan kun je geen kloon zijn. Nee, zei van, okay. de kloon kan misschien dezelfde herinneringen hebben, maar niet dezelfde gevoelens. Hè. En dat was de uitleg. Okay. Dus dat is typisch comic bookie. mijn eerste aanraking met Spider-Man. En ik vond dat zo intrigerend. Dat ik Oké, dat klinkt een beetje geil, je eerste aanraking met Spider-Man. Maar oké, whatever. Ja, voilà. dat is nooit meer goed gekomen bij jou ook niet. Sindsdien heb ik zoveel boekjes en comics gelezen dat ik op den duur een hele winkel gekocht heb. Fantastisch, fantastisch. En die clone saga... Ja. Die is gewoon nog te verkrijgen. Die staat bij jou in de kast daar. Ik bedoel, voor te verkopen. Die kun je gewoon... voilà. Hoppa. Daar is die al. De Clone Saga is gewoon... Dat is nu wel... Toen werd er een beetje op neergekeken. Maar nu wordt daar wel vaak aan gerefereerd. Dat toch weer zo even de eerste keer is dat ze zoiets deden. Ja, en die heeft ook gewoon een heel cool pak, hè, als je dat ziet. Ja. De clone, die heeft eigenlijk gewoon een rood Spider-Man pak en met zo'n blauw blazerje, of is dat zo'n een dingetje op. Super cool, ik vond dat een heel cool design. En die noemt nu de Scarlet Spider. De Scarlet Spider, maar nu, voor het moment, in comic book land, is hij nu Spider-Man. Hij heeft van Spider-Man overgepakt. En Ben Reilly werkt zelfs voor een bedrijf. En de naam Spider-Man is door rechten beschermd. En hij moet die rechten gaan beschermen. Dus hij gaat met Miles Morales vechten. Oké, met Miles Morales vechten. Oké, alright. Omdat hij ook Spider-Man noemt, maar hij heeft die rechten niet. Dus dat kost hem geld, of het is aflap. Jesus Christ. Ja, okay, het is rare verhaalheden. Vroeger stond hij gewoon, werd er gewoon een laserdrill gestolen en moest hij daar achteraan. Weet je dat nog? Ja, het is een beetje gelijk fan zijn van een voetbalploeg. Zelfs als een voetbalploeg het niet goed doet, blijf de fan. Hè. Dat is heel erg waar. Dat is Spider-Man ook zo. Dus, ja. Alright. Voilà, onze allereerste comic books. We hebben kunnen flapperen. Keigoed gedaan. Lieve vriend, enorm bedankt voor het gesprek. En proficiat, fucker. Dankjewel. Bye. Bye. Fokkast. Basiel Noterman. Ja, klopt. Welkom in de kelder van de Joker. Ja, fijn om hier te mogen zijn. Ja, leuk dat je er bent. Het is vandaag woensdag de 19e. Je hebt er juist op de open mic 8 minuten gespeeld. En je had een mail gestuurd. Welkom in de 350ste Fokkast. Je had een mail gestuurd dat je door de Fokkast met comedy begonnen bent. Ja, is dat waar? Klopt. Ja, dat klopt. Alright. Oh ja. Comedy heeft mij altijd wel al... Geïnteresseerd? Ja, geïnteresseerd en zo. Maar door uw podcast ben ik mij bewust geworden van het feit dat er zoiets bestaat als open mics. Ja, ik zal een beetje foto. Ja, dat is goed. Ja. Nee, is oké, man. Ja. En je wist niet van het open mic circuit en dat heb je dan leren kennen door te luisteren. Ja, voilà. Vooral door uw 12 jaar de Joker podcast met Bas Birker. Ah ja. Die heeft mij wel tot nadenken gezet, vooral van de zomer. Ja. Ik was op reis met mijn moeder. Hè? Ja. En in Noito, naar het zuiden van Frankrijk. En ik dan gewoon heel tijd naar podcasts zitten luisteren. De EA ook. Ja. En ze zei, de 12 jaar de Joker met de EA daar? Ah, wel, we hebben gewoon veel podcasts over comedy. En zei mij van, ja, comedy, dat is lijkt toch wel uw ding of zo. Zou je dat kunnen proberen? Ja. En ik ben ding begin schrijven. En, alright. En hoeveelste keer was dit nu dat je op het podium stond? De tiende keer? Ja. Alright. En waar heb je nog al gestaan? Ja, hier in de Joker al een paar keer. Hier in de Joker al een paar keer. In Roes in Gent heb ik al gestaan. Oh, ja. In Rockcafé in Leuven ook. Oké, ja. Bij de Reins. Ja. Want je vertelt op het podium dat je in Wallonië woont. Ja. Waar ben je oorspronkelijk vanaf? Kleesbergen. En waar ligt dat? Dat ligt naast Oudenaarde. Ah ja. Ja. Oké, dus dat is... Waar is dat? Oost-Vlaanderen? Ja, Oost-Vlaanderen. Ja, dacht ik. En wie zijn zo je comedy voorbeelden? Wat zijn zo degene waar je naar opkijkt? Xander de Reken. Daar had ik al een beetje door. Topper. Ja. Dus met grote van Xander de Reken. Ja. En is dit een hobby? Of heb je echt ambitie? Of denk je van...
Nou ja, het is gewoon een fijne bezigheid. Ja, nu, het is echt gewoon een fijne bezigheid voor een moment. Toffe hobby. Leuk om ook te merken dat ik iedere keer wel iets beter word. Ja. Dus, heb je nu, want je hebt nu 8 minuten gespeeld. En je hebt een paar keer een goede lach gehad. Zelfs een applaus heb je gekregen op een mop. Dus dat is fijn, hè? Het begint beter en beter te gaan. Ik amuseer mee. En het is leuk dat ik een beetje energie kwijt geraak, want ze zijn dat ik soms nogal explosief ben. Ah ja. Ik zie mijn werk ook een beetje als een speeltuin. En nu heb ik een andere speeltuin gevonden. Maar je werk is postbode? Ja. Dat is echt waar? Ja. Je weet, Amelie Albrecht was ook postbode. Ja. Dus er zijn precedenten van mensen die postbode en comedian geworden zijn. Exact. Denk je dat komt omdat je dan veel kunt nadenken of zo? Dat je veel tijd hebt? Het is wel hard werken, maar het is wel veel alleen ook. Ja, vooral 's morgens met de kranten op band probeer ik ook geen muziek of geen podcast op te zetten. En gewoon stilte. En dat geeft mij een beetje tijd om na te denken. Ah ja. Want voor de rest van de dag zijn je eigenlijk continu oversteld met prikkels. Hè. Ja. Dus een beetje zen-sfeer. Ja, je ziet de natuur wakker worden. Dat is prachtig, hè. Ja? Vind je de uren niet vervelend? Want ik ben niet echt een vroeg opstaan mens. Het is iedere dag om 3 uur opstaan. Om 3 uur s'nachts opstaan? Ja. En dan lig ik er nog vaak niet eens in. Vandaag was de eerste dag dat ik uit verlof ben. En mijn verlofritme is zo 10-11 uur opstaan. Ja. En dan van 11 uur... naar 3 uur opstaan, dus vannacht heb ik ook niet geslapen, dus oh my God. Nu ben ik... Ja, nu ben ik kapot. Ja. Maar ja, het heeft je niet gehinderd op het podium. Nee. Dus misschien moet je... Nee, dat is niet waar. Nee, maar voor je het weet, steek je daar in je kop van, als ik een dag wakker blijf, dan gaat het goed op het podium. Vanaf nu word ik altijd wakker, maar dat moet je niet doen. Maar goed, dan ben je vanavond wel moe, en dan kan je morgen wel om 3 uur... Vanaf zo'n zee eigenlijk. Dat is nu... Hoe laat is het nou? Het is 9:30. Ja, dus je moet maar hoe lang ga je normaal slapen? Normaal rond 7-8 uur zo. Ja. Toch wel, ja. Ja, dan mis je toch wel, wat voor veel mensen de avond is of zo. Ja, maar ik heb wel heel meer in de namiddag, hè. Ja, dat wel. En... Ja, maar ja, om op date te gaan of dat soort dingen, dat is lastiger dan. In het weekend dan, ja. Ja, exact. En ook op date gaan, nee. Ja, ik weet het niet. Een mooie Waalse vrouw. Misschien bestaat die wel. Ik weet dat zelfs niet zo. Ja, nee. Dat is niet zo mijn ding. Ah, je weet wel, ik kom me liever echt bezig met andere dingen. En ja? Ben graag op meemak. Oké. Okay. Is dat een soort manier om te zeggen dat je niet op zoek bent naar een lief? Ja. Ben graag op mijn gemak. Exact. Oh, dat doen we die wijven de hele tijd. Dat is niks meer. Oké. Okay. Alright, goed. Hey, en hoe lang, want 10 keer op podium, hoe lang ben je nu dan bezig? Sinds oktober, begin oktober. Ik heb hier voor de eerste keer op podium gestaan. Eerste keer, wacht. Ik ben met twijfel. 6 of 8 oktober was het. Ja. Oktober, november, december, januari. Dus op 2 keer in de maand, 2-3 keer in de maand. Fijn, hè? Ja, dan kun je wel een beetje werken. Heel leuk, hè? Ja. Zal wel zien. Alright, ik kijk uit naar de volgende stappen die je gaat zetten. Ja, ik ook. Ik ben heel blij dat je... Door comedy, door te luisteren en naar podcast te luisteren, dat je die stap gezet hebt. Ja, super podcast, hè, de podcast. Goed, dan krijg je nog wat steekpenningen en is helemaal goed. Goed, Basiel, enorm bedankt voor het gesprek. Ja, bedankt. Fokcast. Ik zit hier tegenover via Zoom Sven de Ridder. Dag, welkom. Fokke. Dag, kerel. Proficiat. Dank u wel, dank u. 350. 350ste aflevering. Kilo afgevallen. Ah, nee. Oh, nee. En die zijn er ook weer stilletjes aan het bijkomen, moet ik ook eerlijk zeggen. Dat is het show. Oh, dank u wel, dank u. Onze maat Brik van Dijk is de grote afwezige. Ja. Die is verhinderd, want we hadden eigenlijk met hem afgesproken dat hij er ook bij ging zijn. Want normaal gezien zijn we met 3 yes. de moppen aan de toog mensen. En wij hebben vanaf, laten we zeggen, nu, volgende maand, hebben wij een nieuwe moppenvoorstelling, De Moppentappers. Ja, een sequel. De sequel. De altijd moeilijke sequel, zegt ze. Ja, die is, hè? Ja, het is ook... Kijk, die eerste voorstelling die ging... daar hebben we hebben samen moppen verteld. Het was een beetje een teken van Tony Bell. En we trekken het nu iets meer...
open naar andere moppetappers. De mop in het algemeen. En de mop in het algemeen. Diversiteit in de moppen. Ja, ja, want ik bedoel, jouw moppenliefde is natuurlijk begonnen bij Tony Bell, maar ja. Die is daar niet gestopt, hoop ik. Nee, zeker niet. Zeker niet. Het zou wel moeilijker zijn om het niet als Tony Bell te vertellen. Maar misschien kon ik het gewoon ook altijd als Tony Bell vertellen, ook ja. Al is het geen mop van Tony jij, Bell. Jij schiet in een soort Tony Bell-modus, maar ik... Ja. En dan, dan begin jij je grap en dan moet ik al lachen voordat er iets gebeurd is. Omdat dat zo grappig is. Wie waren nog moppetappers in jouw omgeving waar je... Ja, die heel mijn goed... vader. Mijn, ja? vader. Mijn vader was een hele grote moppentapper en die hield zelfs fiches bij met moppen. Die schreef die met de hand op. Computer. Tekstverwerkers, tijdperk zelfs. Ja, ja, die hield er allemaal bij. Ja. Dus die had echt een moppenarchief? Ja, zo een fichenbak echt. Goh, fantastisch. Ja? Fantastisch. Ja. Hey, en gebruikte die dan in de voorstellingen? Of was dat gewoon een apart gegeven? Nee, dat was denk ik een ziekelijke hobby. Hey, zo kennen we er ook een aantal. Ja. Kijk, moppen verzamelen is iets anders dan... zoals wij laserdisc, dvd's, VHS, ja. platen... dat soort dingen verzamelen. Ja. Dat is iets minder duur. En de maat van de vader van mijn beste maat... Ah, ja. Die ondertussen 89 is. Daar ga ik ook wel wat moppen bij vissen. Omdat dat echt zo de ancient Antwerpse jokes zijn. En die ga ik ook mee in. De folklore, dat is mooi. Ja, want het is, we gaan dat in de voorstelling wellicht ook wel bepalen. Ik bedoel, het is. Mensen houden nog altijd van humor en moppen. Maar anno nu zie je. Dat het memes, dat het op een andere manier... Filmpjes. WhatsApp, via WhatsApp, een mop, eigenlijk minder verteld, maar meer doorgestuurd. Doorgestuurd, visueel of op een andere manier. Er zijn gewoon heel veel vormen, maar uiteindelijk zijn dat ook gewoon moppen. Ja, het is enkel dat wij het nu terug auditief gaan maken. Ja. In plaats van alleen maar... Beelkens in tekst. Ja, precies. Dat is een beetje terug naar de oervorm van de mop. Ik heb nou toevallig... Heb jij ook moppenboeken? We hadden de platen van Tony Bell, hè? Daar staan er een paar. Ja, ik heb een moppenboek van Joodse moppen. Die ik ook waarschijnlijk in de voorstelling ga implementeren. Jewish jokes, omdat ik vind Joodse humor... Ja, dat vind ik fantastisch, hè? Dat is... Dat is humor die heel zelf relativerend is. Humor die je ook soms... Dat de Frank iets trager valt op het einde van de mop. Dat je even moet... Ja. Ik vind dat geweldig. Ja, dat is echt een genre. Hè? En natuurlijk... Mason is een van de grootste... Jij hebt die nog live gezien, hè? Ik heb die ontmoet. Ontmoet in New York op straat. Stond hij voor een deli. Stond hij van zijn tak te maken tegen iemand anders. En ik loop daar voorbij. En ik had... Een paar jaar ervoor, Caddyshack 2 gezien. Ja. Vandaar dat ik Jackie Mason kende. En ik stop en ik zeg... Oh, Mr. Mason, this is unbelievable that I meet you here. And I'm a huge fan of Chevy Chase, zeg ik. And that's why I saw Caddyshack 2. And that's why I recognize you. Ja. Can I have my picture taken with you? En hij antwoordde... Yes, and I hope you never got a picture with Chevy Chase. Dus ja, dat is ook Joodse humor. Ik denk dat hij in Antwerpen nog heeft opgetreden ook. Daar heb ik hem ook gezien. In de Elisabethzaal, ja. Oh, wow. Een paar jaar daarna. Ja. Ongelooflijk. Ja, een Nederlandse voorbeeld natuurlijk van Joodse humor is... ik heb hier een boekje van hem, Max Tailleur. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de Tony Bell van Amsterdam. Hè, van Nederland en Amsterdam. En ja, die had van die langwerpige boekjes die in het toilet hingen. Ja. Dat waren van die toiletboekjes. En die zijn... Dus ja, je ruikt het ook nog een beetje. Maar ik heb er zo een aantal. Ja, er zijn er verschrikkelijk veel. Ik heb er een aantal natuurlijk. Ik denk dat daar zeker COVID-12 op zit. Ja. Nee, COVID-0. COVID is de basis-COVID. Zo oud zijn die boekjes. Eerste boekjes. Maar er zijn heel veel moppenboekjes. Ik verzamel natuurlijk moppenboekjes. Want ik verzamel alles. Ik heb er ook eentje van André van Duin.
Ah ja, ook in dezelfde... In dezelfde langwerpige formaat zoals die van Max Trailleur. Je hebt natuurlijk... Brik is er helaas niet bij, maar... Brik heeft meegewerkt aan het tv-programma Nonkel Mop. En ja. Die hebben ook een moppenboek uitgebracht waar een aantal zeer goede moppen in staan. Heb ik ook te gast geweest bij Nonkel Mop. Ja, cool. En natuurlijk heb je de beste moppen... Dat is een beetje twijfelachtig verhaal. HTND. Uit HTND. Ja, maar echt... HTND, daar zitten een paar moppetappers bij. Ja. Bernard Verheijen, onder andere, die er dikwijls zat. Ja. Jacques Lafont, ja, die ook heel goed moppen kan vertellen. Ja. Guido de Prater. Daar heb ik ooit een scheurkalender van gevonden, van Jacques Lafont. Van Jacques Lafont, oh godverdikke zich, van de story. De allerbeste moppen van Jacques Lafont, scheurkalender. 2014. Ja, dus ik heb die altijd bijgehouden. Ik heb die nooit uitgescheurd en gewoon bijgehouden. Hey, dat ik dat leuk vind. Inderdaad, HTND heeft een moppenboek. Die zijn zelfs op DVD uitgekomen, die dingen. En dan heb ik heb een moppenboek van de Muppets. Oh. Fozzie's. Fozzie's waka waka. Ja. Een klassieke mop van Fozzie Bear is een klassieke mop ook die in de vaudeville altijd vertelt. Peter. Why did the chicken cross the road? Ja. Because he wanted to be on the other side. En een variatie daarop is, why did the chicken cross the road? Because... Die ken ik zelfs niet. Iemand die we benoemd hebben in de Moppen aan de Toog voorstelling is eigenlijk een van de belangrijkste moppentappers van Amerika, is Milton Berle. En die heeft echt een soort bijbel van de moppen. Dat is zo een lexicon. Echt een lexicon. Daar staan een miljard moppen in ongeveer. Zelfs zogenaamd cultuurboek of links. Humo heeft zelfs een moppenboekje uitgebracht. Een verzameling van die beste grappen. Ah, misschien stond ik je erin. Dat weet ik niet. Maar het Kapkemop, die heb ik ooit in Humo... De eerste keer dat ik ooit in Humo heb gestaan, trouwens, was met een mop over kak. Dan weet ik wel. Is dat echt? En wacht, misschien staat hij hierin, ik weet het niet. Ja, dan staan er natuurlijk een hoop in. Dan staat hij op alfabetische volgorde. Ah ja. Dat vind ik even zo rap niet. Sean Dont, zo'n mop staat er wel in. Shit, ik had je bijna, maar het was Sven de Leijen. Gadverdorie. Ofwel trekken ze de traditie door en laten ze juist die van Sven de Rieder eruit, natuurlijk. Dat zou het wel helemaal zijn, hè. Ik zie het niet direct staan, maar ik zijn er nogal veel, dus ik had niet zo goed... Sorry of my humor life. Oh ja, ken je dit? Joke van der Velde's moppenboek. Nee. Heeft een moppenboek. Zit een cd bij. Ja, die had op de radio had hij met Wim, hoe heet die man? Wim Oosterlink had hij het was die soort sidekick. En daar vertelde hij blijkbaar een mop. Maar dat is ook zo. Op Joe is dat ook soms. Hè? Zo, in een periode dat ze dan ineens vragen van... elke maandag vertelt er iemand een mop. Dus ja. Blijft leven de mop. Een van mijn favoriete moppetappers is natuurlijk Gilbert Gottfried, de man die mijn podcast ook introduceert. Ja. En die heeft een dvd uit Dirty Jokes. Dat zijn ook echt de meest gore jokes die je kunt verzinnen. Waar dat is met heel veel vuiligheid en heel veel... dat is heel vies. Dus, maar goed, ik denk dat we... Ja, en tenslotte heb ik mijn allereerste mopboekje waar ik als kind kocht... Ik heb net gekeken, het is uit 1981, dus ik was 9 jaar oud. Nog meer moppen voor de jeugd. Het is dus ook een sequel eigenlijk. Ja. Moppen voor de jeugd? Nog meer moppen voor de jeugd. Nog meer moppen voor de jeugd. Van een zekere Jan Reitsma, die ook nog in dezelfde reeks... ik lach me de kriebels, ik lach me een aap en ik lach me een olifant had. En misschien nog wel, maar dat zijn degenen die ik verzameld heb. Maar die nog meer... Ja, er zit een kruimeltje bij je mond, vlak bij je oor, staat erop. Dat vind ik heel... Dat is raar, ik lach me een aap. In Antwerpen zeggen, ik verscheet me een aap. Ja, dat is toch iets anders, hè? Ja. Ja, ik lach me een bult, heb je een ook bult, wel. Ja. Maar ik lach me een olifant, hebben ze gewoon zelf erbij bedacht. Ja, dat denk ik wel. Wat is trouwens... Vertel me eigenlijk je mop van In de Humo. Weet je maar uit je hoofd, de roodkapje mop? Ah ja, dat is hier die dikwijls vertellen. Dat is een rood kapje die wandelt door het bos op weg naar de grootmoeder. La 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 la. En ineens ziet ze daar de wolf zitten, zo in het donkere woud. En ze gaat er naartoe en ze zegt, maar wolf, waarom heb jij zo'n kleine oogjes? En de wolf zei, zwaagt Ruud zijn ontkakken. Ik blijf die goed vinden.
ik blijf die groeven. Die heb, ik, die, heb ik die heb je letterlijk in de vorige voorstelling ja, elke keer verteld. Dus die hebben we 50 keer gehoord of zo. Dus ja, wacht. Nou, ik heb dus eigenlijk. Ik ga eentje voorlezen uit het Nog meer moppen voor de jeugd. En ik moet eerlijk zeggen, het niveau is niet mega hoog. Wacht, waar had ik nou? Wacht, hè. Hier, tandarts, dubbele punt. Die kiestrekken doet echt geen pijn, meneer. Daar gaat hij dan. Patiënt, auw! Tandarts, wat zullen we nou krijgen? Het is het Nederlands boek, hè? Wat zullen we nou krijgen? Patiënt, u staat op mijn grote teen, dokter. Dat is een typische mop voor de jeugd. Oké. Wacht, misschien moet ik er nog één doen en dan mag jij afsluiten met een goede mop. Zullen we dat afspreken? wacht, wat heb ik hier nog? Onderwijzer, hier, in 1981 vond ik grappig. Vertel jij mij eens wat analoog betekent, Jan? En Jan antwoordt, dat is verleden tijd van analiecht, meester. Ja. Voor 1981 is dat wel... Die kunnen nu eigenlijk zeggen met viroloog. Ah ja, dat is beter. Covid-actualiteit gebonden. Ja, het is heel raar, maar ik heb ook een paar kindermopjes, snelle one-liners, kindermopjes opgezocht, omdat ik dat wel plezant vind. En het is zo vraag en antwoord zo. Het is wit en het ontploft. Geen idee. Een boomkool. Het is groen en het verstopt zich achter een boom. Een spionazie. Wat krijg je als je Lord omdraait? Drol. Oké, wat krijg je als je drol omdraait? Die ze hadden. Ja! Die wist ik. Die ken dat ik. Die ken ik letterlijk 50 jaar, die mop. Wat een topmop. Let's end on this high note. Ja, oké. Voilà, dit en nog veel meer gaan wij in de theaters doen. Moppetappers. Kijk op websites en toestanden waar je kunt komen zien. En ik hoop jullie dan te zien. Sven, aflevering 350 kom niet zonder jou. Ik had Brik er ook graag bij gehad. Brik is voor een andere keer. Maar Sven, enorm bedankt. Dank je wel.